Ja, we zijn een soort van project wat Friends of Sports heet. Welkom bij de nieuwe Mid-Mid. Ik ben Sam Kerkhoffs en ik vervang vandaag Dennis Gseit. Een allerbeste gewenst voor 2021. Ik vind het echt nog wel meevallen. Dat schijt ik gewoon in mijn gezicht. Nieuwe micro's. Onze luisteraars weten nu ook hoe we eruit zien. Hij mocht blind zijn, dan moest hij alleen zorgen dat zijn mond links liep. Waarom? Ik ga een krokje roze en maak er rood. Dus klikken, like. Dag beste voetballiefhebber, welkom bij Mid-Mid Marotelli op zijn bakjes. Croquetta Xenos Walsplat Kick and Rush 90 minutes. 4 jaar Friends of Sports, dat is 4 jaar met de man die zoveel van voetbal weet dat Wikipedia hem contacteert voor informatie in plaats van andersom, Evert Winkelmans. Met de man die van hondenlul een algemeen begrip heeft gemaakt en tv-geschiedenis schreef tijdens een WK-show, Leroy Deltour. Met de man die jarenlang op een Antwerpse zolder met bv's zat te lullen, maar komt chillen in onze Chesterfields, Andries Bekkers. Met de man die La Liga Rules op zijn grafsteen gaat laten zetten, maar vooral de bedenker is van de naam Mid-Mid, Michael van Varenberg. 4 jaar Vos is ook 4 jaar met de hostkiller van Friends of Sports. Iemand met meer kopmannen dan Patrick Lefevre ooit gehad heeft, Jappe Toter. Dat is ook 4 jaar met de man die met zijn transfer naar Friends of Sports zowel een bedrijfswagen als een eigen café heeft kunnen afdwingen, Gillen Biabeya. En het is vooral 4 jaar met de man die jarenlang bekend stond als de neef van de vrouw van, maar zoveel meer is dan dat. De grote reden waarom we hier vandaag allemaal kunnen zitten en waarom Friends of Sports bestaat, Sam Kerkhoffs. Mij. Het is exact 4 jaar geleden dat Friends of Sports is ontstaan en dat begon toen met 2 podcasts, Mid-Mid en X&O's. Maar intussen zijn het er veel meer geworden, er is heel wat bijgekomen en Friends of Sports is uitgegroeid van een wat obscuur project tot een waar begrip in de sportmedia en in de sportjournalistiek. En een verjaardag, dat moet gevierd worden natuurlijk. En hoe kunnen we dat beter doen dan met een podcast met heel wat iconen van Friends of Sports? Mannen, welkom allemaal. Dag Dennis. Goedenavond, Dennis. Wauw. Er zijn tradities, dus Evert, je gaat meteen mogen rechtstaan, want de klok moet aangezet worden. Drank. Is aan het zeveren. Nee, ik ben heel serieus. Echt? Niemand anders mag dat doen. Sam heeft dat een tijd geleden geprobeerd in Mid-Mid en dat was falikant mislukt. Ja, we weten nog altijd niet waarom ja. dat mislukt is. Want niemand kon mij zeggen wat ik fout gedaan had. Dus dat was echt volgens mij Evert. Maar niemand weet ook wat er fout gegaan is, hè? Kijk. Nou. Het is op zich niet heel moeilijk, hè? Blijkbaar. Ja, ik ben heel benieuwd of het gelukt is. Want dat is na 1:30 dat het alarm dan afgaat als het niet gelukt is. Dat was echt heel hard schrikken ook. Ja. Belangrijke vraag voor jullie allemaal. Ik ga jullie zo afgaan, ga bij jou beginnen, Jappe. Luisteren jullie naar elkaars podcasts? Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet naar iedereen echt luister. Ik probeer dat wel te doen via... Ja, ik denk dat iedereen dat gaat antwoorden. Hè. Maar ik probeer dat wel natuurlijk. Maar dat is moeilijk. Ik probeer, ja, de sporten aan zich. Ik weet bijna niks van MMA, dus ja, ik ga dat wel proberen wat meer te doen. Dat kruipt niet zo goed. Ja. Dus de conclusie is, je luistert niet naar Op zijn bakjes. Nee. Het is nogthans echt de beste podcast om naar te luisteren als je niks van de sport kent. Ja, dat is raar om te zeggen, want ik verteld. Kijk dat ook niet, maar ik luister dat altijd. Ik heb nu vandaag eigenlijk Andries... in levende lijven voor het eerst mogen ontmoeten. Dus misschien is dit de eerste stap. Okay. Leroy? Ik heb niks met koers, dus nogal luister ik niet. MMA ook niet. En ja, La Liga kan ik niet uit principeskwestie. Dus dat is... Ik luister dus wel naar Kick & Rush. Ja, spijt me, maar... ja, nee. Dus de rest luister ik. Je hebt wel in het begin naar een Valsplat geluisterd, hè? Omdat je moest. Ja, omdat ik moest. Ja. Omdat je aan het klagen werd over de host. ik moest checken of dat aan de host lag of aan u. Sam? Moet jij wel niet antwoorden, want... Ik heb al eens naar alles geluisterd. Ik luister niet vast naar alle podcasts, maar voor het naar Valsplat hangt af van wie de host is. wie is je favoriete host? Dat komt straks nog aan bod. Ah, okay. Vooral een vraag voor u. Dus, maar dat hangt er vanaf hoeveel tijd ik ook heb, maar ik heb alles al wel beluisterd. Meerdere keren. Ja. Ik vul mijn vrije tijd met de podcast te luisteren. Dus de ene week denk ik dat ik ze allemaal luister en de andere week af en toe is één en die of zo. Maar je zit ook veel in de auto nu. Ja. Maar ik vind het al sowieso moeilijk. In het begin niet. In het begin kon ik wel naar mezelf luisteren, maar dat is voorbij. Ik weet niet waarom, maar... Nu kan je niet meer naar jezelf luisteren. Helemaal niet. Ah, je leert dat toch na een tijd? Allee, ik vind dat omdat je al weet wat er gaat komen, kan dat niet. En vroeger kon ik dat zo om te zien hoe dat we het gedaan hadden en blablabla. En nu interesseert me dat... Ja, nee, niet interesseert me dat minder, maar...
probeer ik daar minder mee bezig te zijn. Okay. Evert, trouwens, Lira, misschien moet jij een fles openen en Andries, jij ook een fles? Ik denk ook, je moet kijken wie er het dikste bij zit. Ik denk dat ik zo de meest gesofisticeerde zo. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik raak er niet. Je hebt een sommelieropleiding gevolgd. Hè? Ja. Okay. Evert? Ik denk dat ik wel zo goed als alle podcasts wel een paar keer per jaar zeker beluister. Ik probeer zoveel mogelijk te luisteren en eigenlijk het minste naar mezelf. Ik denk dat ik Barotelli en Mietmiet eigenlijk het minste terugkijk. De rest luister ik eigenlijk elke twee weken, heb ik ze wel allemaal eens gehoord. Croquetta nu minder, want er zijn er minder van. Valsplat zijn er eigenlijk ook niet zoveel van, dus die luister ik ook allemaal. Van diegenen die echt wekelijks zijn, gelijk ik en Rush sla ik er wel eens eentje over. Michael? Ja, ik moet Andries en Jappe teleurstellen. Dat zijn de twee enige podcasts dat ik nog nooit beluisterd heb. Maar ik ga er ook verandering in brengen. En ik volg eigenlijk Evert en Sam. Ik vind naar mezelf luisteren... niet aangenaam. Ze zeggen altijd, ja, maar dat is nuttig, want dan kan je alleen maar lessen uittrekken en beter worden. Maar ik krijg daar koude rillingen van. Maar ik luister wel naar de Kick and Rush. Nu ben ik wel aan het twijfelen of ik dat nog verder ga doen. en altijd naar Mid. En als de basketbalmicrobe mij nog eens vangt, dan pak ik ook die van Dennis mee. Hè. Naar jezelf kijken is trouwens nog erger dan naar jezelf luisteren. De combinatie van de twee vind ik echt... Wow, veel erger. Andries. Is dat nu nog niet open? Ja, het meeste denk ik, ja, degene waar ik af en toe zelf in zit, was quasi alles of zo. Ben ik al eens langs geweest of zo. Ja, XNO uiteraard. Timing. Mooi. Met 90 Minutes vind ik ook leuk. Is de pad ook nog? Is dat nog sport? Pijnlijk verhaal. Ik heb dat wel gezegd. We hebben al de eerste aflevering opgenomen in de studio van Friends of Sports. En toen heb ik dat gezegd, de nieuwe podcast van Friends of Sports, maar dat bleek er eigenlijk compleet niks mee te maken te hebben. Vonden ze niet zo grappig. Maar goed. En dit gaan ze ook niet zo grappig doen. Je moet je fouten herkennen, Sam. Fouten die ik gemaakt had, moet je toegeven. Dat is waar. Vind ik. Jill? Ik luister echt naar geen enkel eigenlijk. Ja. Ik ga er heel eerlijk. Ik kan ook echt gewoon niet naar podcasts luisteren. Maar wat? Nee, ik probeer dat echt. Hè. Echt waar, ik probeerde. Maar ik heb dit seizoen... Ik heb alleen de seizoenspreview van Kick & Rush gekeken. En ik heb de naam niet weten. Ja. En ik ga morgen is mijn vrije dag. Dan ga ik wel naar de volledige NBA-preview kijken. Van het maar, ja, maar voor de rest... Ja. Het is 3 uur, want het is 2 keer 1,5 uur, heeft het al gezegd. Maar ik ga... Ik probeer dat echt even vaak in een auto op te zetten, maar... Maar previews zijn toch ideaal? Ja, previews zijn ideaal voor mij om naar te luisteren. Ook omdat... Ik wil niet luisteren naar iets wat ik al heb gezien en ook niet naar iets dat ik niet heb gezien. Dus het is dan moeilijk om... Dat is wel een heel groot probleem, hè. Als je niet wil luisteren naar iets wat je al gezien hebt, maar ook niet wat je niet gezien ja, hebt. Ja, ik luister gewoon niet graag naar... Is dat de generatie? Nee, maar ik luister gewoon niet graag naar andere mensen. Dus. En wat luister je dan wel in de auto? Muziek? Altijd muziek. Altijd muziek. Ja, altijd. Waarom vonden wij Gilles een toffe? Problematisch voor een host van een praatprogramma die zegt, ik luister niet graag naar andere mensen. Ik probeer wel vaak zo, als er commentaar of zo komt, dan probeer ik ook altijd wel te kijken naar, oké, hoe doen die hun intro? Want ik kijk bijvoorbeeld wel bijna altijd alle intro's van iedereen, maar... Dat is het belangrijkste. Ja. Maar je luistert wel naar jezelf? Nee. Ook niet? Alleen als moet van Sam. Ah, ja. Maar daarom, die zei een maand geleden, zei die echt voor serieus in een groepsgesprek, ja, maar ik heb geen haters. Toen dacht ik, oei. Ja, ik lees ook geen reacties en zo. Ik bedoel, dat is leuk en gemaakt over de mensen, dat die iets leuk hebben om naar te kijken, maar ja, de reacties, sorry. Dat... Het gezondste eigenlijk ook, denk ik. Yep. Om daar niet te veel op te letten. Maar maken we het voor de mensen, dat vind ik ook zo wat... Dat is ook niet zo waar, toch? Voor wie maak je het? Voor jezelf. Ja, voor jezelf. We amuseren ons toch vooral en we hopen dat er zoveel mogelijk mensen kijken en luisteren. Maar... Is er niet een regel of zo? Ik doe altijd de regel, als één iemand is, tel het niet. Maar als nu zo echt 40 mensen hetzelfde zeggen, dan kan ik soms wel de zelfzekerheid opzij zetten en denken, misschien hebben ze een punt of zo. Ja, maar... dat wel. Maar dan moet je eens in 90 minutes zitten. Dan krijg je iedere aflevering van de 50 comments en er gaat 90% over. Dat is omdat je Belgisch voetbal doet. Ja, ja. Maar dus dan is het makkelijkst om een buitenlandse dat af te zetten. Ja. Maar reacties zijn over het algemeen negatief. Hè? Ik bedoel, ja, zwaar. Er zijn weinig mensen die moeite doen om te gaan reageren als ze iets positiefs. Ik vind dat bij Friends of Sports goed mee. Ja, ik ook. Nee, maar ik bedoel in het algemeen gewoon. HLN-reacties zijn ook niet echt redelijk positief. Nee, okay. Net het putje Nee, maar het aantal likes ligt altijd ook hoger dan. En ik moet wel zeggen, credits aan de Mid-Mid-community, dat is echt een wereld van verschil met 90 Minutes. Ik denk, en dat meen ik oprecht, dan moeten we misschien eens de test doen, dat je van de laatste 30 afleveringen of zo een comment gaat vinden, dit was de beste aflevering tot nu toe.
op al die afleveringen. Ja, bij Mitmitis vind ik dat ook, dat altijd positief is. Ja. 90 minutes is gewoon scherp, want Belgisch voetbal en Actua, dat is gewoon een soort bom. In de meeste... Voor, voor reacties van, ik ben voor club en je zegt iets slecht over club, dus het was een slechte aflevering. Maar, nee, dat niet. Het gaat over, je hebt mijn club niet behandeld. Ah ja, dat ook vaak. Ja. Ja, dat is... Maar dat kreeg extra time vroeger ook. Hè? Ja. Het is hier alleen maar over de topclubs en Zulte Waregem wordt niet behandeld. Dus, Er zit een gunfactor gewoon anders, denk ik. Omdat je met begint eigenlijk met twee mensen die op dat moment redelijk onbekend zijn. En dat is altijd bij kijkers, dan zeggen ze, dat zijn er van ons. En dan... Dan koopt er een voetbalclub en dan wordt dat... Ja, maar bij 90 Minutes zitten natuurlijk zaten wel met 50% mensen die... Ja, die niet van ons waren of zo, die al wel een carrière hadden. Of, maar ik denk dat als Mid positieve comments heeft of negatieve, dan gaat gewoon altijd om de gast. En dat is ook logisch, want onze aflevering wordt volledig bepaald door de gast. Er zit weinig mening in een minuut. Ja. Ja. Maar als het gaat over Kick and Rush, over Excel bijvoorbeeld... Dat is ook een goeie even te knippen zo. Morgen op de bureau, Leroy. Ik heb wel het gevoel, als het gaat over Kick and Rush, over XNO's bijvoorbeeld, dan als er discussies zijn, dat al inhoudelijk is. Jij bent wel een onvriendelijke, mag ik je dat even zeggen? in comments bedoel ik, hè? Niet in het leven. In het leven, ik ken geen groter hart als het Sayed hart, maar jij zegt altijd, maar je hebt dat niet door. Geen nuance. Maar als, je hebt geen nuance. Als iemand zegt bijvoorbeeld, hey, keileuke aflevering, ik vind alleen, wat die ploeg betreft, zou ik het misschien toch anders gezien hebben. Allee, als het mag, en dan begin je, ik ben helemaal niet akkoord. Die reden. Dus je moet meer emoticons gebruiken. Ja, ik zou meer emojis gebruiken. Ik ben gewoon, ik som de feiten op. Op dat vlak ben ik een feitelijke mens. Maar er is altijd met een glimlach getipt. Zo lijkt het toch niet. Je hebt toch ook graag gelijk. Dat zit er misschien niet allemaal in. Jawel, dat zit deels in... Maar wie heeft het liefste gelijk van deze bende? Ja. Oeh, dat is toch niet spannend, toch? Sam, dat weet ik niet. Ga dichtbij zitten, denk ik. Het gaat wel tussen ons gaan, denk ik. Het kan wel langer zijn. Maar ik kan wel, denk ik, sneller een fout toegeven. Jij kunt sneller een discussie lossen. Dat is het. Ja. Okay, gewoon beslissen van, oké, het boeit me echt niet genoeg om hier nog eens is, op te gaan. Is graag gelijk hebben, hetzelfde als bedweter? Dat zeggen ze ook wel over mij. Dus. Ja, Michael, ik was je even vergeten. Nee, ik denk dat Sam kan sneller een discussie loslaten. Ik kan sneller toegeven dat ik fout zat. Ik denk dat dat meer het juiste is. Ja. Maar het gaat gewoon toch ook over de manier waarop een comment naar ons geformuleerd wordt. Soms denk ik ook, allee, dan is het zo redelijk blinde haat. En dan denk je, dude, we hebben daar wel veel tijd en energie gestoken. Wil je dat een beetje met respect zeggen? Ook al heb je gelijk, hè? Daar niet van. Dan hebben we wel vaak de community die het al voor je gaat opnemen. Eigenlijk. Dat vind ik wel cool. Ja. Dat is het plezantste, denk ik, als je ziet van... Dus ene keyboard, Lone Warrior, wordt dan echt en masse aangevallen door degene die wel het een goede aflevering heeft. Dat vind ik wel een van de mooie dingen aan Friends of Sports. We hebben zoveel verschillende sporten die we behandelen of competities die we behandelen, maar dat is echt wel een grote community geworden. En ik denk dat dat misschien wel het mooiste is van wat je hebt had kunnen hopen eigenlijk van zo'n project. Dat er zoveel mensen zich daarachter scharen en daar ook effectief een mooi project vinden. En mensen die dan naar mee luisteren, die MMA ontdekken bijvoorbeeld. Of mensen die van de Premier League houden, die La Liga ontdekken. Dat is heel mooi dat die zo, denk ik, hun wereld op dat vlak wel verbreden, om het dan zo te zeggen. En de production value, dat vind ik wel tof. Ik denk als Friends of Sports morgen een pingpong-podcast zou doen, dat ik dat ook cool zou vinden. En dat is echt, dat bedoel ik echt als een compliment, hè. Zit iets in, hè? Hoe zou ik hem noemen? Poef. Noem maar. Wat? Pingpong in ton, hè? Nee. Die poef, dat is toch die Florian? Dat is die pingpong. Florian. Voilà, we noemen die zo. Jean-Mimi of zo. Niet zo even. Dennis heeft u gelijk gegeven, hè? Trouwens. Hij is al aan het werken. Ik werk altijd aan mezelf. Oké, 4 jaar Friends of Sports. Stam, is het al lang genoeg om nu al met weemoed terug te denken aan wat er in al die jaren is gebeurd en veranderd? Of is dat nog te kort? Ja, ik weet het niet. Ik vind het dubbel. En dat wij ook niet ooit is gezegd dat we nooit zo'n show gingen doen om onszelf te verheerlijken. Dus het is 2,5 eigen lof vandaag. Dan moet ik even zeggen, wij hebben dit niet zelf georganiseerd. Het was Dennis zijn idee. Dus een beetje, ja, dat zal zijn. Het is een beetje de greatest hitsplaat na één plaat. Met één hit. Wie zijn idee was het? Van dit te doen? Ja, ja, van de medewerkers van Sporthuis, denk ik. Ja. Die zeer enthousiast zijn. Dus eigenlijk van alle mensen die Sam heeft aangenomen. Oké. Okay. Tegenwoordig Leroy. Dus. Ik vind dat net leuk. Ik zijn er heel veel die dat ik echt niet vaak zie op de redactie of zo, of op kantoor of in de studio's, omdat die opnames altijd zo uit elkaar lopen. Andries zie ik niet vaak. Jappe zie ik eigenlijk ook niet vaak. De rest wel.
Toen ook wel zeggen, ze dachten wel dat we 5 jaar al bestonden. Dus ja. Dat is wel de hoofdtrainer van deze show. Dus ja, dat is wel... Ja, want we moeten nu volgend jaar moeten we dat overtreffen. Ja, de mensen die enkel luisteren, moet je misschien even uitleggen hoe het logo eruit ziet, Sam. Ja, dat staat gewoon in het wit. 5 years Friends of Sports. En dan over de 5 is in het rood een 4 gezet. Dus ik stel voor dat we volgend jaar een groot feest organiseren of zo. Dat we dit toch, toch nog overtreffen. Sportman. Ja, oranje. Is dat oranje? Sorry. Dat is oranje, ja. Zullen we de abonnees laten beslissen? Ja, ik zei het er straks in mijn intro. Het is vooral dankzij u dat we hier zitten, Sam. De bezieler van Friends of Sports. Ja, jij hebt er zeker in het begin het meeste bloed, zweet en tranen in gestoken. Het mee op poten gezet. Ja, toch ook, Evert, naast mij. Maar oké, nee, de studio en zo, daar, de fysieke arbeid. Ja. We hebben nu uitgelachen, man, in het begin. Ja, ik weet het. Echt uitgelachen. Idee. Waarom? Ja, omdat... Ja, de bureau was beneden, hè. Mensen moeten dat weten. En ik was boven ineens de bureaus opzij aan het schuiven en de muur aan het schilderen. En, dus in plaats van op mails te antwoorden, wat ik hoopte dat hij me ging doen, was hij een studio aan het bouwen in een hoekje boven. Wij wisten niet hoeveel wou of wat de ambitie ik ook was. Niet. En, ja, en dan zijn we beginnen podcasten en is er verder geborduurd op wat er al begonnen was met Mid. Ja, als je echt naar het begin gaat, dan moeten we alle credits aan Sam geven. Dat is gewoon zo'n punt. Nou, ja, maar waarom ik denk je... zonder Sam hadden we hier nooit gezeten en hij heeft... Ergens gezien, podcast, sport, iedereen die daar al mee bezig was, dat kan meer volk bereiken. Dat kan, dat kan beter geproduceerd worden. Dat kan op een andere manier, met video er aan te gaan toevoegen, kan dat groeien. Maar dat bijvoorbeeld, ook... dat video toevoegen, dat was toch ook jij? Dat zeiden wij toch alle twee? Ik ben een twijfelaar en jij bent een doener. Ja, ik, zou daarover blijven twijfelen en die investering niet durven doen. En jij ging naar de Gamma, naar potverf kopen. En jij zei, ik doe dat wel boven bij ons. Jij moet u daar niks van aantrekken. Ik zorg ervoor dat in de studio komt met camera's. En zo is dat begonnen. En zo is dat van 200 luisteraars naar 1000 kijkers gegaan. En dan is de rest gekomen. Ik denk dat ik dat zonder zou moeten doen. Of ik was iemand anders tegengekomen. Dan had dat misschien een stille dood gestorven. Want we zaten wel op een kruispunt om te zeggen, ja... Ik wil daar wel tijd in blijven steken, maar voor 200 luisteraars ga ik daar niet zoveel moeite en geld blijven in steken. Maar wij zaten er origineel bij. En ik heb toen mij gevraagd werd, ja, overloop eens even het begin van Mid. Ik heb zelf de vergelijking gemaakt. En omdat het hier al een paar keer over verf gegaan is, ik noem dat Dobbit Radio, wat ik en de Evert en de Cirk deden in het kantoor van Evert, achter de kazerne. Dus echt brik-brak. Ja, ik weet niet wat er nog opnames van zijn, ik hoop van niet. En ik dan heb is Sam eigenlijk met een likje verf daar overheen gegaan. En heeft het echt wel geprofessionaliseerd. En ik denk dat Sam daar heel trots op mag zijn. Wie was toen de host? Voor de mensen die het niet weten, ja, jullie hadden Mid al voor Sam en Evert te zijn beginnen doen. Ik was denk ik de derde of de vierde gast of zo. Ja. Redelijk in het begin, want dat was nog maar niet... Echt embryonaal, hè. Maar dat was nog niet in het stadion toen ik kwam. Nee. Dat was ergens louche. Mechel, ook wel in hangar, het Mechelse ondernemershuis. Jij mag dat Loesje noemen, maar daar staat Mechelen niet tevreden mee zijn. Start-up hub. Maar inderdaad, Sam was de gast en zo hebben wij elkaar leren kennen en contact gehouden. Hè? Had jij nooit de gast? We hebben elkaar daarvoor leren kennen. Ja, maar had jij nooit... Vergeten? Ben ik dat vergeten? Ja, je hebt iets bij mij komen pitchen en dan... Wat? De documentaires die er zijn gekomen. En dan zeg je ziek geworden. En heb je mij anderhalf jaar later gebeld. Maar ik ben eigenlijk genezen. En heel mooie woorden die ik nooit ga vergeten. En vanaf nu doe ik alleen maar waar ik zin in heb. Ja, en een van die dingen waar ik zin in heb is, ik heb een podcast en wilt je daar eens te gast in komen zijn? Ja. Toen zei ik, ah ja. En toen dacht ik, wel cool. Ik had zegt ook gewoon, doe vanaf nu alleen nog maar de shit dat ik wil doen. Voilà. En nu zitten we hier. Ja. Dat is te doen dat we niet willen doen. Hey, we zijn aan het babbelen over sport en we zijn aan het drinken. Ja, zo. Kan erger, hè? Ja. Maar ik had nooit op dat moment kunnen denken dat daar een soort ecosysteem ging kunnen rondgebouwd worden. Dat er meerdere voetbalpodcasts gingen zijn in het kleine Vlaanderen. Dat daar zoveel mensen naar zouden... dat daar mensen naar gingen luisteren en kijken. Dat we zelfs daar een soort businessmodel aan gingen koppelen. Daar was ik echt helemaal niemand, niet hè? Mee bezig. Niemand, nee. Hè? Ja, mij wel, ging hè? Nee, het ging mij over waarom doet Dennis dat en doet Gelle dat en doen die dat. En die zitten allemaal op verschillende kanalen waar mensen zich meermaals op moeten abonneren. Als je wilt dat een sponsor gaat komen, moet je het groeperen. Dat is het enige. Dit had ik ook allemaal niet. Het grappige is dat die sponsor van podcast er eigenlijk nog altijd niet is. Nee. Gaan we daar werken? Hey, wanneer heb jij beslist om je zo hard te focussen op die podcast? Want wat ik altijd gehoord heb, is dat ook was, je moest veel naar Sporthuis Nederland doen. Dus jij luisterde veel podcasts.
En dat was van, ja, waarom doe ik daar niks meer mee? Ja, letterlijk dat, ja. Onderweg zijn en denken, ja, ik ben hier nu 50 Cent en Get Rich or Die Trying album, kotsbeu. Ik ga eens een podcast opzetten en dan Nederlandse podcasts stonden veel verder. Die van u, daar zet ik dat wel op, maar ik herinner me nog in mijn Anne Wouters of zo, die zo van geluidskwaliteit moeten afzetten. En dan dacht ik, ja, oei. Het probleem was, die kwaliteit was op zich niet slecht, maar om het kwartier zat daar een krak van 20 seconden in. Ik weet niet waarom het gaat. Dat was de absolute hel. En ik, ja, meestal knipte ik dat eruit, maar als hij het midden van een interessante uitleg was, dan of ik was te lui om het te monteren. Dan bleef dat erin. Ik herinner me wel nog, de reactie die Leroy had, was ook de reactie op de raad van bestuur, dat weet ik nog. Ik ging dat daar zeggen van, ja zeg, ik ga dat dan boven in de studio. En ik zag die mensen naar mij kijken van, oei, dat deze fase maar rap voorbij gaat. Dat hij zich terug kan focussen op nuttige dingen. Ja, want Lido, ja. Hoe leefde dat binnen Sporthuisgroep? Dat Sam ineens de CEO met iets maar, helemaal anders begon. Dat is gewoon altijd, als Sam iets moet doen waar hij niet super veel zin in heeft, begint hij met zijn handen te werken. Dat heeft hij altijd. Nee, dan begint hij kabels te steken, allemaal dingen dat je denkt van, moet jij dat niet doen, Sam? Waar ben jij mee bezig? En ja, dat was toen ook. En ja, dus die begint. En niemand die ook echt hielp of zo, omdat dat behoorde tot niemand zijn taken. Daar zou ik ook nerveus van geworden zijn, denk ik. En toen hebben we eerst zo een halfslachtige Sporthuis-podcast-poging gedaan. Puur om het als marketinginstrument voor onszelf te gebruiken, eigenlijk. Over de financiële kant en echt B2B gericht, zeg maar. Fuck, dat is een saaie term dat ik nooit zou gebruiken in Kick and Rush, maar ik heb een andere kant. Ik heb die nog eens meegedaan, zelfs een keer. Ja, over de Super Bowl was dat. De 10 cijfers achter de Super Bowl of zo. Omdat we toen echt op ons klantenbestand of zo wilden mikken. Maar ja, het was duidelijk dat dat niet. Ja, om het goed te zeggen, daarmee waren we al de best beluisterden in België, denk ik. Ja, of zo. Dat was echt. Allee, dat zegt ons over waar dat toen stond. Dat was wel een beetje belachelijk. En nooit echt in geloof totdat hij plots de eerste keer 1000 haalde. Nee, dat was ik niet. Dat was ook nog iets waardoor Evert meer credits verdient dan hij nu krijgt. Wat? Hoe noemde dat? Hoe noemde de podcast? Ah ja, dat mag eens. Dat mag eens. Dus wij zetten op YouTube onze video's en wij zien zo 200 views, 500 views, 600 views. Oh, cool, maat. En dan ineens, dat mag eens, 1K. Ja. En ik kreeg me zo, je bij 1000 wordt dat K. Was dat Galatasaray? Was dat Galatasaray? Ja, dat was... Nee. Of Lierse. Erik van Meijer of Antwerp. Ja, dat was voetbalnostalgie eigenlijk, wat ik nog altijd doe. Dat is juist, dat mag je helemaal vergeten. Dat was een van de vragen die ik wilde stellen. Aan de rest, want ja, jullie gingen dat weten, de eerste podcast na X&O's en Mid op Friends of Sports, ja. Dat mag eens. Ik denk dat heel veel mensen dat al vergeten. Hoeveel afleveringen? Ja. 3 of 4? 3 of 4, ja. Dat was met een Dimitri of ja, omdat we dan altijd met Mid geswitcht hebben. Het was een special, was dat. Het was een special eigenlijk van Galatasaray met Eran Dimitri. Eigenlijk is Mid ook een stuk dat magisch geworden. Hè. Ja, focussen op een verhaal van één iemand of van een bepaalde periode. Ja, dat blijft men. Ik vind blijf dat geniaal. Dat had ook zo'n donker logo, hè? Niet? Zoiets. Rood. Dat logo toch niet? Niks. Of zo, echt een raar logo. Dat logo toch niks. En dat was eigenlijk een compromis van ons twee, want dat was precies zo'n wc-logo. Je moet weten, ik heb ook ooit Photoshop op mijn computer gehad. Het eerste Mid-logo was ook echt lelijk. Hè? Ja, ook dramatisch. Ja, maar nu gaan de mensen dat opzoeken, want dat bestaat nog ergens op Instagram. Sam is daar heel lang, heel hard over aan het zagen geweest. Evert wist die account en die kan dat niet. Ja, nee. Dat moet. Is dat dan niet wat je deze week geprobeerd hebt met je logins ganse week? Ja, onder andere. Is dat niet omdat ik daar de administrator van was? Ik weet het niet. Het bestaat nog altijd, dus je kunt het gaan opzoeken, ja. Maar ja, dat je had 300 volgers en je raakte daar niet meer op. Dus we moesten dan zo een nieuw Mid-account maken. Staan die, dat mag eens, ze staan die nog op YouTube? Nee. Dat denk weet ik wel. Niet. Ja, ja. Denk absoluut. Wel, ja. Dan op? Ja, die staan nog online. Ik weet, die van Galatasaray was echt een plezante aflevering. Want Eran Demirci kende toen zo Umi Davala en zo. Waren ja. Tot random verhalen. Dat je dat nog weet, Leroy. Zalig. Ik heb je toen pis gestuurd dat je Roes toen niet vernoemd had. Juist. Omdat hij mijn favoriete keeper was met zijn streepjes onder. Nee, maar ik weet niet hoe dat rundown in elkaar zit, Dennis. Maar een belangrijk ding was ook wel... uiteindelijk, dus hoe dat Mid geëvolueerd is naar Sam en ik... Ja. Dat is ook een belangrijke geweest, denk ik. Omdat op een of andere manier moet je, als je naar een publiek wilt gaan, moet je toch iets maken waar dat mensen direct een klik bij hebben. En dat is soms heel moeilijk te vinden in de media. Ja, soms werkt aan die iets, testen in het begin die we gedaan soms hebben. Werkt iets niet. En voilà, je test heel veel. En wonder boven wonder was eigenlijk de man die helemaal niet op de camera wou verschijnen, plots misschien wel de meest geschikte presentator. En dat is ook een hele rare turnaround die wel voor heel veel groei heeft gezorgd.
vreemd genoeg. Want ik denk niet dat jij nog altijd... Allee, ik weet niet of jij graag presentator bent eigenlijk. Nee. maar hoe hebben jullie dat beseft van een keer dit werkt? Ja, nee. Er moet toch een moment gekomen zijn dat jullie wisten, ja, dit gaat marcheren als... Ik had maar dat nee, maar het was de eerste keer dat jij testte wel door. Nee, jongen, ja, zeven raar. Ja, nee. Ja? Nee. Wel dat het anders was dan wat er tot nu toe al bestond. En dat was een beetje de zoektocht. We hadden al extra time, we hadden de klassiekere voetbalpraatprogramma's. We keken ook veel naar het buitenland, dat was allemaal vrij hard hetzelfde, studio voetbal en zo. Dus als we iets wilden creëren, moest het iets helemaal anders zijn. En ik heb lang bij Sporza gewerkt, Michael, Sirik, iedereen die er toen al mee bezig was. Wij waren allemaal klassieker geschoold of wij dachten dat daar onze carrière lag. We worden de nieuwe Joos of de nieuwe Van den Bemt. Dus wij waren ook wat braver en denk ik wat saaier en zo. Maar jij wou en, toch altijd voetbal inside een beetje... Ja, en Sam stond helemaal buiten die journalistieke wereld. Had nooit op een klassieke redactie echt gewerkt, denk ik. Of nooit als journalist willen carrière maken. En die zijn vraagstelling en zo was gewoon anders. En dat werkte, vond ik. Maar we doen nu heel veel daar snel waar, maar het heeft echt een jaar... Ja. We zitten zoeken naar de vorm en de dingen. En vanaf dat we dat vonden, kwam zo Cyril Dessers. En dan kwamen er ook ineens namen. En dan was redelijk snel Tom Moets en PlaySports ook wel daar. Hè. Die had ook wel snel zo... Hier is iets. Jij zei op een bepaald moment toch wel een beetje de nieuwe Filip Joos. Worden en aan het worden. Hè? Dat ga ik nooit maar beweren. Maar ik zie je lot toch wel zo. Nee. Als... Maar zoals ik Filip... Ik heb je dat ook gezegd na test 1. De voetbalencyclopedie, zo zie ik. Ik ben heel graag met voetbal bezig. Wel, hij zo, maar Filip Joos... Dan u, maar ik heb u... De taalvaardigheid, de spitsvondigheid en de dedication die Filip Joos heeft ten opzichte van voetbal is onevenaarbaar in België. Dus dat willen zijn, gaat gewoon niet. Ik wil gewoon mezelf zijn. Je moet ze niet vergelijken. Nee. Kevin De Bruyne en Hazard moet je ook niet vergelijken. Nee, maar zelfs niet in de zin van dat jij emuleert wat dat hij doet, maar wel in wat dat jij doet, genre... Ze kunnen alleen maar zeggen dat misschien Filip Joos iemand is die op sommige interessanter is om naar te luisteren. Iedereen heeft zijn keuzes natuurlijk. Hè. Iedereen heeft zijn voorkeur. Maar ik heb wel zoiets van... Denk als je, merci, Gil. Als ik dat is gewoon compliment eigenlijk. Ja, maar als ik iemand moet kiezen om naar te luisteren die over voetbal praat... Is we gaan luisteren nooit naar de podcast. Ja, dat is op basis van twee intro's. Dat moet dat wel wat kunnen plaatsen. Maar als ik bijvoorbeeld naar extra time kijk of zelfs bij 90 minuten, zelfs dat ik erbij zit, heb ik wel zoiets van... Ik zit in een studio met Filip terwijl hij over voetbal is aan het praten. Ik heb echt zoiets van, wow, die weet echt alles. En bij jou heb je dat ook wel vaak. Je hangt aan zijn lippen. Hè. Ja, dat wel. Ik wil zo meteen terug gaan even naar die begindagen. We gaan straks nog deftig met jullie ook praten. Andries en Gilles, want de begindagen waren jullie nog niet bij, Jappe. Maar vraagje, 31 maart 2019. Zegt die datum jullie iets? Van mij wel, ja. Dat is de herstart van de Premier League, denk ik. Na corona niet. Nee, dat is 20. Is dat iets met de lockdown? Of? Lockdown, het is, corona. Nee, lockdown is 20. Hè. Het is vooral dit moment. Kijk je veel voetbal tijdens je revalidatie? Het is natuurlijk... Ja, ik ben ook met een project bezig met Dries Mertens. Ja? Dus waar we iets nu meer voetbal en andere sporten gaan bekijken. Ja, leg dat eens kort uit. Ja, we zijn een soort van project wat Friends of Sports heet. Ja? En mag er nog niet te veel zeggen, want het zal de volgende dagen of weken wel duidelijk worden. Maar je kunt ons wel al volgen op Instagram en Twitter. Ah, oké, goed. Dat je er nog niet zoveel kan over zeggen, dat komt goed uit. Want we willen eigenlijk heel snel naar de voetbal gaan. Het was toch niet goed verwoord toen? Wat het eigenlijk moeizaam. Was. Ik vind eigenlijk wel dat Duffe precies even vaag is over Friends of Sports als de redactie vandaag over deze avond. Ja. Komt zo in de buurt. Maar hey, ik wist ook niet dat Steven De Voer en Dries Mertens daar zo hard achter zaten. Ja, die, Friends of Sports. Die gingen investeren. Ja. Ja. Ik ga die morgen een keer bellen. Ik heb een... Dries was, die zei altijd wel, ik ga dat na mijn carrière doen, maar ik zal wel ondersteunen. Mocht mijn naam daaraan koppelen, noem maar op. En Steven heb ik met zijn manager samengedeeld en echt uitgelegd. En die hebben toen beslist van dat niet te doen. Wat daarna ook wel, waar we allemaal mee gelachen hebben dan. Ja. En waarom niet? Ze geloofden daar niet. Ik denk vooral de manager, want Steven op zich, die had wel vertrouwen in. Als Sam dat ziet goed komen, dan zal dat wel goed komen. Maar zijn manager toen niet. Ja, want dat was een van de momenten dat ik eigenlijk vergeten was. Maar Dries heeft ons dan ooit eens naar een interland vernoemd in een interview. Met Luc Nielis. Dat hij geluisterd had naar Luc Nielis. Ja. Dat was ook wel een moment, zo de eerste keer dat iedereen... Oh, wat is dat?
Maar als Dries Mertens dat zegt, dat was op VTM, denk ik. Drie scoorde ja. op de manier dat Nillis had gezegd in de podcast. Ja, dat was ook wel een moment dat ik thuis zat en dacht, oh fuck. En heeft Dries ook niet met mijn trui is gedragen, die je aan hebt? Voor het WK in Rusland? Nee. Hij kwam aan op de parking in Tbilisi. Ja, of zo in de lift of zo was dat. Ja. Nee, Rusland kan niet. Dat was nee, Rusland 18. Kan niet. Welke toernooi was het? EK. EK, EK 21. Ja. Ja. Ja, moet zijn. Moet zoiets zijn. Handig, hè? Het lijkt wel alsof, alsof dat Steven daar maar, drugs probeert te verkopen en hij niet wil zeggen. De eerste dagen, weken en maanden. Lido, je hebt dat zien gebeuren. Hè? Je hebt Sam zien beginnen schilderen. Maar hoe kijk je daar nu op terug als je denkt van oké, Sam begint te schilderen. Er komt een studio, we proberen die business podcast. Dat werkt allemaal niet, maar... Ik wil mijn erkenning, Leroy. We hebben hem ongelijk moeten geven op een bepaald moment, omdat het wel een heel plezant project werd. Veel plezanter dan misschien initieel verwacht. Ik herinner nog veel schattige WhatsAppjes tussen ons twee in het begin, waar jij feedback vroeg aan mij over uw presenteren en uw hosten. Ja. En dat ik u het verschil tussen als en dan zo wat moest uitleggen en dergelijke. Jij moest dat aan Sam uitleggen. Ja, voilà. Als West-Vlaming is dat wel een grote achievement. Maar je bent wel een taalnatie, hè? Een beetje, ja. Maar ja, het werd gewoon super plezant en het liep uit de hand. En ja, de vraag was op een bepaald moment, waar kan het naartoe? Waar ligt het plafond? Waar durven we nog van dromen? Of waar kan het naartoe, ja? Mm-hmm. Andries, heb jij een enig idee hoe de studio's eruit zagen in het begin? Echt het begin? Ja, ik denk de eerste wat ik gezien heb was boven, hè, zo. Dat was het. Klein. Met zijn gordijntjes, daar herinner ik me nog. Dat is al stap drie, denk ik. Maar het begin, het gordijntje. Mensen die kijken op YouTube, die kunnen dit nu meevolgen, maar het is... We hebben eerst hoge tafeltjes gestaan. Die witte tafels, dat waren de eerste tafels waaraan gepraat werd. Nee, de regie. Ah, ja. Jawel, eerst die business podcast, was aan die hoge tafeltjes. Maar dat was wel echt voor de studio. Dat is echt een jaar daarvoor. Ja. Maar goed. Toen is er nog niet geschilderd geweest. Wat is dit? Waar is dat? Wat is dit? Dat is het eerste tapijt. Mocassins. Ik heb mocassins, hè. Die zitten heel goed. Dat is die tapijt, toch? Dat is waar dat dan daarna 90 Minutes kwam. Bovenop zolder daar. Ah, nu echt. Ja, daar is dat daar. Zijn bureau. Dat is die tapijt. Jullie hebben het niet gezien. Ja. En dat was op vrijdag. En maandag moest dat klaar zijn. Had jij nu heel de uitzending dan moeten vasthouden? Maar check. Gewoon je haar ook. Alleen, we zitten ook op elkaar schoot. Zie je hoe dicht het allemaal is. Ja. Hoeveel camera's was dat in het begin? 3. Evert, ik zou wel geen vleeskleurig t-shirt mee halen. Nee. Naakt zat. En als jullie het soms beneden warm hebben, daar was het echt... Warmer dan in Barotelli? Nee. Dat is waar Barotelli was. Dat is waar Barotelli was. Dat is waar Barotelli is. Ja. Dat is echt... Maar is dat Arne dan? Lira? Nee, dat is niet Lira. Nee, dat is die stagiair. Dat is... die Roemeen. Nee. Hoe je me nooit afletten of in de belastingsdienst aan ons benen. Nee, die was echt ingeschreven. Die mocht dat doen. We knippen dat er wel uit. En dan is het naar beneden verhuisd. En dit is Barotelli in opmaak. Ja, Barotelli is nu wel ook wel echt een schone. Als je ziet de evolutie die het doorgemaakt heeft van... Er is nog geen eens een foto geweest van het eerste echte studioke. Naar wat nu is geworden. Dan is het schoon geworden. Ja, maar daar moet ik eerlijk over zijn. Het is schoon beginnen worden vanaf het moment dat ik dat niet meer deed. Dat is ook de realiteit. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Dat is veel Arne, denk ik. En Stijn ook zeker de laatste tijd. Dus... Ja, vanaf het moment dat die daar begonnen doen, die deed dat zeker beter dan ik. Dus. Ja, het is ooit bijna gedaan geweest, ook voor het begonnen is. Hè? Studio heeft ooit onder water gestaan. Kunnen jullie dat verhaal kennen? Ja. Ik niet. Was de studio er toen al? Nee. Nee. Nee? Nee. Ons gebouw stond onder water. Het kantoor stond onder water, ja. Ik was in Barcelona en ik kreeg telefoon. Zit je neer? Ik zeg nee, ik zit niet neer, maar zeg het nu maar gewoon. En zo, ja, ons kantoor staat blank. Dus dat is funny, als je nu in de studio van 90 Minutes of mid zit en je kijkt naar boven, zitten er gaten in. Ja. En dat is omdat we het water moesten laten doorstromen van bovenste verdiep naar beneden. Dus als je naar boven kijkt tijdens een podcast, ik weet niet waarom dat gaat. Hoe komt dat? Omdat de hoofdwaterleiding was afgesloten, denk ik, of zo. Waardoor we een kraantje getest hadden. Ja, het is we.
Nee, iemand. Nee, ik zat nog op de Play Sports kant. Ah, okay. Dus ik heb er niks mee te maken. Jammer. Iemand. Kun je gewoon Guillaume niet van een bus gooien. En ja, dus je kent het. Je doet aan je persoonlijke kraantje. Je denkt, het komt niets uit. Maar dat is later blijven openstaan. En toen is de hoofdleiding weer gegaan of zo. En ja, dat was helaas op een vrijdag. Dus. Een heel weekend heeft de kraan gelopen. Want, het is echt een zieke waterfactuur geweest dan ook. Ja, en die parket was toch helemaal kapot en zo? Dat was geen topdag. Gilles, ik kan dat nu niet vragen eigenlijk, denk ik. Maar voor Friends of Sports, ik wil van iedereen wel weten, hoe en wanneer zijn jullie eigenlijk into podcast geraakt? Ja, nu kan ik het niet vragen, want jij luistert niet. Ja. Wat is de eerste intro die jij ooit geluisterd hebt? Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Hè. Toen ik zelf mee ben begonnen, toen heb ik zelfs nog altijd geen podcast geluisterd. Toen ik met Koelkast was begonnen. En nog trots ook. Dis van u naar Mit. Ja, dat is geen dis. En dat is opkijken, dat is vanuit mijn hip-hop mentaliteit. Is dat altijd van... Ja, maar dat is wel zo. Ik vind, dat kunt jij toch ook wel beamen. Dat je, als je iets goed wilt doen, dan mix je op degene die dat het beste is op dat moment. Zeker. En je wilt, zoals die persoon... If you come at the king, you best not miss. Hè? Voilà. Ja, en... You can beat him, join him, zeg ik altijd. Nee, maar... Die Kevin Durant van Friends Sports. Ja, maar wacht. Wat was dat nu weer? Nee, ik zei, we zijn op een bepaald moment, dat was na de EK-show, zeiden we van, we zijn er terug, we doen het terug elke zondag. We gaan terug podcasts maken. En ik zei, dus extra time met Mit. Ik heb nog twee namen genoemd. Zo. Ik zeg van, kijk allemaal uit, want we komen eraan. En dat is meer uit mijn mentaliteit van, wat jullie nu doen, dat is keigraaf. Wij willen dat ook. Beetje cool trash talken? Ja, trash talken. En zelfs niet, want ik heb niet zoiets van, ik wil de kijkers niet afnemen, snap je? Ik heb meer zoiets van, ik wil dat ook. Ik heb je toen meteen gestuurd. Ik heb je toen meteen gestuurd. Of Koelkast het account gestuurd, meteen. Waar heb je toen gestuurd? Ja, iets dat van... Over onvriendelijk, nee, we... Als het gaat over onvriendelijk type, Sam is er de meester in. Nee, maar, dat bij, alleen met mensen die ik ken. Nee, echt waar. Naar zo'n account, waar ik niet weet wie dan aan de kant is, zou ik dan nooit onvriendelijk doen. Het was iets van, we're in this shit together. Wij vallen de klassiekere media samen met deze YouTube en deze dingen. Ja. Dus... Waarom gaan we nu al naar elkaar schieten? Dan heeft het geen zin. Ja, dat is ook niet... Ik snap dat... En twee weken later werd ik uitgenodigd. Okay. Ja, ja. Dus. Maar dat echt, van mijn kant uit was ook zo dat zoiets van... Wilde gewoon ook... Dat is misschien zelfs een drang van zo erbij te horen. Of te zeggen van... Ik wil dat ook doen. Want gewoon, op dat moment begon ik het echt leuk te vinden en zo. En dan had ik zoiets van... Ik wil dat ook doen. Dus. Maar vooral duidelijkheid een foute reactie van mij, hè. Ik was wel op onze... Mijn interpretatie getrapt. Op dat moment ook. Mag, je hebt dat juist geformuleerd, dat leek me toch niet zo fout. Dat was toch super sympathiek wat je juist... Ja, maar ik had me niet zo aangesproken moeten voelen, want ja... Het was meer een compliment. Vanuit mijn standpunt vond ik het zelfs nog meer een compliment dan een dis, maar ik snap, zeker omdat je daarna had je ook gezegd van... Dat is ook wat je zelf op dat moment met Friends of Sports had aan het doen, maar had je ook dat barrière doorbreken en jezelf naast een extra time bij wijze van spreken kunnen zetten en... Op dat moment dat ik ook zoiets van, dan was het voor mij raar om te zien van, jij ziet jezelf niet. Ik begrijp het niet, volledig. Dus er zit nog meer marge in en je wilt nog groeien. Andries? Ja, ik ben al even mee bezig met podcasten natuurlijk. Veel op tour geweest, dus ja, dan veel in busjes gezeten, veel in nightliners gezeten en dat was een ideaal ding. En dan eigenlijk rond 2017 precies te zijn, eigenlijk zo. Het muzikale was ik wel beu. Ik had altijd een studio en ik denk gewoon een podcaststudio gaan bouwen. En ik had een idee en er is wat geschiedenis. Was Welcome to the AA. En eigenlijk, dat is een beetje een soortgelijk verhaal. Mensen vragen altijd in, hoe was dat in mij? Was dat moeilijk? En dan moet ik altijd zeggen, dat was instant een hit. Vanaf de eerste aflevering waren we... duizelingwekkende cijfers. En dat was gewoon omdat je voelde dat er... Ja, er was er was duidelijk dat er een soort nood was aan zoiets. En bij ons is dat dan de long-form interviews. Want ik vind ook altijd... Ik denk dat vooral met Mit hebben wij wel, denk ik, een inhoudelijke link. Je zou kunnen zeggen dat het veel gelijkenissen heeft. Absoluut. Denk ook een van onze eerste gesprekken, denk ik. Want wij waren iets langer, denk ik, bezig. Of in ieder geval, wij waren, denk ik, sneller vertrokken. En, denk ik, van de eerste gesprekken dat wij hadden, ging er eigenlijk ook wel over dat je ook zo zei, ik vind dat super tof wat je doet. En eigenlijk willen we dat ook een beetje... Heb je dan ook direct video gedaan? Ja. Okay. Ja, maar dat marcheerde bij jullie. Allee, bij ons was de impact van de video veel groter. Ik weet nog dat we daar ook over discussieerden. Ja, discussieerden spraken, want bij jullie was de audio echt... Ja, de audio die cijfers altijd... kwamen echt totaal niet. Bij ons is veel een beetje anders. Want toen wij dat begonnen, het was er echt niemand dat eigenlijk deed. Mm-hmm. En ik herinner me ook nog
Dat is zo de klassieke media. En zo, toen wij begonnen, ze waren in het begin wel gigantische YouTube-cijfers. Maar wij hadden ook... Ja, er was ook niks om te kijken. Een groot verschil, mensen vergeten dat. Maar in 2018 was YouTube best een saai kanaal eigenlijk. Mm-hmm. Tenzij dat je of 4 jaar wordt, was dat eigenlijk echt huilen met de pet op. En ik weet dat je toen heel snel gigantische cijfers had. Maar wat we altijd gehad hebben, dat audio zeer constant was. En eigenlijk nog tot op de dag vandaag groeit. En bij YouTube vond ik bij ons altijd dat het heel hard afhing van de gast. Natuurlijk, het verschil bij ons is dat het zo breed is. Terwijl, ja, wat is het cool in een voetbal- of sportpodcast? Ja, mensen zijn de sport is groter dan de gast. Terwijl bij ons is het iets minder dat. Maar ik weet wel dat ik dat onmiddellijk enorm fascinerend vond. Omdat mij dat eigenlijk een beetje deed denken aan vroeger in muziek groot zijn. Bij mij was dat punkmuziek, laagdrempelig. Je kunt dat zelf doen. Je kunt aldoende leren. Ik ben een enorme autodidact. Een handleiding is voor mij het ergste wat er is. En ik ben gewoon beginnen gaan. En ik weet dat wij heel snel, Sam, bij mijn twee, en Dennis ook, heel snel een soort respect hadden met elkaar, omdat je wel... Sorry, Gilles. Wij voelden wel dat wij samen... omdat je... Ik denk niet dat, dat wij ooit één, zelfs half niet complimenteus woord over elkaar gezegd hebben. Maar is toch ook de synergie met alles. Synergie. Dat klopte gewoon... maar het is een heel fascinerend ding. Wat ik wel vind, en dat is gewoon... Dat is niet erg, maar dat zullen jullie ook wel een beetje hebben. Soms denk ik ook wel... niet met hem mee, want dat mag ik niet zeggen, want het is nog altijd keiplezant. Want het was wel spannend, zo de periode 2018, 2020. Omdat toen de mainstream media, ja, zoals altijd, zijn die te laat. Dat is ook hun job, te laat zijn. dat is geen grap, dat is gewoon zo. Dat is in elke subgenres. Dat was wel een toffe tijd. Dat je de zo early echt, adapters. Ja, dat je zo voelde van... Vooral omdat wij en jullie ook, dat je dat heel snel op best oké niveau had. Hè. Dat zag je goed, dat leek op tv. Dat wel cool was. Zo van, Kon niks misdoen. Nee, en je wist gewoon... In de era dat je iets hoe dikwijls dat ik toen zijn aangesproken door bekende mainstream tv-makers, alles jong. Van de grootste namen, ik kon ze niet noemen, maar echt de allergrootste. En hoe doet het dat? En dat was gewoon zo... dan konden ze op een gewichtige manier zeggen, ja, een videocamera zetten. en hun Logic opzetten. Dat was wel tof. Je moet het maar kunnen. Maar wat luister jij waardoor je mijn podcast wilde beginnen? Ik heb altijd longform interview fantastisch gevonden. Ik denk dat ik ook wel leuk vind, dat doen wij ook. Je kunt... wij leefden eigenlijk altijd, vind ik, in een maatschappij waarin dat de verdiensten van een gast worden in klassieke media vaak ook vertalen zich dan ook in het aantal minuten aandacht. Maar podcasts zijn fantastisch goed om van mensen die op zich geen heldenstatus hebben in wat ze gedaan hebben, toch een moment te geven dat ze het pakken. Hè? Bijvoorbeeld de Glenn Verbouwheden. Dus wij hebben er ook, hè, wij hebben de Romeo's supercool gemaakt. Ik zeg niet dat ik dat vergelijk, maar er zit wel hè, iets hetzelfde. Terwijl, die komen elkaar wel eens tegen de nacht leven. Er zal nooit een Belga sport gemaakt zijn over Glenn Verbouwheden, nee. Denk ik. Nog niet. Dat is een idee. Maar kunnen een wereld voorstellen dat jullie daar geen special over hadden gemaakt? Dat is wel een soort stuk cultureel erfgoed dat ons anders ontnomen had. En dat no way op klassieke media gebeurt. En we hebben dat met onze gasten gehad, maar het gaat nu niet over Welcome to the AA, maar dat is wat hetzelfde. En dat vind ik tot op de dag vandaag het opwindendste aan heel dit format. Ik heb wel echt, herinner ik mij, een gesprek gehad, want in het begin, voor met Metoplay Sports zat, moesten we dat niet iedere week hebben. En dan was het eigenlijk, ja, we hebben een gast, we hebben geen gast. Als we opnamen op dinsdagavond dropten we het. Als we op donderdagavond dropten we het. En dan hadden we zo 2 weken niet of zo. En ik denk dat Andries toen bij X&O's de gast was of zo. Alles in daarna ga ik aan de praat. En jij zei, waarom heb je geen mid? Ik zeg, ja, geen naam, alleen de dien of de dien. En dan had jij tegen mij gedacht, maar zie gewoon dat een goede aflevering is. Zonder de gast, dat gaat minder qua cijfers hebben. Maar qua community building en qua mid branding. Ik vind zelf dat jij nog altijd te veel twijfelt over sommige gasten. Ja, oké. Okay. Ik wou net zeggen, bedankt Andries voor die les. Ja, maar dat is valt, hè. Ja, nee, je hebt die stap gezet. Maar daar heeft elke podcast die gasten nodig heeft wel een struggle in, toch? Als je een gast nodig hebt, begint ze maar te zoeken. Je twijfelt, wie kan er goed babbelen, wie past er in dat format? En ook het aantal sterren, die zijn eindig. Maar dat is hetgeen dat we zeker ook over gehad hebben. Bij ons is dat ik en met Alex en zo. Je moet ook kunnen overleven op basis van... We zetten die micro, want... Ja, dat is een verschrikkelijk woord, maar het moet vallen. Ja, mensen worden fan van u, hè. En dat is bij jullie net hetzelfde. Dat is een duo, dat is iconisch. En dat moet ook kunnen overleven zonder de gast. En dat is bij jullie perfect gelukt. Michael,
Hoe ben jij en wanneer into podcast geraakt? Welkom. Zelf doen en luisteren ook. Nee, ik luisterde wel af en toe vroeger. Maar ik moet zeggen dat ik wel op dat gebied geen early adapter was. Maar nu ben ik wel helemaal verknocht. Ik denk dat er geen autorit voorbij gaat. En ja, zonder podcast, ik moet zeggen, het zijn niet altijd de VOS-podcasts, eerlijk gezegd. Maar in het buitenland. In het buitenland ben ik een grote fan van de Spanish Football Podcast bijvoorbeeld. Dat heel hard in mijn kraam valt natuurlijk. En ja, ik ben aan het diversifieren naar film, muziek, geschiedenis, podcasts. Dus ja, ik vind dat een enorme verrijking aan mijn autorit. En eigenlijk ook wel een beetje aan mijn leven, eerlijk gezegd. Dus het is nog nooit zo leuk geweest, gewoon werkverkeer. En je pikt altijd iets op. En ik vind het leerrijke daaraan, maar ik ben niet iemand die op dinsdagavond altijd naar de Canvas documentaires keek. Dat gebeurde wel regelmatig, maar vanuit mijn opleiding als historicus heb ik sowieso wel altijd een gezonde nieuwsgierigheid. En ik ben nooit te oud om nog dingen bij te leren. Of dat dan nu over voetbal gaat, over basketbal, over wielrennen, Amerika voetbal, maakt echt niet uit. Of zelfs niks dat met sport te maken heeft. Dus ik ben een grote fan van het jonge medium. Ik heb alleen schrik dat we ooit geen jong medium meer gaan zijn. En wat er dan komt, ja, daar zullen wij waarschijnlijk wel ons hoofd voor moeten buigen. Dat komt dichter en dichterbij, denk ik. Evert? Ons pensioen, of? Dat komt ook dichter en dichterbij. Nee, wanneer en hoe ben jij in de podcast geraakt? Wat ben je beginnen beluisteren, bijvoorbeeld, waardoor dat je het zelf wilde maken? Ah, wel, maar ik heb erover nagedacht toen ik naar hier reed. Toen waren we aan het bellen. Sommige mensen kunnen denken en bellen tegelijk. Ja, wegsfeer. Goed geluisterd. Oh, ik word hier gewoon onder de bus gegooid. Nee, maar ik denk echt de Pieter Crouch podcast. Denk ik dat die juist voor ons begonnen is. En daar luisterde ik van in het begin naar, omdat ik die gast geniaal vond in die podcast. En nu ondertussen vind ik dat... Jij moest een lange nemen ook, dat was een ding met Sam of zo. Nee, maar als voetbalfan vond ik dat wel net verfrissend. Ja, de gast die echt juist uit dat profvoetbal komt gerold en die vertelde ja, de verhalen. Beetje gelijk Clem Verbouwheden, maar ook René van der Gijp in Nederland. En dat zijn de dingen waar ik vind dat geweldig. Ik vind dat heel entertainend. Dat is een uur dat voorbij vliegt. En er zijn er maar weinigen die dat heel goed kunnen. Dus van der Gijp in Mid, waarom is dat nog nooit gelukt eigenlijk? Ik heb Van der Gijp ooit eens wel in een tv-documentaire gekregen. Dat was een geniale dag. Dit is echt mijn droom om die ooit wel eens in Mid te krijgen. Ja. Maar die heeft nu een daily in Nederland. Dus die zijn agenda is crazy vol. Maar ik denk dat Pieter Crouch podcast en Welcome to the AA zullen... en XNO's natuurlijk. Ik zeg niet van in het bij het allerbegin, maar ik weet wel nog voor... niemand van bij het allerbegin. Oh. Voordat Mid begon, want ik speelde veel NBA 2K... En dan luister ik naar u en dan probeer ik zo wat spelers te kopen die gementioned werden en zo, dat weet ik wel. Mooi. Ja. Dan? Ik ga de vraag aan iedereen afgaan. Ja, nee, dan moet ik XNO's en de eerste Mid zeggen. Ja. Ja, ik kwam aan met Sporthuis, begonnen wij bij Play Sports te werken en jij werd toen 30, denk ik, kan dat? Ik ken elkaar 2 weken en je nodigde mij uit voor uw verjaardagsfeest, uw 30ste verjaardag. Dank. En dan... Wow, snelle gast. Okay. Ja, toffe mensen. Ja. Snelle gast? Ja, ben je van snel met iemand uit te nodigen. Ah, ik dacht knappe gast. Ja, ook, maar... en dan had jij een Facebookpagina, XNO's, en dan dacht ik, podcast, what the fuck. Dat is het jaar dat ik met XNO's ben begonnen, ja. Ja, voilà. Kort daarna. Ja. Dus ja, jullie 2 dan, of jullie 3 dan, ja. Oké, mooi. Geen buitenlandse? Waar je naar luistert? Ja, Nederlandse. Ja, de Ajax-podcast. Ja, bij mij was dat de Bill Simmons podcast. Ah, daar heb ik mee begonnen. Die mens die doet er al zo lang. En ben die dan tegengekomen ook toen ik in Amerika was voor de finals 2013. Hebben we er een matchje tegen gespeeld. Dat bleek een ongelofelijke eikel te zijn. Spijtig genoeg, want ik ging er naartoe. Die was altijd met Jalen Rose in zijn podcast. Jalen Rose, ex-NBA-speler. Heb je tegen Jalen Rose gebasket? Ja, ja. Oh, nu ben ik heel jaloers. Toffe gast. Bill Simmons, kon hem het nog? Hij stond wat vet. Ik heb dat ook gezegd toen ik ze een bal had afgepakt. En in mijn rug zei ik ook, Jalen, you're not what you used to be, man. En zo. Ja. Het is wel schoon bruggetje terug naar de opmerking dat jij niet altijd zo vriendelijk bent. Op het veld? Ik heb nooit gezegd dat ik op het veld vriendelijk was. Dat is een andere mens. Maar Bill Simmons was, ik ging die compliment geven. Dat ik zei van, dankzij u ben ik podcast beginnen luisteren. Ik lees uw stukken kei graag. Uw boek was fantastisch. En die ging dat zeggen en die keek en die zei, En die draaide zijn rug. En sindsdien nog geluisterd. Ik heb me 5 minuten later op het veld keihard tegen het bord afgeblokt.
Ja, maar toen was hij vriendelijk. Hij had juist zijn co-host afgemaakt. Ik zou maar die speelde samen, hè. Dat was voor de matchjes, hè. Dat was zo international media games. Dat was heel tof. Hij mocht dan spelen op het veld van de San Antonio Spurs. Maar als ze effectief een dag erna een match in de finale speelden. En daar mochten wij met de internationale media matchjes spelen. En dat waren dan de twee celebrities die meekwamen doen. Waren Bill Simmons en Jalen Rose. In zo'n bijsport kan dat allemaal. Oh, ja. De supporter van KV Mechelen, ga ik het zeggen. Zo. Ja. Leroy. Ook XNO's, maar kan dat zijn dat dat nog op SoundCloud was? Ja, ja. Zeker. Daar is dat begonnen. Dus, mijn dasjakken toen had zo Bluetooth en toen kon ik dat beginnen luisteren in een auto. En Around the NFL. NFL-podcast. Omdat je daar hier geen nieuws over vond. Dus dat wel... relevant was om naar een Amerikaanse podcast daarover te luisteren. De Amerikanen waren ook gewoon daar ik zo vroeg mee. Ik weet dat ik daar op de redactie van Play Sports mee afkwam toen ik dat wou beginnen. Ik ga geen namen noemen, maar ik weet dat iemand toen tegen mij gezegd heeft van podcast, dat gaat nooit werken in Vlaanderen. Als je mij dat toen helemaal in het begin had gevraagd, had ik dat ook al gezegd, denk ik. Maar alles wat in Amerika werkt, komt over naar hier en werkt uiteindelijk ook werken. Buiten Dr. Pepper. 10 jaar later werkt het altijd, hè. Dr. Pepper is zo het gehoord. Dus het enige wat hier niet gewerkt heeft. Dat je dat nooit gedronken hebt. Nee, ik vind dat niet slecht, maar heeft hier in het algemeen niet gewerkt. Ja. Dat is ook weer typisch, ze zeggen dat eigenlijk de Nederlander Adam Curry, dat eigenlijk de eerste podcaster is. Ja? Ja, dat eigenlijk de eerste is. Die, dus mensen die hem kennen, wel een legendarische presentator, hè, die deed zo de muziekprogramma's, die zijn naar Amerika gegaan, denk ik, waarschijnlijk via MTV of zo. En daar heeft hij zo, die had een eigen radioshow, maar dat was een soort... podcast avant la lettre, dus je wordt wel aanzien als de godfather. Dus weer zo typisch dan een Hollandere tijd. Ja. Jappe? Ja, je hebt het daar juist al een beetje aangehaald. Dus een paar jaar geleden, ik heb ook voor Play Sports gewerkt. En er zat iemand op de redactie die daar echt met podcast bezig was. Echt zo'n basketbalfreak. Ja, dus een Dennis, en die is op een gegeven moment op een glazen kot gaan kloppen bij de hoofdredactie. Ja, we moeten dat echt doen bij Play Sports hier. Podcasting, want in Amerika is dat echt super populair. Uiteindelijk, na veel vijven en zessen en wat geduw en getrek, was er ineens een podcast en dat was dat. Hier Latak dat Mark de Grijze interviewde en dat werd dan eigenlijk gepost op de playsports.be website van dit zal misschien wel wat extra kliks op onze website genereren. Voor de nieuwsbrief nog was dat. Of op de nieuwsbrief. En ik heb daar toen naar geluisterd en ik dacht van, dit is podcast. Juist. Dat zit ver, hè. De eerste Play Sports podcast was Jelle Tak, die inderdaad belde met Mark de Grijze, dat is juist. En dat was heel cringy. Vanuit de voicebooth, hè. Dat was zo inbellen. En daarna, uiteraard, dat heeft mij niet echt geënthousiasmeerd om nog verder podcast te luisteren. En dan ineens kwam eigenlijk de podcast van Laurens ten Dam op mijn pad, die Slow Ride Fast. Ja. We hebben die nu ook afgelopen jaar bij ons in de podcast gehad. Is ook wel, die heeft echt een merk neergezet. En dan ook tijdens fietsen veel beginnen luisteren. En dan, een jaar daarna ben ik ook veranderd van job. En dan zat er iemand naast mij, de Loy, niet Leroy, maar de Loy. En elke keer als ik naar zijn scherm keek, dan klikte hij dat weg. Ik zeg, keek zo, terugklik weg. En altijd in die seconde kon ik zien dat daar zo van die poppetjes stonden en zo'n dvd-kast van achter. Ik zeg, wat is dat nu? Dus dat was eigenlijk Welcome to the AA. En dan zo, ook beginnen luisteren. Het was dan ineens corona. Een uur fietsen voor het werk, een uur fietsen na het werk. De cafés waren dicht. Dus ik heb die allemaal toen, van 2018 tot allemaal herbeluisterd. En zo is dat de bal eigenlijk beginnen rollen om... dat medium interessant te vinden. Hè. Dus, Corona. Hoe dus jij zei gaan kloppen op de hoofdredacteur hun deur. Ik was er al mee begonnen. Ze hebben van alles gepakt, maar XNO's nog niet. Ik mag dat wel zeggen, dat was redelijk pijnlijk ook. Hè. Dus dat was zo'n brainstorm en alles wat wij zeiden, werd allemaal gepakt. En dat is een hele podcast. Dat was gewoon, iedereen kijkt zo al weg. Dat is echt waar. Kijk. Die wou er niks mee te maken hebben eerst. Ja, dus ik ben er zelf mee begonnen. Ben bij Thomas thuis. En eerst dat ik ooit opgenomen heb, was bij Thomas van de Spiegel thuis. Smartphone op tafel. En beginnen babbelen. Een dictafoon. Nee, gewoon. Ja, een dictafoon op een smartphone. Ja, absoluut. En dan pas later, denk ik dat de eerste 2 jaar zo gedaan heb, op bepaalde aflevering dat ik nooit meer heb kunnen gebruiken. Omdat iemand thuis die dat de ramen had opengelaten en hoorde er achteraf terug. En er staat letterlijk niks, hè. Als er een tram voorbij komt, dan... Terwijl ik denk dat nu PlaySports een van de grootste van sport dan podcastkanalen heeft. Ja. Ze hebben er nu ook veel, hè? Ja. Zeker. Wie bedenkt de namen van de podcast die jullie hebben
Ah, ik ben blij dat we die mid-mid-discussie hier eens gaan Wie heeft mid-mid voeren? Oeh. Toch? Ik wijs naar mijn linkerzijde. Ik denk aan Michael, ja. Dat heb ik ook zelf. Wat is de discussie dan? Ja, ik weet het. Ja, topdiscussie. Het was heel snel duidelijk, precies. Goeie tv, dat moet makkelijk zijn. Ja, ik dacht dat ze brengen. Maar wilde jij conflict? Ja, ik heb dat bedacht. Ik weet dat nog. Ik was naar Ikel mee aan het kijken. En ik dacht, godverdomme, dat is een goede mid-mid. We hebben dat in een koffiebar bedacht. Een koffiebar waarvan de dame later nog de vriendin van Steven de Voer is geworden. Ja. Black and Yellow. Ja. Dus, ja. Nee, droppen zeg je. Dus bij deze maakt het al tv-moment iets interessant. Ja, voilà, dat vind ik top. Maar ik ben er wel trots op, eerlijk gezegd. Ik heb over laatst ook wat namen ingediend voor de Sporza Daily, dat dan Sporza Daily geworden is. Wie heeft dat verzonnen? Dat was creatief. Wat was uw voorstel? Oh ja, er waren een paar grappige bij ze. Zo, hielspoor, want we zitten het nieuws op de hielen. En zo, heel slechte voorstellen, eerlijk gezegd. Dus ik ben blij dat toch mid-mid meevalt en Croquette toch ook redelijk goed aanvaard wordt. Dus van de ideeën was Sporza Daily gewoon ook nog het beste. Ja, ja. Als ik de enige was die inzendingen heeft gestuurd, denk ik wel, ja. Maar bij bepaalde zenders en programmanamen indienen is dat niet altijd gemakkelijk. Weet, we hebben ooit eens een programma gemaakt, ging over kerstmatchen in de Premier League. Voor topwedstrijden. Ja, er is toch maar één naam dat je kunt pakken dan, dat ik voorgesteld. Jingle Balls. Ja. Logisch, hè? Waarschijnlijk ook wel een pornofilm, denk ik. Dat is exact de reden waarom dat ik het niet mocht doen, hè? Dat is de exacte reden waarom dat ze hem niet hebben willen pakken, Jingle Balls. Maar dat is wel een trailer geweest, hè? Ja. Herinner me hem nog Hazard, zo Jingle Balls, Jingle Balls. Ja, dat dan weer wel, ja. Kijk. Ja. Met Dick de Lading of zo, ik weet niet. Oeps en Bakker, welcome to the AA. Wie heeft dat bedacht? Welcome to the AA heb ik bedacht. Ik weet het niet, ik vond dat, ik zeg met die AA en dan... Heel snel eigenlijk, maar de beste komen ook altijd heel snel. Hè. Die had ik al. Op zijn bakjes heb ik niks mee te maken. Dat was maar wie dan wel, dat weet ik wel, niet meer. De legende van op zijn bakjes is, hoe ik het... Was jij die belde naar mij? Mm-hmm. Of we kwamen elkaar tegen, misschien dan een XNO's of zo. Nee, ik belde nu. Ik belde en ik kan het woord voor woord nog herinneren wat je zei. Zeg, je zit nou bij de Dennis en zo, maar van UFC weet jij toch veel. Waarop ik zei, als ik heel eerlijk ben... Van alle sporten is dat eigenlijk hetgeen waar ik echt veel van weet. Just. Goed, dan heb ik een idee. De Robin en de Pedro, die hebben heel de avond... Die zaten toen nog tegenover mij. Ja, die hebben heel de tijd... Oh, dat wist ik toen niet. Ja. Heel de tijd ontzagen, de oren van mijn kop liggen zagen, dat ik een podcast moest regelen over MMA. En, jij gaat dat doen. Jij gaat dat doen, want die twee Charles alleen, dat zie ik niet zitten. En toen heb ik gezegd, dan moet daar misschien nog wel een echte expert bij. En dan, exact. En dan had ik de Jan al wel, omdat ik die al eens... ik had die al zien vechten en ik had die ook eens één keer bezig gehoord. En ik wist dat je wel een zin gezicht kon krijgen. En jij zei, ik heb er ook al iets van gehoord. En dat was... De rest, maar je lacht niet, maar dat is echt in 5 minuten. Dat was het. Dat was en dat is ook nooit veranderd. Hè? Die nee, nooit veranderd. En dan zijn we een keer bij Pedro thuis geweest. En dan, de naam was al beslist op zijn bakjes. Door wie? Ik denk Robin of denk Pedro. Rond dan. Ja, ik denk de Robin eigenlijk. Ik heb dat ook al in de podcast gezegd, dat ik dat echt een onnozele naam vond. Maar ik heb dat ook echt gezegd in een podcast. Maar dat is met veel namen zo. Je moet dat wat tijd geven. Hè. Toch geniale naam. Ja, nu wel, ja. Dat maar staat op die zijn broek en zo. Ja, ja. Ja. Ja, als hij over iemand stapt die net een kou heeft gekregen, stapt hij gewoon op zijn bakjes. Dat is briljant. Dus ja, nu vind ik dat ook de beste naam ooit. Maar ik weet dat ik toen wel dacht... Goh. Maar dat was zo een done deal. Hè. Dat was zo... Wat ook wel leuk was. Ja. Die waren ook echt, please, echt 40 jaar oud en zo aan het please. En dan zeg je, wacht, ik ga even één telefoon nog doen en dan belde ik Andries. En dan zie je die zo, yes. Yes, die mannen serieus. En je had eigenlijk maar één ding gezegd tegen mij, zo van, want 90 Minutes was al bezig dan. Ja, en je zei gewoon, je gaat ze in het gareel moeten houden, want die twee, dat is... Maar zie gewoon dat een aster, want dat is zo hetzelfde of zo. Ja. En dan heb ik letterlijk 90 Minutes liggen zien. En ook blijven zien, want ik vind dat superleuk. En gewoon een aster geanalyseerd. Ik zit ook letterlijk in die stoel. En ik heb echt begin dat gewoon overgepakt. Mooi. Ja, want we hebben bij Mid-Mid Pedro al een paar keer te gast gehad. Dan zijn ze wel moe. Ja. Na een uur en een half. Het beste moment van Pedro vind ik nog altijd tijdens Mid-Mid Mondiaal. Dat hij en Robin per se kwik wilden eten. Een half uur voordat er eten van de catering was, hadden te veel honger. En Mieke, onze producer, geweldige producer, die alles voor ons deed tijdens de Mondiaal. En dus Robin en Pedro, Mieke, kwik, wil je kwik?
Dus Mieke dacht, is goed, ik zal Kwik gaan halen. Ik ga Kwik halen, die man eten dat op. En wees, 5 minuten dat die gegeten hebben, allebei zo slecht. Echt zo slecht als iets. Zeg, met de front tegen het wc gaan zelfs. Nee, dat gaat niet. Maar die willen ook alleen maar komen als ze samen mogen komen. Dat is, ja. Ja, maar dat, moet wel, dat is wel grappig. Sorry. Ik weet niet dat het moment is of zo, maar dat is wel tof aan, aan die twee. Is, ja, want ik ben ook wel... Ja, ik ben ook wel gewoon om in heel veel situaties dat je... Ja, het handje de voorste of zo zei of zo. Ay, als je, maar die twee zijn zo, zo'n unit bij elkaar, dat je eigenlijk ook... Want ik had ook nog nooit echt gehost. Ay, buiten mijn radioshow, maar dat is anders dan alleen. Maar jij zei, ja, doe dat maar. En eerlijk, het gaat ook gewoon niet anders. Want je kunt die twee, je kunt dat niet tussen. Dat is echt een getrouwd, dat is een getrouwd koppel. Die, die zijn ook heel de tijd, dat is ook fantastisch. Dus je ziet, die zijn ook heel de tijd met hun ogen op boven ontzien. De hele tijd ontdenken, wat voor bullshit kan ik nou en de Jan is, ik en de Jan was dan eigenlijk zo de reden. En, wij moeten, en ik probeer dan zo wat in stelling te zetten. Maar dat is... Echt een laatste therapie. Dat is de laatste therapie. Een van de leukste dingen dat ik kan doen. Maar ik ben kapot. Kapot. Nou ja, okay. Dat snap ik volledig. Ja, want dat is ook zo. Dat begint eigenlijk al, ik weet niet of je ooit gezegd hebt, maar dus je doet een intro. Hè? Iedereen dat een host is, kent dat, hè. Hallo, welkom. Maar dus ik, zit dan, ik moet dan in die camera zien, maar de Pedro zit eigenlijk waar dat de Jappe zit. En elke seconde, van het moment dat ik begin, dus, ik, dus dat zegt Stijn of wie dat is, of de Nick, die zeggen dan, ja, klapje, en dan begin ik. En ik doe dat altijd in één keer. En er is een reden waarom dat je dat kunt doen. Ah, omdat dat professioneel is, tof is, bla, bla, bla. Maar gewoon, ik overleef dat anders niet. Want je zit gewoon de hele tijd naar mij te zien, te speeden. Faalt, faalt, faalt. Dus ik moet echt zo kijken. Ik kan echt niet een millimeter naar rechts, want dan staat de Peter door met elke gezichtsuitdrukking zo... om te doen, om dat toch wat te dwarsbomen. Maar... Ik wilde heel graag een croquette, maar nu weet ik eigenlijk niet. Ik houdt u wel... bekendste Barça-fan. Hij houdt u scherp. Ja. Maar heerlijke mensen. Ja, ja, allebei. Legends, alle twee. Sowieso. Fantastisch. Barotelli, wie heeft dat bedacht? We hebben een heel lange brainstorm gehad daarvoor. Een brainstorm van, denk ik, 2 uur over... ja, gaan we het Café Pro League of Chez Gilles of zo. Maar ik had al vrij snel gezegd, we doen niks met mijn naam erin, want dat vind ik... Ik kan daar niet tegen. En als het van Café dat iets... heeft voorgesteld. Welk? Chez Gilles. Chez Gilles. Heb jij dat voorgesteld? Nee, nooit. Dan was het een Dennis misschien. Andere Dennis, nee. Ja. Andere Dennis, ja. Andere Dennis heeft een paar slechte ideeën. Er waren echt een paar slechte ideeën. Het was, was er nog gekomen. Het was Libero. En dat. Gewoon allemaal van die Italiaanse termen. En dan begonnen we te denken aan namen van voetballers. En dan ging het over ja, bar nog iets of café nog iets. En dan... We wouden een woordspeling doen en ik was eigenlijk gewoon Italiaanse namen aan het opnoemen. Dus ik zeg Barzagli, Balotelli. En dan zegt iemand, ah ja, Barotelli, dat is een goeie. En ik zeg van, ah ja, ja, dat heb ik gezegd. Maar dat is helemaal niet wat ik heb gezegd. Oh ja, ik zei dat, maar dat had jij wel gezegd. Dat had jij niet gezegd? Ik zei Balotelli. En jij zei, ah ja, Barotelli is goed. En ik zei, ja, ja, dat is goed. Hè. Nee, dus je hebt wel eens een woordmap opgemaakt in je leven, want er net Michiel, voor... Michiel was daarbij. Ik doe dat nooit. Nee. Eigenlijk, ja. Maar ik heb gehoord dat er maar één iemand was dat er tegen was tegen die naam. Tegen Barotelli. Was er iemand tegen? Blijkbaar, de mens die dit op poten heeft gezet. En ik. Maar ik was ook zo, ik was eerst nog... Ik heb, vanaf dat we waren zo de naam vaker aan het herhalen en we bleven er zo meer en meer inkomen. En op een bepaald moment had ik zoiets van... Ik moet iets verzinnen waarom dat het niet zou kunnen. Gewoon zodat als er achteraf de reactie op is van... Ah, stel dat Balotelli iets heeft gedaan of iets speciaal heeft gedaan. Maar dan, onze naam is... Ay, de naam van de podcast is niet gelinkt aan Balotelli. Het gaat niet over Italiaans voetbal... Je zegt geen verantwoordelijke of geen persverantwoordelijke van Balotelli wijze van spreken. En ook, ja, de naam wel past bij mij. Wie dat ik ben dat is als een persoon. Hele goede naam. Ja, ik vind het ook goed. Top 3 beste naam, zeker. En ik moet trouwens enorme dank geven aan Michiel en Edin, die mee het logo hebben ontworpen. En die zo, ja, de bar eigenlijk boven de rest hebben gezet, zodat we misschien bar spatie Otelli zou kunnen lijken. Maar die hebben dat wel heel goed aangepakt door ja, die vormgeving en zo. Als ik wel... Heel snel direct van onder de indruk. Hè? Dat is wel zo een van mijn eerste... Maar is wel nog niet goed genoeg gestoffeerd met verschillende soorten drankjes eigenlijk. Drankjes? Ja. Ja. Nee, dat nog niet. Nee. Is ja, we drinken die op, hè. Is Barotelli een ding? Want ik vond wel dat dat kan fout zijn. Dus omdat ik het vraag, is dat is een eerste studio waar ik voelde, hier is over een set nagedacht. Het is 2 maanden aan gewerkt, ja. Ja, maar ik bedoel, er is een mooie, strakke dingen en zo, maar Barotelli was toch... Er steekt toch liefde in? Nee, ja.
Het is een beetje, ik moet nu wel zeggen, een optreuk is aan een kapstok hangen, dat is cool. Maar ik bedoel, dat is niet set, dat is set dressing, maar dat is echt een decor. Nee, dat is nog net vind ik ook, dat vind ik niet. Vind ik dan niet. Ik vind Mit is toch ook wel geëvolueerd. Ja, die wel. Set. Maar de allereerste. Dat zou ik zeggen. Toen ik op vakantie was, stuurde Arne zijn computer mock-up van de tweede Mit studio voor. En dat is in mijn hoofd wel zo de eerste... Dat is een echte tv-set, hè? Die hadden we een studio. Ja. En bij Barotelli, ja... Kunnen zeggen hoe dat er gegaan is. Ik wou gewoon... Het café eerste klas was zo er niet helemaal doorgekomen. En een café, niet in zetels, dus een café bouwen. We hebben er in één avond met 4-5 man pinten zitten drinken op waar dat nu de set is. Ja. En we hadden een pokertafel omvormen. Ik ga dat zeggen hoe dat jij op Subuteo online hebt liggen shoppen die week. Hoe dat jij tweedehands Subuteo zoveel hebt liggen. Ja, ineens bedrag opplakken. Subuteo aankopen. Hij heeft zo'n pokerding gekocht. 260 euro Subuteo aankopen. Maar ook wel zo, terwijl dat we bezig waren, zo op een gsm al, en dan zo, nee of niet, toch niet Subuteo. En dan zo, oh boys, ik heb hier al rood, zwart, blauw, wit. Ik heb hier alles gekocht. Is er iemand oud genoeg dat dat ooit gespeeld? Ik heb dat ooit met een neef gehad. Maar dat was een heel raar spel. Dat was zo, je moest met je duim. Dat is heel moeilijk. Dat sloeg nergens op. Dat is niet tof eigenlijk. Nee, dat was zo knikkeren met een vervelende knikker. Dat zag je altijd. Je had dat dan klaargezet en dan dacht je, kei tof. En dan waren we 5 minuten bezig en dan nee. Pas op, we zijn wel uitgenodigd door die Belgische Subuteo club om te spelen. Kikkerkastje vind ik dan nog net iets leuker. Toen ik klein was, had ik dat wel in mijn kamer. Dat vond ik wel echt top om te spelen. Maar dat zou nu ook net iets te cliché geweest zijn in die studio, denk ik. Een kikkertafel. Ja. Of al die gasten. Nee, ja, maar het is wel weer... We willen hem nog vaker. Dat is wel weer een heel mooi moment als ik dan boven kwam en die tafel was af. Alle props naar Stijn daarvoor. Ja, absoluut. Heeft liever maar, mooi uit. Want in het idee was het zo, als ik met te veel moeite, dan werk ik vertragend op de rest. Dus op een gegeven moment dacht ik... Oké, nu laat ik het gebeuren en dan was het prachtige tafel. Ja, maar je moet ook weten, je hebt wel insane knutselaars op de redactie. Hè? Ja, Stijn heeft die tafel liggen verven en zo. Die plankjes die en wat hij lijkt. Stop even met Stijn, want hij is aan het groeien en aan het groeien. Stijn is achter de schermen met armen hier. Dus hij leidt af. Maar toen dat die eerste episode live was, hebben er daarna ook mensen naar mij gestuurd. Amai, waar heb je die tafel gevonden? Ik wil ook zoiets. En dat is echt gewoon allemaal plankjes zelf ineengestoken en een kunstjas zelf gekocht en erop genaaid. En... Is er ooit over nagedacht om een soort intro stop-motion te maken met die Subuteo of zo? Ja, dat gingen we nog doen. Maar de Santitar heeft dat zo'n beetje gedaan. Ja. Play Sports, en dat is misschien de reden dat wij niet die weg zijn ingeslaan. Dat is ook gewoon, volgens mij, een serieus tijdverdrijf. Nog een paar andere namen. Valsplat. Wie is daarop gekomen? Ik denk dat ik daar ben opgekomen. Ja. Ik denk dat wij ook gewoon een beetje hebben... gebrainstormd, zal ik maar zeggen, via WhatsApp. Ik wou eerst een podcastnaam met mijn naam in, maar dat moest niet. Wat had je in gedachten? Jappe heeft een bijnaam voor zichzelf, voor de mensen die het niet weten. Oei. Gaan ze hun eigen bijnaam zeggen, Jappe? Er zijn er veel. The Legend. Ik heb dat ooit eens in mijn zatte gezegd. Maar Zie waar, je wordt heel nuchter terug. Ik heb dat, toen je zat, werd nog veel herhaald. Dat zou kunnen, ja. ik kende natuurlijk wel wat wielertermen. En ik ben die dan zo wat beginnen droppen. En ineens kwam ik dan op vals plat. En de Sam zei direct van, ja, we doen dat. Ja, Sam was super enthousiast. Ik zei er ook direct, ja, dat is hem. en ook wel een beetje naar de analogie van meet, vals plat. En dat was zo'n beetje, denk ik, ook de doorslag. En dan heeft Kenny dat logo gemaakt. En dan waren we wel van, oh ja, oké, nu is het echt vet. Weet jij hoe dat eerste logo er nog uitziet? Dat heb ik gemaakt. Ah ja, ik heb dat gisteren nog eens opgezocht. Dat is heel erg. Maar dat is eigenlijk zot. Dat is eigenlijk zot, want nu spreken we gewoon over... vals plat met een gele cirkel die doorbroken was. En toen zeiden we van, vet. Maar als je nu... als je nu kijkt, je denkt dat dat meer dan 10 jaar geleden is, maar het is maar 3 jaar geleden. Hè, als je van, kijk nu, daar voor ons ligt nu het nieuwe vals plat logo. Ja, dat is echt bangelijk. Dat is... Allez. Je zou het zo op een t-shirt zetten. Ja. Maar we hebben een webshop, hè. Dat kan geregeld worden. Ja. Nee, ik bedoel, dat Vivre dat toch... Dat logo op een t-shirt gezet. Maar nee, dat was wel... Over Vive le Velo gesproken. Dat was wel toevallig het logo van Coquetta.
Welk? Is gemaakt door de man achter Vive la Velo. Ah, ja. Wat? Ja, ja. Kijk, van die kerk heeft het oorspronkelijke logo met Iniesta. Dus. Oh, ik werd trouwens ook nog vandaag getarget op Instagram om te gaan werken in de nieuwe Vive la Velo winkel. Ze zochten daar een shopmanager. In Diksmuiden dan? Of? Knappe gast. Of wel ergens anders. Misschien moet ik daar toch op springen, omdat er toch een link is met de Vals Plat t-shirt. Dus, wauw. Moest Karel dit ook horen? Ook een goede dag eigenlijk, hè. Als we dat ontdekten. Dat je ineens dat we een foto zagen met dat die plankaart in de studio zat met een grijze t-shirt met dan dat Vals Plat logo. Ja. Maar juist hetzelfde. Zo, what the fuck? Ja. Wat maakt hij nu reclame voor onze podcast? Ja. Dat gelden dat dan nog niet door, of? Ja, zo de eerste seconde niet. Ja, dus, allez, stel je voor dat er iemand een mid-mid logo... Maar dat was gewoon toevallig. Oh, pakken die aan. Dat was toch gewoon toevallig hetzelfde lettertype, niet? En hetzelfde afgesneden. Heel toevallig. Ja. Ja. Ai, ai, ai. Maar we moeten nu wel ook eerlijk toegeven. Karel heeft ons daarna ook wel t-shirts toegestuurd. Echt? Ja. Inderdaad. Ja. Want je was toen met hem aan het sturen met Karel. En hij zei van, ja, stop even met sturen, want ik ben te zat, want ik ben aan het padellen. Daar heb ik me nog. Ik ben te zat? Want ik ben aan het padellen. Ja. Ja. Ik stuur alles sinds veel printscreens door, dus dat kan kloppen, Karel, en niet meer. Maar... Oké. Okay. Jappe wordt rood, dus ik denk dat het waar was. Kike Rush, Lilo, er is eerst een andere naam gehad. Dat was Mid-Mid Kike Rush. Ja, eerst waren we waarom? Het klein broertje van Mid-Mid. Ja, maar waarom? Omdat Mid-Mid over voetbal ging. Wij gingen ook over voetbal. Stel je voor, Mid-Mid Croquetta. Dat kan toch? Dat was eerst het initiële plan, echt wel, om dat allemaal zo te doen. Ja. Het is goed dat je dat niet gedaan hebt. Ja. En voor de rest was het recyclage, hè. Ons programma is genoemd naar het programma dat Tim ooit presenteerde op Kanaal Plus af. Nee, het gaat Prime geweest. Kanaal Plus. Ja, absoluut. Toen dat Tim ongeveer mijn leeftijd van nu was, denk ik. Heb je daar beelden ooit van gezien? Ja, ja. Van Tim op jonge leeftijd. Ja, ja. Dat is fantastisch. Had hij een blessie? Zo? Ja. Van alles. Ja. Ja. Had ook ooit zo'n goede... Flavor Saver. Een goatee. Nee? Een goatee. Ja, maar zo... Nee, de Flavor Saver heet dat. Zoals David Villa. En David Villa, ja. Ik had ook zien. Ja, dus aangezien hij ook de host van onze show ging worden, hebben we dat maar gewoon gerecycleerd. Soms moet het niet te ver zoeken, denk ik. Dat past ook perfect, hè? Ja, ja. Het is voor de hand liggend. En we hebben wel overwogen om andere dingen te doen, maar altijd teruggekeerd naar die naam. Een goede naam. Dat was toch eigenlijk gewoon het Mid-Mid logo met dan zo Engelse vlagjes? Ja, met zo twee UK-vlagjes. Ja. In Groot-Brittannië eerst. Ja, van de UK, ja. Nou ja, wel. Schotsvoetbal... Nee. Ja, we hebben dat dan aan Kenny moeten uitleggen, hè? Ja. Maar pak eens de Engelse vlag, goed, maar dat is toch... Nee. Absoluut. Oh, mooi. En niks en o's? Ik hou iets met een X in, van Sayed. Nee, sowieso. Wel zijn eigen naam al in de podcast. Nee, letterlijk. Ik hou iets met X in gewoon. Ja, ja. En ik was erover aan het denken. En ik was er in de kleedkamer na een training of na een match met wat ploegmaats over aan het babbelen. En ineens zei Cedric Loyens, ploegmaat van mij, shout-out, die zei, kun je niks doen met X's en O's die in tactiek kunnen daar niks mee doen? Ik zei, als ik gewoon er X van maak, van Sayed en dan NO's en dan... Kun je daar Sayed en Others van maken? Dan werkt dat. Dus die heeft een goeie, hele goede voorzet gegeven. Ik stond voor open doel. Ik moest wel binnen shotten. Wel de minst handige voor Twitter-handles en zo. Hè? Ja. Ja, door die N. Maar ik vind dat echt een briljante naam. Ja, de naam is cool. X's en O's in Amerikaanse sport en in basket. Als de coach zijn bord pakt, de ene ploeg zijn X's, de andere zijn rondjes. Dus als we het over tactiek hebben, in basket is het X's en O's. Misschien wel de ik beste naam van allemaal. Ik vind het beste naam, wat ik zeggen. Zeker door, nu dat je Sayed en Others hebt gezegd, ja, nu ben ik ben mee, ja. Ja, je kent de podcast niet natuurlijk. Ja. Ja. Gilles leert hier heel veel bij vandaag. We hebben een paar kijkersvragen ook. Oei. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik heb dat allemaal doorgekregen. Huh? Zij hebben die gewoon gesteld. Dat was toch een geheim? Ja, ik weet. Kijk, bij mij was er zonder kijkersvragen. Dus dat kunnen ook... De mensen die voor Friends of Sports en Sports Groep werken, die kijken ook. Sommigen. Verplicht. Oké. Goed. Zijn er tegenwoordig te veel podcasts? Moeilijk. Zolang dat er mensen naar luisteren, zijn er nog niet te veel, denk ik. Hè? Maar je kiest toch vooral naar wat je luistert? Ja, ik vind, ben het er niet mee eens. Het is geen eens, het is een vraag. Zijn er te veel? Nee. Ja. Nee. Vanaf dat er podcasts zijn altijd... waar niemand naar luistert, zijn er te veel, denk ik. Er zijn er altijd te veel slechte, gewoon, denk ik. Dus er zijn er niet superveel echt goeie. Ja, maar iedereen heeft zijn eigen bestaansrecht. Als iemand daar ook dat privé is veel tijd wil insteken en dat graag doet... Juist dan, wat zo schoon maakt. Ja, dat het vrij is, dat het laagdrempelig is. En dat elke niche kan bediend worden. Zijn wij eigenlijk zo het equivalent van Pirate Radio in de jaren? Ja, natuurlijk. Ja.
Maar je kan op een boot zo. Ja. Ding is, de vosboot. Je kan wel naar, als je bepaalt hier op de zinnen hier. Ik heb vorig jaar in opdracht van Sam in de jury moeten zitten van de Belgian Podcast Awards, van de niet-sportcategorieën. En ik heb daar toch wel een paar dingen gehoord die dat echt wel... Toen ging onze relatie even minder. Oh, dat was even heel moeilijk. Want ik weet, toen ik de eerste aan het beluisteren was, kwam ik bij Sam aan. En daar had ik juist anderhalf uur naar Jeff Hoeybergs moeten luisteren. En dat was echt de absolute hel. Jeff Hoeybergs die anderhalf uur praat over complottheorieën. Zeg, niet genieten, hè. Heb je die genomineerd voor de awards? Ja. Ik heb die niet genomineerd. En vooral op deze kanaal zijn daarna, op deze kanaal op Facebook, zijn heel harde, die zijn volgers zijn met heel harde haatberichten richting de Belgian Podcast Awards. Nee, maar nee, die pagina's zelf van die podcast ook. Die zijn, ja. We zijn de grootste van Vlaanderen en we zijn niet genomineerd. Een geweldige kwaliteit. Kwaliteit was vreselijk. Ik had daar ook nog nooit van gehoord. Ja, dat was echt... En hoe heet die podcast eigenlijk? Dat nee, geen reclame. En ik heb ook naar een Kuis-podcast geluisterd. Over opruimen. Ja, maar pas op, dat is hip, hè. Op Netflix heb je een reeks over opruimen. Ja, dat is niet opruimen, tof, hè. Nee, ja. Maar wat is de inhoud? Wat is een inhoud dan? Ja, die geven die tips over hoe dat je moet opruimen. Ja, er zijn sowieso mensen die liever opruimen dan naar basket kijken. Sowieso. Maar dat geldt voor alles hier, maar het was ook hier, niet zo heel tof verteld. Ja, dat is iets anders. Dus het was niet... En iemand die dat... En ik denk dat die vrouw zelfs van die opruimpodcast haar zoon daarover geïnterviewd heeft. Maar die zoon die praatte duidelijk niet zo graag met zijn mama. En dat was zo. En dat was in het West-Vlaams. Ik ben wel getriggerd. Hey, jongen. Ja. Ja, dit is betere reclame dan echte reclame. Dat was echt... Oh. Dat is vreselijk, hè. Ik zit dit jaar in de Nieuwsblad podcast jury. En dat is inderdaad, ja, als je zo de eerste rondes, ja, dat is met talentenshows ook, hè. De eerste rondes komt alles binnen. Ik heb ook een paar ogen opengetrokken. Het is heel laagdrempelig wel, hè. Ja. Dat is echt... Maar ja, ook een paar heel goede ontdekken. Ja. Niet kende paar van die verhalende podcast. Over één was over spoken. Dat ik dacht, dat spreekt me totaal niet aan. Ja. En na drie kwartier vond ik dat fantastisch. Die zat naar bij mij ook wel in van die spook. Dus ik heb het wel proberen. Maar dat is wel eentje, ik denk wel dat ik dat mag zeggen of zo, dat niet genomineerd is. En dat vond ik wel, dat is misschien wel interessant hier. Dat waren twee vrouwelijke voetbalsters van Gent. Maar echt... Die Maas. Volgt de kanalen. Die. Maar die hadden zelf een pot. Maar het was ook een selectie per jurylid. Dus niet iedereen kreeg alles, maar die waren bij mij terechtgekomen. Ja, ik denk dat die... Die zijn naar de Mid-Academie geweest, ja. Denk ik, recent. Ik heb die wel, vooral de duidelijkheid, ik kan hier wel echt wel de toffe uithangen, maar ik heb die dus wel voorgedragen om erdoor te gaan. Om de simpele reden, er was nog werk aan, maar ik vind, je kunt niet... Als je het doet, zijn een expert. Die had de juiste vibe, vond ik. De juiste vibe. En plus, die deden het. Ja. Als je het doet, doet het. Nu, ik heb ze voorgedragen. Het zal afhangen wanneer dat iets uitkomt, maar ze zitten er niet bij, denk ik. Maar ik vond dat wel tof, omdat dat zo iets... Dat waren twee mensen 10 jaar geleden, hadden die nooit zelfs maar gedacht om iets media-achtig te doen. En die krijgen een maandelijkse op Friends of Sports. Want ik vond ook dat die... Echt, dat is kei toevallig. Ik vertel dit maar gewoon omdat we... Waarom dat wij zo random raar naar elkaar aan het kijken. Ella van Kerkhoven dat er nu Ja. Die was... Ik had dat ook na 2 minuten voelde je van... Amai, dit van toon en qua sympathiekheid en chillheid en laagdrempeligheid. Amai, zo goed. Tenzij dat er nog twee andere... Nee. Dat zou zot random zijn. Ik weet, ik kreeg dan eigenlijk een stuk podcast en een video dat ze hun eigen voorstelden. En dan stonden ze echt in Gelamco. Zo. Maar ik vond gewoon, omdat als je... Dat is, en dat, ik zeg niet dat het is voor iedereen, maar dat blijf ik herhalen. Ja, als je de verhalen net en je weet waarover dat je spreekt, dan kun je al wat minder vlot zijn. Dan kun je al wat minder... De rest, dat kun je allemaal leren. Maar... Wat gaan doen ze? Dat is uniek, hè. Maar we moeten niet uit de hoogte doen. Ik denk dat onze eerste met Misdan, die zouden voor niks genomineerd worden. Maar die daar maak ik me ook geen idee over. Zeker niet. Dus, tuurlijk. Maar blij dat ze wel ergens aan terechtkomen. Dat doen we wel. Ja, zo, het zo de Darwin Awards, hè. Voor de grootste fails van het jaar. Dat zou nog wel kunnen. Maar dat waren ook de eerste twee, die twee meisjes, waren ook de eerste twee uit de Meet Academie. Van de inzendingen, waar dat Flo en ik direct van zeiden van... Ja, en... We hebben dat direct aan nu, denk ik, en aan Sam doorgeven. En Gilles dat ook direct. Ik vind altijd de vraag van, ja, zijn er te veel podcasts tegenwoordig? Ja, dan kan je ook zeggen dat er te veel series zijn. Te veel films. Het is te veel documentaires, te veel games. Er is van alles een overaanbod als het erop aankomt. Als iets ontwikkelt, dan... Nee, maar het is wel zo dat in het begin dat er nog niet zoveel keuze moest gemaakt worden vanuit consumentenkant over bijvoorbeeld een voetbalpodcast, want er waren er niet zoveel. Terwijl nu...
Hij heeft elk groot medium ook zijn eigen podcast, met ook grote namen. En nu is natuurlijk de vraag, gaat dat podcastlandschap in Vlaanderen, gaat dat nog groeien, waardoor dat er meer mensen gaan luisteren? Of gaan mensen moeten kiezen en gaan dan een paar podcasts moeten kijken? Ja, voilà. Moet voor ons publiek nog? Is het groot genoeg? Is het niet te klein? Dat is wel een vraag. Ik weet het niet. Gaan er nog meer Vlamingen heel veel nu nog instappen in podcasts? Maar vooral een soort van FOMO. Je hebt maar zoveel uren in de week om te luisteren. Ja. Je ziet opties die erbij komen die je wilt beluisteren en... Dat is ook wel zo'n binge listening, eigenlijk. Ik kan het lukt niet om alles te volgen. Dat is een olifant in de kamer of zo, maar ik denk iedereen dat hier zit, is dat beginnen doen omdat hij dat leuk vond. Ja. En je gaat altijd winnen van instanties die het doen omdat er een of ander verdienmodel in zitten. Mm-hmm. Dat is meegenomen, dat is tof. Maar je kunt niet winnen van de OG's die het gewoon gedaan hebben omdat ze geïnteresseerd zijn. En dan, ik maak mij in ieder geval voor niemand hier zorgen... Dat er te veel of dat er podcasts gaan komen met grotere namen of zo. Over de grote onderwerpen denk ik wel dat alleen maar de grotere podcasts die nu al groter zijn, gaan overleven. En dan voor de rest gaat het in absolute niches zitten. Ik denk dat je binnen 5 jaar, als moesten wij binnen 5 jaar, Evert en ik dan als totale onbekende met mid beginnen, daar die stap krijg je niet meer gezet in zo'n algemene dingen. Maar als we dan zouden zeggen... Ja, voetballers uit de jaren 90 in België of zo, dan misschien weer wel. Ja. Dat zal wat een splijtstand worden. Ofwel super niche, ofwel... Per club in een podcast en zo, daar is toch perfect ruimte voor. Dat gebeurt al. Westerlo heeft er al. Ja, voilà, het is dat. Als we hier een hebben, dan... Ja, maar wij zaten bij Fans of Sports toch met de vierkante paal voordat die begonnen waren, hebben we gesproken. Café Constant, we hebben die ook wel zo wat... Ik ben ooit de... Nou, was hij een marketing manager, weet ik niet, maar in ieder geval hoofd van de marketing van de Antwerp, was een goede vriend van mij, maar die heeft dat een paar jaar gedaan, maar die zit nu niet in de huidige. En die heeft mij toen wel een paar jaar geleden toen gebeld voor echt, die wou echt de Antwerpen podcast doen, maar volgens mij zit er nog altijd niet een officiële. Nee, maar het vierkante paal is een officieuze, hè? Ja, een leuke, maar het is wel een officieuze. Maar die melden ook alleen maar mensen uit die dan niet meer actief zijn bij de club. Ja. Maar is officieus niet leuker? Ja, toch. Ik weet dat ik daarmee met die gast van de vierkante paal gesproken had en dat hij toen tegen ons zei, helemaal terecht eigenlijk, ja, voor alle installatie dat ik moet doen, ik vraag, €300 per aflevering of zo, zoiets gaat geweest zijn, maar. En dat wij zo, dure vogel, dat doen we niet. En nu denk ik, niks. Die zou ook zijn broek nog altijd aan scheuren. Maar toen zeiden wij wel van, dan... Voor die topclubs, die zullen wel bereik hebben. Maar bijvoorbeeld, ik ben fan van KV Mechelen. Echt? Jij hebt een tattoo van een club op je bil staan. Dat heb ik zelfs nog niet. Maar dan is de vraag, heel veel mensen spreken mij daarover aan. Waarom doe je dat niet, Evert? Je zit daar toch in? Maar moet ik dat nu nog gaan oprichten voor 400, 500 KV-fans die daar echt wekelijks naar zouden luisteren? Er was er toch een of niet? Of is er nog altijd? Nee, er is er geen. Dat is waarom dat officieel wel. Ik ben met XNO's destijds ook begonnen, dat ik ook wist van als ik op SoundCloud zeg, 450 mensen hebben geluisterd. Dat is een zot succes, hè? Ja, ik vind het. Dat is een aula vol, hè? Ja, dat is een aula mensen die hebben gezegd, ik ga luisteren naar u. Maar als je dat moet halen, ja. Ja, we mogen niet verblind zijn. Ik heb ook wel last van, dat is allemaal tof. Als je zo in de tientallen duizenden of over de 100.000. Maar dat is wel... Er is ook ten eerste verschil tussen bereik en impact. Je kunt ook nog eens cijfers. Dus je moet dat wel een klein beetje relativeren als je... Er zijn 90% van de podcasts die halen echt niet zoveel. Zeg. Maar tuurlijk dat niet. Dat is niet 99, maar heel weinig. Dus ik bedoel, je bent wel een held dan, hè? Als je 500... Het is een roeping. Ja, maar je moet het kunnen volhouden dan, hè? Dat dan is wel echt waar. Dat is het graag doen ook, hè? Ja. Dat hangt samen met de volgende vraag. Wat doen we het liefst? Presenteren of zelf discussiëren? Goeie vraag. Van een van de kijkers. Heel goede vraag. Ja, ik sowieso denk ik discussiëren, want presenteren, dat heb ik nog niet echt gedaan. We gingen dat dit jaar testen. Ja, ik wil dat wel eens testen. Hangt dat wel een beetje vanaf? Hangt dat er ook een beetje vanaf welke wat soort podcast je hebt? Bijvoorbeeld in Mid-Mid, dan moet je echt hosten, want je zit met een centrale gast. Maar in Kikker Rush bijvoorbeeld, Tim, die host eigenlijk, maar die discussieert ook mee. Ja. Bijvoorbeeld. Maar toch, ik heb 2 keer Tim moeten vervangen en dat was wel de hel eigenlijk. Dus nee, ik discussieer liever, ja. Maar het is niet dat team alleen host. Hè? Nee, maar de combinatie host en discussiëren is denk ik ook wel geen gemakkelijke. Niet, Gilles? Ik zou het niet weten. Hij komt uit de hip-hop scene. Man, artiest. Inderdaad. Ja, dat is te goed. We hebben lang opgestuurd. Nee, liever discussiëren ook. Maar ik denk wel dat het hosten is iets wat je
ik merk wel dat door dat te doen, dat je wel groeit in het besef ook van wat een goede podcast inhoudt. Mede omdat, ja, we hebben er nu vaak over gelachen, maar omdat ik er zelf niet zoveel kijk, leer ik daardoor wel heel veel van, ah, oké, dit is hoe een structuur bepaald wordt, dit is hoe dat ik op mijn tijd moet letten, want mede door dit te hebben gedaan, besef ik bijvoorbeeld van wat jij bij Mito en wat Aster bij 90 doet, hoe moeilijk dat eigenlijk is om, of Gilles nu bij 90 doet, Gilles de Koster, is het moeilijk om uw tijd in doog te houden en toch te weten van, ik wil nog iets zeggen en op voorhand met Evert hebben we afgestemd van, oké, dan gaat het over Mechelen. Je hebt misschien dit weekend geen tijd gehad, dus die persoon gaat iets niet kunnen zeggen over Kortrijk. Dat is zo moeilijk om dat allemaal erin te gieten, terwijl dat je nog mee in je gesprek zei, dat ik nu die eerste 8-9 episodes van Barotelli echt heb beginnen beseffen van, amai, dat is eigenlijk nog veel moeilijker dan ik had gedacht, want voor Barotelli heb ik eigenlijk altijd gewoon in een zetel komen zitten en gezegd wat ik van de match vond. Terwijl nu is het zoveel meer en dat is... Ik klaag er vaak over, maar dat is enerzijds is dat wel een leuke uitdaging om te zien van hoe doe ik het en hoe laat ik de rest zien. Want dat is ook belangrijk voor mij van de rest in uw podcast moet eigenlijk er ook nog eens beter uitkomen. En daar heb je wel uw rol in. Dus het is leuk om dat te zien, maar als ik mag kiezen, ja, misschien door het gemak gewoon, kies ik toch voor zelf mee te discussiëren. Is de rol van Filip Joos in de vernieuwde extra time niet een beetje afgekeken van Dennis, van Tim? Van mezelf ook in kroketten, want ik denk dat ik ook een beetje een hybride ben tussen host en ik kan het niet laten om toch ook mijn zegje te doen. Ik denk dat je op tv wel nog meer tegen je tijd zit te werken. Dat ja, het ja, nog ja, een pak moeilijker dat maakt, dat je nog meer een strakkere rundown hebt. Maar ik snap wel de vergelijking. Ja, want Filip kan het ook niet. Dat zit ook in zijn natuur, hè, om als het over een onderwerp gaat waar hij iets over wilt zeggen, ook gewoon dat moment te grijpen. En hij doet dat heel goed. Maar ik denk dat is heel moeilijk kiezen tussen... Ik denk dat wij allemaal eens een keer een podcast zouden moeten presenteren waar we geen kloten van af weten. En dat je dan pas echt gaat beseffen van, ah ja, dus je kunt eigenlijk ook gewoon de nieuwsgierige spelen. En doe ik wekelijks op donderdag. Ja. Maar is misschien ook niet gemakkelijker om iets te hosten waar je niks van af weet, want dan kun je wel meer bezig zijn met, die is zijn punt aan het maken en we gaan dan over. Ja, dan laten we dat makkelijker los. Maar terwijl, dan is het een kunst. Over voetbal iets hosten... Niks van af weten is moeilijk, want... Ja, niks is veel gezegd, maar ja, genre... Bijvoorbeeld als, ik zou denk ik gemakkelijker iets over basket kunnen hosten. In de paddock, dat is bij Play Sports, maar ik weet dingen over de geschiedenis van de Formule 1. Ja. Maar ik weet geen kloten van auto's. En ik heb nog nooit in een raceauto gezeten. Dus ik weet totaal niet als ze zeggen van, ja, hij mist daar de apex. Maar dan zeg je... Kun je dat wel zeggen, hè? Maar ik zie dat niet, hè? En de kinderen zo vaak zeggen, daar, ah ja... Ja, en dan zie ik dat die dat zeggen. De bocht erna ben ik alweer kwijt waar dat die in Apex ligt. Hè. Maar dus dan zeg jij net wel voor een groot deel van de luisteraars die ideale host, omdat jij wel die vraag gaat stellen. Ja, maar dat mag ik wil zeggen, het is niet per se... Het zou gemakkelijker zijn, moest ik die dingen ook net wel weten, omdat ik dan iets kan terugvallen. Je kunt toch altijd de onschuld spelen, en doen alsof je het niet weet. Maar ik kan dat niet. Vind dat niet altijd gemakkelijk. Want ja, die mannen kunnen mij ook... Alles wijs maken, hè? Zijn je niet meer host in de Formule 1-podcast dan in een basket? Ja, veel meer. Maar die kunnen wij ook... Is er een gast in Xenos? Andries, ik laat u heel veel shine in Xenos. Maar zeker, ik zeg niks. Daar zal het vuur net iets harder. Het zijn sneller branden om... Maar die sport ken ik ook door en door. Hè? Ja, maar als er iets is, dat is een verschil. Tegen uw mening gezegd wordt, ga je ook gewoon... Ik wil nu niks zeggen, maar jij zet daarin wel, denk ik, een soort unicorn. Hè? Er is geen andere debater zoals jij in Belgische sportpodcasts. Jij bent iemand die beide kan. Jij kunt en hosten, maar jij kunt ook je mening geven op een manier dat ik denk, wow. Maar het is ook wel, hij legt het neer en dan gaat hij naar het volgende puntje. Zodat dat is een aandacht dat ik het scenario bepaal, natuurlijk. Maar ik heb gelijk aan het volgende. Goed. Ja, mensen onderschatten wel, want mensen denken vaak, ja, dat is toch een beetje onvoorbereid daar gaan zitten. Als het onvoorbereid aanvoelt zonder awkward momenten, is het super voorbereid. En dan heb je het net heel goed gedaan. Dat het onvoorbereid binnenkomt. Volledig. Het lijkt makkelijk, hè? Dat is zoals ook, ik heb heel... tijdens een podcast. Ik ga dat nu even doen. Hè. Ik weet niet of je een wc is. Ja, daardoor. Ah, ja, oké. Okay. Maar wat er een tijd geleden is... Met de Chaotic 3 toen vorige keer hadden we dat. Ik moest echt te hard naar het wc. En de Niels en Tel, die zaten er met twee. En... Voilà, maar dat is dan onvoorbereid. En dat kan dan even. De eerste vraag was... Maar... Een goede vraag van Tel. En? Nog... dating apps geïnstalleerd. En dan is er na 20 seconden zo... De Niels zegt, ja... Het is awkward, hè? Ja, voilà, dat bedoel ik. Ook goed. Maar ook als... Ik zit dan ook in 90 minutes niet als host. Mm-hmm. Mensen denken ook dat is lekker een discussie op café. Maar dat is het niet. Nee. Want je zit wel...
je luistert wel, maar je zit ook wel continu met het mag niet stilvallen. Ja, ja. En ik denk na over het volgende dat ik ga zeggen. Terwijl op café, ja, als je voetbal aan het lullen bent en het valt dood, je begint over een Arteta dat je gezien hebt op Instagram en dat passeert dan. Maar terwijl daar moet je wel denken van, oh shit, deze mag ik niet zeggen of deze moet tempo mag niet eruit vallen. Dus soms passeren er dingen dat je pas daarna op een snippet of zo ziet. Ah, zei je dat? Oei. Maar jij hebt ook al gehad... Zo, Kick-Arrage is bij ons op maandag. Dus soms heb ik wel eens een weekend waarin ik veel te weinig gezien heb. Heb ik echt geen kans om dat in te halen. Oei, maar dan zit ik wel niet 100% op mijn gemak in die zetel. Omdat je wilt geen dingen zeggen dat je niet zelf gezien hebt. Je wilt geen uitspraken doen op basis van dingen dat je hoort. Ja, wel, maar dan zeg je dat. Maar soms heb je echt niks gezien en denkt van eigenlijk zou hier echt iemand in mijn plaats moeten gezeten hebben vandaag. En dus dat is denk ik ook deels wat aan bedoeld. Als je daar onvoorbereid zit... Ja, dan zit je daar niet op je gemak, dan kun je niet goed doen. In een podcast zitten met Filip Joos over voetbal, maakt u sowieso onzeker. Ja. Misschien, ik kijk niet superveel standaard, echt 90 minuten. En het ging in de laatste, was ze bezig over de... Ja, ze spelen met drie van achter, de linkse. En je bedoelt hij nu een gooi? En hij zei, noobie of... Ja, hij zei noobie, maar het was een gooi. En ja, Daan en Nicky kijken ook zo naar elkaar van... Huh? Nee? En hij zei, oh, nee, nee. En niemand durfde dan zeggen nee. Terwijl we wel allemaal dachten, nee toch, dat is toch een gooi? Nee, oké, okay, passeren. Terwijl Filip, en we weten, we kennen hem allemaal, en hij zou dat ook niet... Nee, nee, hij zou dat, maar ik durf dat niet zou maken, zeggen, maar ik heb zo, je bent een gooi, want dan is dat, ben ik nu mis. Ja, ja. Ja. Het is ook soms als je niet helemaal je comfortabel voelt bij hetgeen dat je aan het zeggen bent, je begint dan een redenering en je voelt je ondertussen vastrijden. En je denkt, fuck, en dan ineens voel je al die ogen op je. En denkt je van jezelf, amai, ik ben echt dikke kwatsch aan het vertellen. En dat is een hemels moment voor mij, wat ga ik doen? Maar jij wat de fuck zeg je nu? Maar jij doet dat. Maar, dan, en dan moet je zo nog een einde bedenken aan een redenering die eigenlijk niks was. Gewoon los zand, gewoon echt niks. En dan moet je nog een einde bedenken waarvan dat je zelfs, hoho. Maar ik vind net dat het vaak goed. Maar er zijn ook veel dat bij je durven. Hè? Ja. Nee, maar ik denk wel echt, als je naar al die mit zou kijken, dat je er je kunt er zoveel uithalen dat je nu zou zeggen, oh ja, daar is hem echt in zijn hoofd aan het twee aapjes die met elkaar... Dat is zo'n super dankbaar moment als jij zo half vasthangt in een zin en dat een van de anderen overpakt, zodat je denkt, oef, ik moet het niet meer verder neerleggen. Ah, ja, Evert, wacht. Jij combineert die rollen ook en jij bent host. We hebben zijn bakjes, je bent genoeg gast, bijvoorbeeld in XNO's kom jij genoeg langs. En je bent sidekick eigenlijk ook. Het zijn eigenlijk drie verschillende rollen die je daarin moet vervullen. Hè? Ja, zeker. Ik vind wel nog altijd, als je gevraagd wordt om iets te hosten, ik vind dat altijd wel een eer. Ay, klinkt onnozel, maar het is ook leuk. Ik vond dat vooral heel plezant om... ik sta er ook altijd dankbaar voor, voor het vertrouwen, maar ook gewoon... Dat zijn ook niet dingen dat je thuis kunt oefenen voor de spiegel. Je moet dat ook gewoon doen. Wat is er nadelig aan? Ik vind het wel leuk. Zeker ook, ik heb het dan voor degene die niet luisteren, maar op zijn bakjes, waar het echt wel nodig is. Het enige wat ik soms jammer vind, ik weet dat ze dit toch nooit gaan luisteren. het enige aan mijn tante vind ik soms dat ik soms echt wel het meeste weet. En dan moet ik vragen stellen en dan moet ik zo wat wachten. Zo, omdat toch zelf het antwoord geven. Ja, en maar dat is zo onnozel. Want ik bedoel, ik volg die sport al lang en ik heb keiveel UFC events gezien. En dan moet ik zo iets zeggen en dan denk ik altijd, vraag het me dan gewoon niet. Vraag me. Maar dat is het coole, I love... Pedro en Robin, maar geen haar op hun kop. Dat die gaan denken, we zullen eens een vraag terugstellen. Maar dat is het enige wat dat... Laat Robin eens één keer hosten? Nee, dat gaat niet. Eén keer. Nee, maar wat die gasten wel hebben, was natuurlijk wel het goud van op zijn bakjes. Want het was er straks ook in de... Iemand zei het ook. En dat is eigenlijk het schoonste en tegelijk ook het bijzonderste compliment voor op zijn bakjes. Ik heb er geen merkstudie over genomen. Ik ben al redelijk goed in aanvoelen. Ik denk wel dat de enige sportpodcast ter wereld is die niet door fans beluisterd wordt van de sport zelf, maar door niet-fans. Ik heb veel vrienden die echt niks met UFC hebben. En daar kun je over discussiëren. Aan de ene kant is dat een enorm compliment, want dat wil zeggen dat wij met vier ons plek hebben en wij zijn met vier echt heel complementair. En Robin en Pedro zijn gestoord geniaal en ik en de Jan, wij zitten er zo wat tussen. Maar aan de andere kant is dat ook wel een klein beetje enig of zo. Maar er zijn natuurlijk wel mensen die MMA zijn beginnen kijken door naar jullie te luisteren. Dat is zeker waar. Ik vind dat het grootste compliment, dat was op Pukkelpop dit jaar nog, dat er een gast naar ons komt, naar mij, mijn broer, die zegt, sorry dat ik jullie stoor, vind ik al super sympathiek, dat je zich verontschuldigt, maar dankzij jullie ben ik de NBA beginnen volgen. Ja. En dat is het grootste compliment dat je mij kunt geven, dan dat je door te luisteren naar ons gezever, ze beginnen kijken naar een sport of naar een competitie. Ja.
Dus dat gaat bij u ook sowieso zeker, het geval zijn. Ik vind ook de rust die je als presentator in dat kwartet brengt, is van goudwaarde. En het feit dat Jan de echte expert is, ja. waardoor ze er allebei naar opkijken. Ja. Dat, dus je moet dan, dat werkt met vier. Het werkt keihard met vier, dus voilà. Ik zou ook maar aan het zeggen, want het zou ook niet anders. Je doet het geweldig, Andries. Het is, maar het is gewoon goed, die twee zijn, Robin en de Pedro, dat is een genot om mee samen te zitten, omdat dat, zo zijn er echt gelukkig misschien geen ander twee. We mochten eigenlijk, we mikten naar 80 minuten, maar we zitten er al over, dus gaan we gewoon doorgaan. Allee. Dat gebeurt wel vaker. We zitten wel in de elf, kijk. Ja, ongeveer. nog een paar praktische vragen misschien, mensen willen weten. Je mag kort antwoorden, ik ga die vragen aan Sam stellen. Aan welke podcast is achteraf nog het meeste werk? Op zijn bakken. 100%. Omdat wat er net zei, Pedro en Robin zijn de hele tijd aan het nadenken, wat kan ik zeggen? Maar dat is ook een testosteronheid in die studio. Die willen zichzelf de hele tijd overtreffen. En dan daarna, en zeker, hij gaat inderdaad niet luisteren, zeker Robin Pront, dan wordt dat een klein meisje dat ineens over dingen... Oh, maar heb ik dat gezegd? Oh, nee, kun je dat er nog uithalen? Kun je dat? Nee, dat echt. Ja. Moet er zoveel over uitgaan? Elke week. Maar elke week. Allee, elke ja, elke aflevering. Maar hoeveel gaat er en nooit... Allee, nooit. Ja, maar ja, dat... Andries nog nooit. En Jan nu voor de eerste keer. En wel altijd. Maar qua minuten, hoeveel gaat eruit? Niet veel. Maar nee, dat is altijd zo'n een quote. Ja. Een minuut of drie. Maar hij heeft ook wel... Oekraïne is al beledigd. Hij heeft ook eens gezegd, je bent een beetje een loser zoals Stoffel van Doornen. En we lieten dat er dan in. En die werd dan Douwe wereldkampioen Formule 1. Echt geen grap. Dat is eigenlijk het ergste stuk comedy dat we gerateerd hebben. Was echt... Stoffel van Doornen. Dat snap ik nog altijd niet dat hij dat treft. Laten uitknippen. Nee, ik ook niet. Huh? Ja, ik heb het hem toen letterlijk in de lift gezegd. Ik zeg, Robin, ik zeg, sorry, films, maar podcast, daar ken ik nou wel iets van. Dit gaat een ding dat worden. Goud, dit gaan we kunnen top. Uitmelden. Voilà. Die gewoon nog in op zijn bakken terechtkomen. Dat was een verhaallijn die zichzelf had aangediend. Absoluut. Maar hij voelde zich daar zo slecht bij. Maar wat is zijn ding dan? Wel, dat is eerlijk, omdat mensen die hem niet echt kennen, weten dat niet. Maar Robin is eigenlijk een super, super goeie en lieve mens. En die probeert, die gaat dan op in zo het stoer doen. En die zegt dan dingen waar hij dan daarna in zijn goedheid denkt... Je wil echt niemand schofferen. Ja. En onzeker, ja, zijn bijnaam toch niet voor niks? DJ Insecure. Als hij een DJ is, dat hij dan een minuut begint te twijfelen dat de mensen het liedje wel zo goed vinden, dat hij dan maar een volgende liedje op zijn. Maar is er dan echt... Even te slagjes, want nu zijn we toch al bezig. En er is... Dat wij koplopers zijn qua veel praat tijdens de uitzending en pak minder als er gemonteerd moet worden. Maar is er geen andere podcast hier waar af en toe iets geknipt moet worden? Geen ene. Maar als ik ga daar even eens kijken. Jelle mag knikken. Hè. Ik denk in alle mitmits die er bestaan, geen 20 dingen er moeten uithalen. Maar, 90 minutes, in al die bestaan, geen 15, denk ik. Het zal misschien 15 zijn of zo. Ik zie ook geen 5, denk ik. Ja, bij ons ook geen 5. Nee. Bij ons kunnen we niet kippen, want dat is live. Als je daar iets zegt, dan staat het alleen maar. We halen die offline. Wie moet zijn intro's het vaakst opnieuw doen? Ik niet. Nee, ik mag niet. De Max eigenlijk. De Max. Max? Max toch wel veel. Ja, jij kan dat weten. Die maakt ook super lange intro's, toch? Ja, maar die moet toch wel... Het is een beetje poëzie dat hij brengt. Ja, de vraag is, wie zou ze beter opnieuw doen? Ja. Geef maar een antwoord, hè. Nee, Aster deed wel soms opnieuw, dat weet ik. Maar ja, ik doe ook... Jij niet veel. Nee, maar ja, één keer op de 10 keer of zo, denk ik. Ja. Maar echt niet veel. Bij ons is Tim meestal al 30 seconden bezig als we beginnen opnemen. Dat is echt waar, ja. Dat is echt, ja. Dat is geen mop, sorry Tim. Maar ja. Dat is zo gemeen. Want ik zit dan al rond te kijken dat ik niet naar hem kijk omdat ik strijk ga gaan. Dus... Tommy keer van Pedro, ik kijk weg van de host om de kijk. Ja. Heel goed. Oké, goed. Iedereen heeft iets onder zijn kussen liggen of onder zijn zetel liggen. Oei. Een kaartje. Dus dat mogen jullie even pakken. Een kaartje? Waar? Ja, onder uw kussen. Onder jullie kussen gaan we moeten zoeken. Voilà. Dus... Ah, ja. Dat is een zotmoeilijke vraag. Iedereen heeft een vraag gekregen. Ik ga het ook in de juiste volgorde doen. Dus, Jappe, ik ga met jou beginnen. Lees je vraag maar zelf voor. Ja. Dat is een stoute vraag. Hè. Welke presentator mis je het meest? Ik denk dat veel mensen dat weten. Dat, dat Valsplat een beetje de podcast is. Waar al veel de meeste hosts zijn gekild geweest. Daarmee heeft Dennis mij ooit gedoopt tot de hostkiller, denk ik. Waarom? Maar even, want niet iedereen weet dat. Maar kun je in een minuut vertellen? Ja, hoeveel zijn er al?
Waarom is dat eigenlijk? Ah wel, goeie vraag eigenlijk. Of overloop ze even wie dat je al gehad hebt. Ah wel, dus eigenlijk, we zitten nu in ons vierde seizoen van Vals Plat. Het eerste seizoen zijn we eigenlijk gestart, ik als co-host, en dan twee studenten, Mats en Jonathan Mettepenningen, die dan nu eigenlijk de Sportadeli doen. Ja. En dan het tweede seizoen, weet ik dan nog, ja, ik was aan het bellen met Sam, ja, ik wil doordoen. En Sam zei, ik heb echt een E-lister. Ik zeg, ja, wie is dat dan? Ik was al aan het vertellen tegen mijn maten. Sam zei echt van, het is echt een grote naam. Ik zeg, geen idee wie jij bedoelt. Ik zeg, ja, wie gaat dat zijn? Danny Verstraeten. Allee, dat zijn zo echt... Danny Verstraeten, stel je voor. En je weet zo, ja, Otto Jan Ham. En ja, het was wel cool om dat eigenlijk met hem te doen. Dus hij was dan ook host. Dirk kwam er dan ook bij. En dan, door omstandigheden... ja, we zijn dan naar het volgende seizoen gegaan. Dan was er, ja, door omstandigheden... ja, niemand is geïnteresseerd in die omstandigheden. Otto Jan... Er is niemand aan het luisteren. Otto Jan, alsjeblieft. Otto Jan gekild. En dan is Sander aan boord gekomen. Sander gekild. En nu zijn we terug... Dirk is dan terug aan boord gekomen. En dan samen met Max. Dus we zitten nu in ons vierde seizoen. Vijfde host. Dus ik denk, qua het killen van host, gaat dat sneller als in de zevende dag... Of timers. Veel sneller. Dus ja, ik ben gisteren gaan eten met Dirk. Vorige week met Dirk en Max gaan eten. En Max heeft betaald. Dus ik denk wel dat hij het misschien al wat aanvoelt. Wie is dus, je volgende dan? Goeie vraag. Ik krijg wel al wat berichten binnen. Oh? Er wordt wel links en rechts wat geduwd en getrokken. Nee, is niet waar. Maar wat dat Jan was, omdat dat... Jij hebt ook al gewoon op zowel Proximus als PlaySports gezeten. Ja, ja. Dat is eigenlijk zot. Ik ben eigenlijk een beetje een slet van de zenders of zo. Ja, dat vind ik wel. Maar om dan terug te komen op mijn vraag, welke presentator mis je het meest? Misschien wel de Max, want hij is hier niet. Oh. Maar ik vond het ook wel echt bangelijk om met Otto Jan te doen. En die mis ik ook wel. En dat is... Ja, dat is ook wel zalig om iemand die al zoveel grote programma's heeft gepresenteerd. Ik kon er echt wel dingen van bijleren. Ook DJ Insecure. Hij was ook wel heel onzeker en wist ook niet altijd alles over de koers. Maar dat maakte dat ook soms heel funny. Ik vond dat mooi hoe weinig hij zich voorbereidde eigenlijk. Allee, wat hij meenam naar de studio. Hij was heel voorbereid, maar nam eigenlijk heel weinig mee. Ja. En hij kon altijd op... iets in zichzelf terugvallen. En vanuit een bepaald enthousiasme en fanboygehalte, wat wel echt goed werkte. En die killde mij. Allee, ik killde hem en ik vond dat tof om daar door een E-lister gekild te worden. Dus ja, bij deze. Oké. Okay. Leroy? Bij mij is de vraag, waar komt de term hondenlul vandaan? Dat gaat lang mee. Dat is echt een super... maar ik gebruik dat woord wel al lang van voor Kick & Rush. Omdat dat gewoon het perfecte scheldwoord is. Dat heeft echt het perfecte aantal lettergrepen. Je kunt echt heel veel emotie in die hond leggen. Hondenlul. Kan echt van diep komen. En ik kan dat zowel op een positieve manier als op een negatieve manier gebruiken. En, wacht, positieve, geef eens een voorbeeld. Ja, zo, dat is Martinez, de keeper van Villa. Dat vind ik een positieve hondenlul. Omdat die rammelt zo met iedereen zijn kloten. En ja, dat denk ik, dat die is een goede hondenlul. Ja. En je merkt dat misschien op de manier waarop ik het woord uitspreek. Mag je het slechte hondenlul zijn, positieve hondenlul. Voilà. Meer moet ik daar niet over zeggen, denk ik. Is het meervoud trouwens niet hondenlullen? Ja, wel, maar ik wil wel één iets zeggen. Het is wel echt met tussen en. Dus wie dat bordje dat kaartje geschreven heeft, hondenlul, graag met een N volgende keer. Hondenlul. Ja. Ook en de meervoud is hondenluls. Hondenluls, ja. Ja, dat vind ik het briljantste. Hondenluls. Twee hondenloos. Ja, dat is wel. Everton is een ploeg van hondenloos. Maar ze zeggen nu net dat jij een taalnazi bent, maar het meerwoord van lul is toch lullen? Niet in het West-Vlaams. Niet in het West-Vlaams. Dus af en toe... Ik zei ook vorks. West-Vlaming zeggen ook... Broeks. Hij zegt vork, meer vorks. Ja, vorks. Ja, en ook twee vorks. Het is ook niet doorgeslagen. Ze zeggen ook doorgeslaan. Maar het is wel doorgeslagen. Ja, doorgeslagen. Heb je dat eens een keer gehad dat je op een festival zei? Ik word meestal aangesproken met hondenlul, ja. Ah, ja, voilà. Dat is wel ja, mensen die op mijn schouder tikken en die zeggen hondenlul. Heb je een t-shirt ervan? Ik heb een t-shirt, maar die was te klein. Ja, mijn vrienden hebben dat voor mij besteld. Ik heb dat gedragen in het mondiaal. Heb ik mijn adem moeten inhouden. En ja, nu met een kruisband ligt er weer af. Dus sport is even gedaan geweest. En ja, nee. Hondenlul is zo, wow. Ja, het spant echt rond mijn tepelke. De hondenlul spant rond mijn tepelke. Met die Andries. Het zijn leuke vragen. Het liefst in Welcome to the AA of op zijn bekkes?
Ja, ik kan er wat dramatisch over doen, maar ja, ik ga natuurlijk... Welcome to the Eve, maar zoveel gegeven. Dat is een van de betere ideeën dat ik had heb in mijn leven. Dus dat zal ik... Ja, dat is moeilijk om daar tegen te kiezen. Is omdat Alex wel gaan luisteren naar deze en anderen niet? Die heeft echt nog nooit aan de podcast. We weten eigenlijk allemaal dat uw enige echte antwoord Exynos is. Exynos. Dus allee, dat je dat Exynos is wel de... Het is wel de dat is eigenlijk aan Philippe Joos eigenlijk. Hè. Philippe Joos is eigenlijk de reden dat ik hier zit. Hoezo? Dat? Omdat de Philippe Joos zat in Welcome to the AA. En dat was eigenlijk, ja, bij ons ging het dan meer over het leven en iets minder over voetbal. Hoewel dat de Philippe Joos toch geregeld over voetbal dan toch ging. En dan ging het een heel klein stukje over NBA of zo. En ik had daar zo een paar zinnen op gezegd. Ik denk dat over sportpersonalities en LeBron James. En toen stuurde mij dan al een WhatsApp zeggen. Ik wist niet dat je zo NBA. Ik zeg, ja, ik volg wel aan het moeten. En dan begon ik, ken je aan Dennis Said? Zeg, ja, ik ken hem niet persoonlijk. En dan kwam er een lofzang over u. En dan zei hij, ja, je moet in Exynos. En dan heb je mij op een bepaald moment zo een bericht gestuurd. Maar eigenlijk is de Philippe Joos degene die een... Matchmaker. Flip, echt. Ja. Cupido in podcastland. Heel mooi. Mag je ineens pizza Hawaii eten van hem, jongen? Je mag geen pizza Hawaii eten van Philippe. Ik had dat daarnet gestuurd in de groep en hij vond dat niet kunnen. Ja, Philippe is een Italiaan, hè. Ja. Het was om hem te schofferen. Dat is duidelijk. Er zijn hier twee die pizza Hawaii besteld hebben. Dat is durven. Heel dus de tweede mensen krijgt nu zo'n vraag. Michael. Ja, ik heb nogal een moeilijk dilemma. Alsof er een wapen tegen mijn slaap gezet is. En het is, ik weet niet wie dat opgesteld heeft, maar ofwel is de persoon die het opgesteld niet fan van mij als commentator of niet fan van mij als podcaster. Want de vraag is, stoppen als commentator of stoppen als podcaster? Ik zou graag alle twee nog verder doen. Dus Nick, De Michael lookalike. Ik zal zeggen, stoppen als commentator bij wedstrijden van STVV om de Nick leid te maken. Nee, ik zou het liefst alle twee doen en misschien nog iets erbij doen ook. Er nog bij. Toch commentaar geef ik wel Joppe Zand, eerlijk gezegd. Dus dan zou ik dat liever... Is dat moeilijk eigenlijk, commentaar geven? Op de manier dat ik het doe, niet, hè. en nog eens, ja... Podcasten is ook gratis bij Coquetta, dus daar verdien ik geen geld mee. En als commentator een klein beetje meer. Maar dat is ter plekke en zo, dus dat is toch plezant. Ja, er zijn heel leuke tripjes. Hè. Dus volgende week naar PSG voor de eerste keer. Dus dat is slecht. De clubwatcher van PSG zit hier. Hè. Voilà. En je kunt ook een beetje van uw podcaster, kunt het toch ook in uw commentaar verwerken, terwijl andersom. Waar reclame maken, ik doe dat eens. Ik regelmatig Croquetta zeggen als er iemand die beweging doet. Hè. Dus, ja, maar ik was ook een van de eerste dat ik heb laten uitnodigen toen ik nog bij Coca Sport zat. Omdat ik wel zoiets had van, als ik luister naar uw commentaar, had ik wel zo altijd iets van, heel veel commentatoren staan mij gewoon niet aan dat die zeggen wat ik zelf ook zie. En dat heb ik niet nodig. En jij gooit er heel veel feitjes tussen en niet iedereen is daar fan van, maar ik heb bijvoorbeeld wel. En ik heb wel zoiets van, oké, leuk dat... Dat ik al die extra... Ik hoop echt, want dat zou voor mij een grandioze zegen zijn, dat mijn generatie te maken heeft. Dat de iets oudere kijker daar meer vroeging mee heeft met het feit dat er veel weetjes komen. En dat ik af en toe wel een spervuur aan informatie op mensen afschiet. Mm-hmm. En als jij dan op je 28e dat wel kunt smaken, dan is mijn broodje gebakken, hè, naar de toekomst. Voilà. Ja, want er luistert naar niemand. Dus. Ja. Wow. Ik luister naar niemand, maar ik zeg van... Dat gaat al lang kunnen horen. Heel lang. Heel lang. Ja. Ik hoor dat hier ook al heel lang. Sam. Ja. Ah ja. Die heeft ook een... Krijg je soms haatberichten? Ja. We hebben daar een fragmentje over. Van Bruce supporters. En wij, dat zijn nog altijd Philippe Joos, Steven de Voer en Sam Kerkhoffs. Dag Sam. Hallo. Hoe is het? Goed. Ça va een beetje? Ja. Ça va, ja. Ik heb mijn eerste haatcomment gekregen. Een echte eerste haatcomment. Oei, op het internet neem ik aan. Ja. Niet dus ik krijg wel al vaker... hij moet verbergen dat hij veranderlicht is of vuile moof of zo. Maar nu was het echt... vuile moof. Het was nog wel goed eigenlijk. Dus gewoon met die mottige naast Steven. En ik dacht al, zo praat je niet over Philippe Joos. dat doe je niet. En daarna bleek het echt over mij te gaan. En hij vroeg zich eigenlijk af of mijn ouders misschien de podcast sponsoren. En ik daarom hier mag zitten. Ja, ik krijg haatberichten, ja. Wat is het niet iedereen, dat, nee. Wat is het ergste dat ik je gehoord hebt? Maar het ergste, het is niet erg. Hè. Het hoort er wat bij, denk ik ook. Maar de blinde haat is soms wel zo wat... Ik denk... Ik moet niet geloofd worden of niet. Iedereen moet mij geweldig vinden, zeker niet. Maar zo het omgekeerde, ik heb daar wel soms moeilijk mee.
En dat gaat dan over, ja, ik zeg het, mensen die mij totaal niet kennen, of je hebt iets niet gereageerd, of jij krijgt er dan de shit voor. Of, en dat is altijd, uiteraard, is dat over een Belgische club. En woorden in de mond leggen of woorden verdraaien, dat is toch ook kloten. Zeker. Dat ze zeggen, van, je hebt dat niet gezegd of je hebt dat wel gezegd. Maar bijvoorbeeld toen Company ontslagen werd, toen heb ik zoveel shit gekregen op Twitter en in berichten en zo, ook over... Als ik zei, ja, ik vond dat niet... Allee, die mocht van mij nog blijven, die moest niet weg. Maar ik vond ook niet dat het zo onterecht is dat hij ontslagen was. Ja, vriendje van Wouter. Bij elke dingen, heel de tijd werd ik ingetagd. En ja, vrolijk word je daar niet van. Hè. Nee, dat is niet tof. Voilà. Goed. Evert? Ja, over die haatberichten. Ik heb daar ook soms wel echt last van. Vooral, trekt je dat ook aan? Ja, vooral in Mechelen. Hè. In de stad Mechelen heb je jammer genoeg 2 voetbalploegen. En... Ja, die tweede ploeg mag er toch ook zijn? Ja, nee, die mag er zijn, maar dat zorgt als ik over straat wandel soms voor situaties dat je echt niet blij van wordt. Ja, zoals? Wat heb je al meegemaakt, bijvoorbeeld? Op zaterdag op de markt, als ik met Fox en mijn vrouw aan het wandelen ben, dat ik echt word uitgescheten. Voor wat? Maar, door mensen die al dronken zijn, ja. 10 uur 's morgens. Ja, sorry. Nee, maar dat is echt erg. Soms dat ik naar de crash aan het wandelen ben, met Fox ook, ik passeer altijd een racingcafé en soms word ik daar echt afgemaakt, met mijn kleine dus. Ook over 2 weken geleden of 3 weken geleden, toen de Meet Academie een video had gepost, kreeg ik een bericht van de politie dat er 2 mannen mijn huis gingen volstickeren. Wat? En dat ik moest oppassen en als ik iets zag, moest ik direct bellen en zo. Dus, wat de hel? En hoe weet die politie dat? Maar dat ging rond in een geheime Facebook afgesloten groep van fans. Het is allemaal sport, hè? Allee, ja. Zalig, hè? Maar ik moet eerlijk zeggen, want je zou denken dat ik veel het meeste haat krijg van Club Brugge of Standaard supporters, maar dat is dus niet waar. Anderlecht fans. Ja, echt van Anderlecht fans die een andere mening hebben dan die dat jij als Anderlecht fan, en zo gezegd spreekt je voor iedereen, maar ik spreek ook alleen maar voor mezelf uiteraard. Ja. Het was ook met je kleine bij en zo. Dat is u pakken op café, zou ik doen, ja. Maar zolang dat niet fysiek wordt, maakt me dat niet zoveel uit. Hè. En soms, ik kan er wel mee lachen. Hè. En ik zeg dan meestal wel eens iets terug, afhankelijk van hoe dat die persoon eruit ziet. En dan achter Fox verstoppen. Pak hem. Ik had deze zomer ik weet niet of je dat al verteld hebt, maar ik had zo op de hoek van de Baron. En ik hoor iemand zeggen, dat is hier van Mit. En dan, ik denk, oké, hier. Ah, maar het is de niet-sympathieke. Soms echt om de meter. Ik heb dat vorige week nog meegemaakt hier op Woestijnvis, trouwens. Het is de niet-sympathieke. Ik kwam op Woestijnvis op de voetbalredactie en iemand van de ideale wereld, Birgit heet ze, jullie misschien wel bekend. Ja. Die speelt ook af en toe mee, maar wij kennen elkaar niet. En ik werd geïntroduceerd door Gunter Steyert, die ook eindredactie van Mit Mondiaal heeft gedaan. Hemelse en die zei... dat is Michael, hè, van Kroketten. Ah, jij zet je van Kroketten. Ah ja, ik ken u. Ja, je doet dat keigoed in Shotcast. Oké, ja, dat was een beetje awkward. Maar ik heb dat daar vorige keer mee, toen we naar Ajax waren gaan zien, Anderlecht Ajax waren gaan zien, zei Sam ook tegen mij van dat Evert haatte dat. En ik viel toen echt uit de lucht, want ik had zoiets van, dat is echt zo een van die mensen in het voetbal. Ik heb zoiets van... Dat is de chouchou van de Vlaamse media. Als je voor Anderlecht of voor Club Brugge of voor Antwerp tegenwoordig, dan heb je altijd wel haters van binnen de club en van buiten de club. Maar ik heb zoiets van, voor KV Mechelen, en dat is niet onderbiedig bedoeld naar KV Mechelen, maar dat is een van de kleine clubs. Ja, dat is waar. Dan heb ik zoiets van, je kunt toch niet haten waardoor dat je voor staat, want wel lach je daarmee, soms Wokelmans. Maar uiteindelijk is dat zo. Je bent niet zo. Het elitair. Ja, Sam zegt altijd. Maar nee. Dat is ook een comment geweest. Ja, dat is een comment geweest. Ah, daar is Evert Wokelmans. Ja. Maar nee, dat komt de beste comment gaan we niet zeggen. Maar. Als ik weer maar eens over het racisme in het voetbal begin. Ja, maar je toch de wereld een beetje beter proberen te maken. Maar dat bedoel ik. Wokelmans! Je probeert toch altijd zo iets wel goed aan. Ik heb ook wel gelachen met die comment. Dus dan de voor- en dan voor mij eigenlijk. Ik een voetbaltraatje met daar op de achterkant. Ja. Maar ik vind dat kei gek, want ik heb altijd zoiets van... Zo in het voetbal, hetzelfde wat ik met Philippe heb, dat je zit nog meer dan met Philippe, zo heel sympathiek. Van, je bent niet elitair, je komt niet arrogant over. Vaak heb ik ook niet. Dus hij bedoelt ik wel. Hij is wel tegen grote clubs. Ja. Grote clubs zijn Racing Mechelen, snap ik nu wel. Ja, maar een als KV Mechelen fan, snap ik dan nog. Dat is puur dat. Want dat dan zit je meer KV, af tegen van... Ja, KV Mechelen fans hebben niet veel tegen u, toch? Hè? Nee. 99% van de mensen die mij tegenkomen zijn ook super positief. Degenen die dat negatief zijn, Racing Mechelen. Die roepen, hey, waar is die lange? Dat is altijd... Maar het gaat ook over, als je iets
allee, uitgesproken of iets kleurrijks zegt, ah, ja. Ja, dan ja, ja, steekt je dat. Nek uit. Hè, ja, dat doe je wel. Allee, Filip Joos zit gelukkig niet op sociale media. Hè. Die mens die krijgt wat te verduren. Dat heb ik ook. Wij zitten wel en de meeste complimenten daarop. Ook. Ja, gelijk, ja. Dus. Maar dat is ook wel later gekomen, heb ik een indruk. Nu ineens. Hij is in de laatste precies. Door 90 minutes, denk ik toch. Het is echt ook, Michael, het is een beetje generaties ook. Echt, op Facebook zijn de negatieve comments veel meer dan bijvoorbeeld op een TikTok, waar dat iedereen echt waar. Heel enthousiast over hem is. Dus boven de 40 zijn eigenlijk de zuurpramen van de maat. Die luistert toch niet naar ons. Eergisteren heeft iemand dit tegen mij gezegd over Filip Joos. Ah, ik vind dat hij wel eigenlijk een uitgesprokenere mening mag hebben over voetbal. Ja. Ja, hij is altijd zo wat neutraal. Ja, die luistert gewoon naar de intro. Dus in 90 minutes houdt hij zich vaak in, vind ik. Ja, oké. Okay. Denk dat niet, maar... Nee. Zonder Filip was 20 minutes. Ja. Oké, okay, Evert, ja, een kaartje. Heb je tijdens Mid-Mid Mondiaal echt elke match gezien? Gaan we dit serieus bovenhalen? Dat is een vraag van Nick, zeker. Dat is een persoonlijke vraag. Ja, daar moet ik eens heel goed over nadenken. Alles van elke match. We hebben eens één keer ruzie gehad in de 26 dagen. En echt, ik denk dat het een half uur geduurd heeft. Ja, dan ben ik naar beneden gelopen. Dat is juist, dat heb ik zeker gemist. Dus een half uurtje daar en dan... Maar de match heeft maar wel maar vijf minuten max van de match. Was er niet toen. Maar zelfs de dubbele... Ik speelde in het ploegje toen. Dat is een FIFA. Nee, maar wacht. De mensen moeten weten dat ik ben de jongste van 6, waarvan 4 broers. En ik ben de allerslechtste verliezer ooit. En Sam is... De allerslechtste winnaar. Ja, en scoort in de laatste minuut een briljante goal op FIFA en juicht heel uitbundig. En mijn potje kookt over en ik zeg, ik moet even weg of ik ga domme dingen zeggen. Dus ik ben even weggegaan, maar er was toen inderdaad een match bezig. Dus ik ben 20 minuten naar buiten gegaan. Maar je hebt wel echt maar 4-5 minuten van die match gemist. Ja. Ik ben hem dan wel nog beneden gaan halen. En zo, allee, kom, laat me even, Sam. Okay. Ja, maar dat kunnen wij wel. Wij kunnen wel echt wel 60 jaar getrouwd zijn en dan zo wel tegen elkaar zeggen van... Maar, en maak je 26 dagen op rij, continu samen. Nee, maar en... toen ik dat hier weer las, dat is wel... Voor hem. Ik heb dat ook gezegd toen en ik dat op voorhand vroeg. Dat is voor mij het allerschoonste moment ooit, denk ik, met Mondiaal. Ik denk niet dat ik professioneel nog iets ga meemaken dat kan overstijgen. Dat we dat klaargekregen hebben en mogen doen hebben en kunnen doen hebben, is insane. Dus dat was prachtig. Dat is, alleen wij, nobodies, hebben een WK-programma omkadering gemaakt, daily, live op tv, zelfs niet bij de rechtenhouder, op een grote Belgische tv-zender. Dat is echt insane. Ja, want we hebben het al heel tijd over podcasts en de mainstream media en zo. Je voelt wel nog altijd wie er zo een beetje neerkijkt. En dat was zo'n moment dat we wel... Ja. Dat was echt genieten. Jij hebt dat nog nooit gehad. Zelfs, jij gaat bijna op pensioen. Wij hebben hier dan lekker gehad. Als we het hadden over trash talken... Toen dat ze effectief begonnen, was dat niet tegen jou dat ze dat zeiden? Over alle matchen zien? Sporza. Ah, ja. Sporza? Ah ja, dan weet je dat je meedoet. Dan weet je dat je meedoet. Gilles, jij kijkt alle matchen en jij schept er niet mee op of zoiets. Ja, inderdaad. Als Karel van Eker, je stond je toen al aan onze kant of nog niet? Nee, nog niet. Nee, zij betaalden mij toen nog. Maar dan weet je ook dat je... Maar ik had zelfs niet door dat dat over jullie ging. Dan zijn je relevant aan het worden. Heerlijk. Dan zijn er relevant antwoorden in de traditionele media. En dat was op zich geen bedoeling, maar het was wel fijn om te voelen dat dat leefde. Maar die reacties op die hashtag waren toch briljant? Ja, tuurlijk. En over elke match mag ik wel een klein beetje de kroon ontbloten. Want in de finale, in de verlengingen, omdat verlengingen waren, kwam dat heel dicht bij onze live. En ik moest naar beneden om mij al te laten schminken tijdens de verlenging. En in die twee trappen die ik moet doen, scoort Messi die 3-2. Waar Van den Bemt eerst niet goed door had dat goal was. Die 3-2 heb ik dus niet live gezien. Ik kwam beneden en Messi had gescoord. En ik was al heel lang WK zo zwaar voor Messi aan het routen. Dus dat was ook wel een moment. Dus die heb ik ook niet live gezien, die 3-2. Maar ongelukkig werd het aan penalties. Over kroon ontbloten gesproken, zijn er al plannen voor hetzelfde te doen? Voor het EK dat voor de deur staat? Daar hadden we eigenlijk over gebeld. Wat gaan we prijsgeven? Ik weet het niet. Het zou wel fantastisch zijn. Het was echt voor mij ook Mondiaal was een van de leukste dingen dat ik... gedaan heb sinds dat ik werk. Ja, gewoon dat ik ooit gedaan heb. Dat was zo plezant. Dus een maand lang, elke dag. Dat was kot in de nacht bijna eigenlijk. De domste tv ooit. Ik eigenlijk. Leroy die daar naakt gaat. Ik wil die daar een tattoo laat zetten. Ik heb CR7 in mijn haar. Allee, ik heb die een stuk van mijn wenkbrauw laten scheren. Ja. Elke om de vijf botten dat lied van Iran opzetten. De gassen die we hebben gehad. Ja. En we hebben zoveel tof hamburgers gemaakt. Dat was gewoon een roes. Dat was echt een roes. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat was echt de 5 minuten voordat dat begon en misschien ook de eerste 5 minuten was de absolute hel. En dan, als het meteen dat gedaan was, elke aflevering dan was de absolute hemel. Ik weet ook, want
Nee, hebben we mogen zeggen wat wij als ritueel hadden, of mogen we dat niet zeggen? Ik weet het niet. Ga je nog gecanceld worden, of niet? Nee, gecanceld niet, maar Dennis niks zijn carrière van. Misschien 50 euro per van zijn dagprijs of zo. Bazig. En wel, Frans is een dikke zwaai elke avond in de auto op de parking om een dikke gewoon te kalmeren van de adrenaline, van de stress en van de dingen. Ja. En de Sam, zijn gemoed was ook heel grappig om te zien hoe dat van de eerste week van toch wel wat stressen en van, fuck man. Het is nog 25 dagen. Ja, maar... Het is nog 20 dagen. Het allermooiste... Het is nog 7 dagen. Hé, het is nog maar 15 dagen. Dat is heel goed dat dat zo heel ik weet dat, maar mooi evolueerde. Het was er nog 2 weken, want de maandag was al voorbij. Dus zeg, vanaf nu is elke dag nog maar 1 keer die dag. Ja, cool. Maar vond het leuk eigenlijk. Het was fantastisch. Het was echt superleuk om te doen. Alles, reportages gaan draaien, maar ook gewoon... je zit er ook vaak mee... Met maten samen. Hè? Allee, ja. Samen en ik, we zijn sowieso een goede vrienden. Helpt Leroy is de maat. En er was even catering. Kennen daar echt. Er was catering. Ook al. Overal waar we keken was er catering. En ook de gasten die kwamen, dat was altijd tof. Dat werkte u. Altijd met ons. Die kwamen er die matchen kijken. Maar dat is zo. Dat werkte er altijd. Die mannen die in het matchen kwamen kijken, dat marcheerde. We gaan dat opknippen en naar Telenet sturen voor TK. Ah, ik dacht dat van die Joanna eruit. Gilles, uw kaartje. Gilles, waarom ben jij de enige met een live podcast? Ik ben er ook als laatste bij gekomen. En we antwoorden er straks allemaal, toch denk ik nee op de vraag, zijn er te veel podcasts? Maar ik denk wel dat we op een moment zaten. Ik weet niet of dat je dat zo expliciet tegen mij hebt. Ja, ik vind die fantastische foto dat je gebruikt trouwens. Ik weet niet of dat je dat expliciet tegen mij hebt gezegd, maar je had wel zoiets van, het mag eens iets anders zijn. Want je hebt al 4 mensen in een zetel die over iets praten. En dat werkt heel goed in zowel 90 als in Kick & Rush. En het is, Barotelli is, denk ik, lijkt het meeste op Kick & Rush van alle podcasts. Alleen is het over Belgisch voetbal in plaats van Engels voetbal. Maar ik denk dat er bij jullie ook al heel lang iets leefde van we willen iets live doen. En zeker zondagavond. Is ja, wat gaat er zondagavond niet live? Maar, het is vooral compleet anders naar ons publiek. Hè? Ik denk dat ons publiek het superleuk vindt dat het interactief gaan zijn. Veel meer. Hè? En ik denk ook dat je... Je hebt een tijdslot waar dat momenteel nog niemand aan kan. Zondagavond. Of je moet het live op tv doen. Maar extra time is pas maandagavond. 90 is ook pas op dinsdag. Alle anderen zijn ook pas meestal op maandag en dinsdag online. Dus je zit qua timing, denk ik, met een ideaal slot om iets te kunnen doen. En de interactie is... we benutten dat nog niet 100%, maar het gebeurt al beter en beter. En op de juiste momenten is Hermes dat vaak aan het doen. En ik denk dat we daar wel... een goede format hebben om niet enkel maar te doen alsof wij gaan het eens uitleggen aan de rest. Niet dat ik zeg dat de rest dat is aan het doen. Maar je hebt heel veel co-creatie bij wijze van spreken. Je hebt heel veel mensen dat een input geven van ah ja, maar je moet het hebben over Hans van Aken die duo was aan het zeggen in Gelamco Arena. Of iemand die zegt van ah, die draagt nummer 69 voor die reden. Je kunt er heel gemakkelijk op inspelen. En ja, eigenlijk alle kennis van je kijkers wordt erin bijgedragen. En die hebben onderling hun discussies. En ja, dat leeft gewoon. En dat is, ik vind dat echt het leukste om te zien dat er zoveel mensen gewoon zeggen van, ah, om 9 uur zet ik YouTube op om te kijken naar deze 4 die daar ja, niks in voetbal hebben bewezen of gedaan zelf, die het er wel over willen hebben. Ja, dat is iets wat ik 10 jaar geleden echt epic zou gevonden hebben. Gewoon dat je kunt commenten maar nu op 4 mannen waar je naar luistert. Oh, jawel, maar ja, nu ga ik commenten, nu moet ik tegen mijn goesting over Belgisch voetbal komen bij je volgende week, dus dat is iets anders. Maar gewoon wel vet dat je kunt commenten en dat er interactie is. Dat is zo. Het is gewoon, eigenlijk, 3 maanden geleden is Leroy naar Londen geweest, naar de YouTube-conferentie. Hij heeft daar 2 dingen van overgehouden, een vriendin. En dat we live en shorts en dat soort dingen moesten doen. Waarom heb je tijdens Mondial geen liever Leroy gezocht? Dat voor mij gedaan, dat is compleet mislukt. Ja, maar ik moest nog wennen aan het idee. Ik dacht dat niet buiten het domein, hè. Ik bleef in het domein. Dus er ging echt al iemand moeten zijn die hier werkte nog. Dus, ja, dat was moeilijk. Maar dus je had toen toch? Nee. Ja, ik was wel aan het eten. Ja, toen wel, inderdaad. Dat is mooi. Schone reacties opgekregen op je oproep. Ja, je hebt hier toch ook een vriendin? Nu wel, ja. Toen dat Mondial was er nog een oerenkot naast de studio. Ja, dat was ook een ontdekking. Ik had dat verhaal even gezien. Dat verhaal zit wel ver. Hier? Het gebouw naast onze studio's. Ik vertrek op een avond en daar staat zo een loesje man aan de deurbel. En
die geen, niet de allerbeste ogen heeft of zo. En, hij keek scheel. Nee. Die moest zo heel dicht op de deurbel gaan kijken. Maar de deurbel hier is met zo, je moet alfabetisch naar de naam van iets gaan. En ik zeg, ja, nou was hij op zoek. En die was zo een beetje beschaamd om dat te zeggen. En ja, zo nou wat dames van plezier. Ik zeg, what the fuck, maat? En dan zoek ik door die namen. En zo één iets heet Bopair of zo. Ik vond dat wel een beetje louche klonk. Dus ik zeg, we gaan daaraan bellen. Ik ga het voor de rest laten wat dat is. Ik ben doorgaan. En zanderdags krijg ik telefoon van iemand. Die van hier zegt, Eva, hey, we hebben u daar gezien aan de bel met wat louche mannen zitten praten. Weet jij wie dat is? Want wij denken dat we hier met een hoerenkot zitten. Ja, dus naast ons zaten er blijkbaar wat dames van plezier. Wat niet ideaal is op dit domein hier, denk ik. En dat was... Wat bedoelt je daarmee? Ja, nee, het is zo mijn gesloten... Het is zo mijn poort en toch zo, wat privé. Ja. En er verdwenen blijkbaar... Maar zegt dan een binnenkant? Ja, zegt dan een binnenkant. Dus blijkbaar toen er werd bijvoorbeeld post en zo geleverd, postpakketjes, en die verdwenen bijvoorbeeld doordat wel bezoekers... die hier verder niet moesten zijn, behalve voor 6 minuten of zo. En die wel wat dingen meenamen. Wow. Ik had dat 2 dagen daarvoor of zo, en we hebben dat ook eens meegemaakt, dat we dan in de notte zaten en dan gewoon 3 mannen op een half uur naar binnen zien gaan. En vertrekken en terug de volgende zo. Okay. Was een avontuur. Heel raar. Goed, ik heb ook een vraag. Zijn de Keurig 4 echt vrienden? Geworden? Denk je dat ik mag zeggen. Alleen Niels en ik... Mijn broer, beste maat, dat is gemakkelijk. En de Jokke, die deed de... Ja, die werkte hier gewoon. Dat was werknemer van Sporthuis Groep. En die deed eigenlijk al opnames van X&O's. Dus die heb ik ook redelijk snel leren kennen. En dan is een tel op mijn pad gekomen dankzij Sam. Sam had een maat die veel van NBA kende. En die ik per se eens moest uitnodigen in X&O's. Maar als ik dat tegen Sam zou zeggen... Ik heb een maat die kent veel van voetbal. Je moet eens uitnodigen in 90 minutes. Zou Sam ook zo denken, ja, gast... Dat kun je wel zeggen, dus was ook mijn eerste reflectie. Ja, dat kun je wel zeggen. De gast dat veel van basket weet, ja. En dus dan zijn wij, de dag nadat wij in Welcome to EE zijn geweest, zijn wij doorgereden naar Leuven, naar een tel thuis, om daar pinten te gaan pakken. Dan waren jullie al laat, want je was heel laat blijven. Ja, absoluut. Het was een stevige... Wil je dat tapijt meenemen? Dat was een stevige avondje, stevig nachtje. En aan tel ben je beginnen babbelen. Ik heb altijd zo één... klassieke vraag om te testen of dat iemand een hele grote NBA-nerd is of niet. Mag ik onderbreken al? Ja. Je zei, ik heb een vraag en Tijl heeft hij moet veel gaan plassen. Hè? Ja, ja. En hij is doen, wacht even, ik ga plassen. En dus die gaat plassen en ik zeg, Dennis, houd een bekken normaal de vraag, want ik kan niet alles weten of zo. En die stelt die vraag. Dat is niet zo. En hij zegt, maar no way dat iemand dat weet. Het was, wie is de kampioen van 1977 in de NBA en wat heeft dat met België te maken? Dus dat zegt hij. Dus ik zeg, Pieter, Dennis, oké, je wilt hem niet, ça va, het is in orde. En Tel zegt direct, Portland Trailblazers. Mooi, en even denken, zo. Die coach, Jack Ramsey, is hij niet zo mee bondscoach geweest in België? Ja, oké. Mooi. Goed. Toen ging ik alleen Toen was het binnen en dan is Tel afgekomen. Heb jij alleen een aflevering gedaan? Nee, was jij erbij? Ik denk dat jij toen de knoppen hebt gedaan, Sam, dat jij erbij zat. Met splitscreens en zo en... Dat is juist wat de Sam, denk ik, zich uitgeleefd heeft met alle... Met mengpaneel, ja. Met mengpaneel. Je hebt toen alle showkes gebruikt, denk ik, die er bestonden. Dat kan zeker. En dan daarna... Ik ben ook eens vertrokken. Terwijl ik niks en moest de knoppen doen, omdat er niemand was, ben ik ook een... De 2 splitscreens zijn gewoon bo. Nou, 5 minuten. Je hebt opgezet en je waard weg. En dan daarna... Dit de Jokke de knoppen was een tijl erbij opgenomen. Dat was dus met 3 al druk, want ik had de Jokke een micro gegeven ook. En dan... Je vraagt aan mijn broer, zou je dat niet tof vinden? Kom eens mee. En dan waren we met 4. Voilà. Maar zijn er nu echt vrienden of niet? Ja, eigenlijk wel. We gaan, wat is het, 10e hebben we opname. 10, wat is het, november. En daarna gaan we in de stad pinten pakken. En blijven die mannen in Antwerpen slapen, de Tijl en de Jokke. En ik heb een Tijl op festivals veel gezien. En hij heeft ook... Dan mogen we eens zeggen, het mag niet stoppen met altijd iets te laten zien. Echt waar. Voilà. Mijn vriendin was erbij en na 4 minuten... Na 4 al? 4 minuten. Het was in eerste stijl niet doen. Ik moet wel zeggen, de Chaotic 4 heeft wel, buiten dat X&O's misschien de coolste naam is, ook de coolste intro of generiek. Mm-hmm. Ja. Ja, maar... Ik word er altijd vrolijk van. De Reservoir Dogs. Ja, als we ooit inkomsten gaan willen pakken daarop, dan moeten we kicken. Hè? Ja, dat weet ik. Maar... Wordt geblokkeerd. Inkomsten en X&O's, dat gaat niet samen. Wauw. Echt. Dat is zeer. Friendly fire. Ja, we hebben toch al veel complimenten gegeven. Ja, de naam, de intro. Jij niet. Jij geeft niet veel complimenten sowieso. Hè? Ja. Allee, aan mij toch niet.
Hij is daar niet weigerachtig tegen. Maar we gebruiken niet originele lieden. Nee, maar toch. Dus, we krijgen elke keer melding. Ja, dan mute dat. Dat we auteursrecht... Absoluut. Ja. Maar het is wel tof om op te nemen. Credits ook voor Arne, die dat ook meegefilmd en gemonteerd heeft. Waarom? Bissen aan een tijl vind ik nog altijd dat als je die alleen op tv ziet, die heeft een onwaarschijnlijk lange nek en die heeft alles dat doet vermoeden dat hij 2,08 meter is. Maar die is 1,78 meter. Dat is ja, hij is groot. Maar de eerste keer dat je die zag, dacht ik... Dat is die gast van de kop die op zijn knieën zat of zo. Moet je opletten. Dat is toch? Dat is toch geen grote? Ik snap wat je bedoelt. En je moest echt niet op mijn tenen staan toen ik hem binnen deed. Dat is waar. Ja, maar daar moet ik toch niet verder op ingaan. Ik weet het niet. Nee. Jawel, doe maar. Pak maar over, host. Het is uw moment. Hot of the year. Oh, oké. Goed. Misschien moeten we wat statistiekjes erbij halen. Kijk. Lap. Ja, hoeveel dat we al bekeken zijn. Downloads all time. Wat is het? 275.665 keer bekeken. Dat is de aflevering die het meest bekeken is. En dat is, ik denk... Kevin De Bruyne. Ja. Zal wel. Als het Evert is er niet bij effect. Ja, maar ik kan dat ook niet Glenn Verbouwheden zijn. Nee. Maar twee van Glenn Verbouwheden zijn wel ook boven de 100. Dus ik denk dat die 2 en 3 zijn eigenlijk. Meeste bij downloads all time zou gewoon alles samen zijn, veronderstel ik. Dat is ook audio, denk ik. Ja, 5.653.474. Dat is een redelijk mooi aantal. Hè? Meer dan 1000 uur podcast en de langste aflevering 3 uur, 11 minuten, 27 seconden. Eerst XMO's of jullie? Dus Mid heeft gewonnen nu. Jullie hebben nu de langste aflevering ooit, hè? Special. Met Gilles en Jan. Niet die van mij, want daar zijn we net ervoor gestopt. De laatste die ik met Janko had gedaan. Nee, wacht, ik heb het hier. Jawel, want ik had eerst die met Janko in een special... Ja. En dan hebben we dat nog eens verbroken. En dan de laatste die dat we met Janko hadden, dat was eind dit jaar. Eind dit seizoen, voorbij seizoen. Maar dan zeiden we van ja, we gaan het niet uittrekken om langer te maken. Dan de seizoensfinale toch met Janko Beekman en Gilles Mbiebea is de langste. En daarna is de XNO's met Sam Kerkhoffs en Filip Joos. Ja, okay. Maar als het gaat over de langste recordaflevering, is wel altijd tussen onze twee podcasts. Dat is wel... En wat op 3 staat, lullers. Bob Peters op 4, nog eens door de Pro League vliegen met Janko en Gilles. En 5 nu, Ariel Jacobs. Zot eigenlijk. Je luistert aan. Die praat het. Is dat een goeie? Ja. Daarmee hebben jullie ons XNO's ook eraf gesmeten. Ja. Is dat te lang? 3 uur? Ja, ik luister sowieso niet. Dus pas. Wat is de langste bij Welcome to the A? Ja... 6 uur en 3 minuten. Maar dat was eigenlijk... Was dat die kerstmis? Ja, als kerstmis, dat was eigenlijk... Verschillende gasten. Nee. Je had dat laten aanstaan. Een paar mensen. Nee, gewoon, dat was eigenlijk een beetje een ding van... Je had dat laten aanstaan. Als je... Het klinkt nu een beetje emo of zo, maar dat was eigenlijk... Stel dat je geen familie hebt, zo kun je eigenlijk... Dat was eigenlijk opgebouwd als een kerstavond. Dat kon dat met ons doen. Dat was mee eten en drinken. Het was kebab bestellen en zo. Ja, zeker. De Muradim op het Zuid. Shout-out naar de Muradim. En dat was opgenomen voor kerstavond, zodat mensen op kerstavond konden luisteren. We hebben wel een leven, natuurlijk. Oké, maar hierdoor ga ik ruzie krijgen met Nick, want iemand heeft mij gezegd dat ik op 24 december geen live mocht doen in Barotelli. Maar geen live, hè? We willen dat jij ook naar je vrienden en zo gaat, hè? Voorspel de speeldag en we spelen het voor live uit. Ja, maar dan... Pak drie versies zaterdag 23 is speeldag, maar 24 niet. Dan ook gewoon zaterdag 23 live. Of genoeg gewoon heel de 26e, Boxing Day, dat is Engels voetbal en... Nee, maar ik vertrek op vanaf de 24e s'avonds. Dus. Nou, het is dan nog niks. Een goed idee, 26e. Ook. Ja, ik kan Leroy langskomen en ik kan hem Engels voetbal zien. En we snijden een kalkoen op de tafel, op de CBTO. Oké. Komt in orde. Kalkoen. Sorry, Pieter Jan. Pieter Jan of niet? Welk? Pieter Jan of niet? Die boog gaat toch snel. Pas. Ik heb een colaatje nodig. Belangrijke vraag voor Friends of Sport. Waarom doen wij zo graag weddenschappen? Oei. Wat is dat? Ja, maar ik denk dat toch altijd des vrienden is. Ik doe wel weddenschappen met mijn maten. Dus ook met Sam. Ik verlies wel altijd, maar ik ga dat nu wel uitleggen waarom dat is. Vertel, waarom verlies je altijd? KV Mechelen sukt gewoon altijd tegen Anderlecht. Jongen. Wat is dat? En ene keer hebben we eens geen weddenschap gedaan en dan wonnen ze met 2-3. Dat was nu vorig jaar. Vorig seizoen hebben we voor een of andere reden geen weddenschap gedaan en wonnen we. Maar voor de rest, vreselijk, echt waar. Maar heb je nu al ooit ene gewonnen?
hier? Nee, nog altijd niet, nee. Je hebt veel verloren, hè? Ja. Ja. CR7 in uw haar? Ja, mijn haar blond. Dat is iets wat dan nu... Nu vind ik het beter dan toen. Ik vind het echt vet. Ik snap niet dat mensen zeiden dat dat niet vet was. Vooral met die boma erachter, dat blijft nee, zo goed. Het probleem is... Nee, maar dat was met Frankie van der Helst. En dat was echt een van de eerste, echt zo'n iconen. En dat was echt... Nee, maar ik vond dat wel gedurfd. Want dat was inderdaad met de Frankie. En ik kwam dus zo uit de badkamer. Hè? En die Frankie zei een koffie van... Ah ja, oké. Okay. Eigenlijk wel heel stabiel. Ik had dat niet gedaan, denk ik. Met Frank van der Helst, dan... Ja. Ja. Maar ja, als je de wenschap aangaat... Maar Frankie kan er wel tegen. Dus. Hoe reageer je daarop, Frankie? Ja, die... Safa, dus eigenlijk is direct het ijs gebroken. Met Peter van der Mond had ik ook zo die lelijke training aan. Want Barcelona is ook het ijs gebroken. Dat was geen wenschap. Op zich werken die dingen wel. Alleen van dat blond haar, dat is nu wel dat mijn vrouw toch zegt... Want we zijn nu fotoalbums aan het maken met Fox en zo. En Fox was toen eigenlijk nog maar 2 of 3 maanden oud. En we hebben ik weet niet hoeveel foto's. Ja. Dat hij jong was. Dat bewerken in Photoshop. Dat helemaal blond is. En dan nog zo'n toefke blond. Zo Wout van Aert. Het heeft super lang geduurd. Dat maar je vond het, ergens vet. Want je kon het afscheren als het een beetje eruit groeide. En in die periode, op een of andere rare manier, heeft de GVA mij op de cover gezet toen. Met een foto met Laura en met Fox. En ik sta daar helemaal blond op. En mijn meter en zo, die boven de 80 is, die was echt van, wat heb je gedaan? En ineens beseften heel veel mensen dat ik mijn haar blond had. Dus je wilt eigenlijk zeggen dat Laura zegt, breng het terug. En blond haar. Dat deed pijn. Die kapper heeft dat veel te lang laten zitten. Maar die CR7, kunnen we nog eens terug gaan naar die foto met... Hier was... Ja, maar dit is mislukt, omdat de Sam de eerste gut gedaan heeft. Nee, daarom. Nee. Wat? Gilles was toen echt pissig. Ja, je hebt toen een machine gepakt of zo. Ik vind de first... Nee. Ik heb net een goede cut gedaan. Nee, ik zou nooit... Dat meen ik echt. Hier is toch niks goed aan. De C beter dan de R eigenlijk. De C is toch goed? Ja, die madame van de schmink, die was aan het bieberen, hè. Ja, die moet ik dat nu echt doen? Jij daarnaast, ja. En die was echt zo, allee. Ik vind het raarste gewoon u zonder bril eigenlijk op al die dingen. Ja, ik heb ook lenzen, hè, maar ik doe die eigenlijk... Ik heb het op Twitter al eens gereageerd. Als ik dit zo allemaal samen zie, dat voelt echt als mijn cv. Heb jij nu ooit al een weddenschap verloren? Tegen Filip Joos. En wat hadden moeten doen dan? Amai. Iets makkelijk dan. Truiken kopen. Nee, ik weet niet meer wat het was. Maar ik had het wel aan denken, volgende 90 minutes, dat we dan Filip vragen. En tegen Rick Verheijen, maar dat staat los van Friends of Sports. Etentje. Ja. Maar je hebt de laatste speeldag. Ja, juist. Vorig seizoen Club Brugge A-agent, play-off 1. Ja. Dank je KV Oostende. Ja. En we hebben ook ooit een weddenschap gehad. In voet vooruit, maar zonder iemand te gewonnen heeft. Dat was een uitdaging. Ja. Ja. Wat was dat? Ik moest mijn snor laten staan een maand. 1 of 2 maanden? Denk 1. Ja, zo weinig. En ik moest de letter S laten tatoeëren. Dus ik heb nu op mijn voet de S van Sam staan. Onderaan. Sorry, ik kan het goed onderhandelen. Ik heb toen een maand de snor. Dat is toch een slechte wetenschap? Niemand ziet dat zo op mijn heel. Niemand, kijk klein, niemand ziet dat ooit al voor de helft weg. Ja, maar dat was nog eens niemand ook nooit meer. Hè? Ik weet ook niet waarom ik dat gedaan heb, maar... Ik heb hier nog geen wetenschap gehad. Ja, jij luistert nooit. Dus, ja. Ja, nee, maar ik zit wel in de podcast. Win jij veel wetenschappen of niet? Ik heb nog nooit echt... Bij iemand dat mee maat, heb je nooit een wetenschap gedaan? Nooit niet, nee. Niet echt, nee. Kun je als er iemand iets voorstelt? Andries, wij hebben een wetenschap gehad en eigenlijk heb ik die keert verloren, maar ik heb die toch super hard gewonnen. Ja. Dat blijft de meest lopsided weddenschap aller tijden. Amai. Dat was zo aan het supporteren voor u, Andries. Dat was een goed moment, hè. Dat was een goed moment. Maar toch, dat is zijn eigen schuld, hè. Maar ik zeg dat niet als een schuld, eigenlijk. Nee. Ik ben daar eigenlijk... Ja, de mensen het niet meer weten, maar het ging eigenlijk over de... Ik zat denk ik halverwege het seizoen, of begin van het seizoen. De Los Angeles Lakers hadden misschien wel de slechtste seizoenstart in jaren. En ik heb het altijd voor de Lakers gehad. En als ik bij u zit, ja, er komt niet in mij naar boven om tegen draad te doen. Wat ik eigenlijk niet heb, maar bij u heb ik dat wel een klein beetje. Dus ik sloep eruit. Ik zeg, de Lakers worden kampioen. Of weet ik wat. Dus ik ga me echt oprecht uit te lachen. En dat is eigenlijk, moet eerlijk zeggen, ik word niet veel in mijn leven uitgelachen. Laat staan op een podcast. Maar ik kon niet meer van het lachen. Omdat dat toen op dat moment ook een belachelijk statement was. En toen, ja, de mensen niet volgen, maar zo halverwege het seizoen is er dan een kans om een ploeg te versterken. De trades, mid-season trades. Ja, dat was al de nazen. Die hadden die trades al gedaan, volgens mij. Maar in ieder geval, het was op dat moment...
iets heel raar. En ineens beginnen die Lakers daar te winnen en te winnen en te winnen. En je voelde dat ze wat komen. En we gingen dan eigenlijk, spelen voor een etentje in de Jane. Ik had gezegd, als ze kampioen spelen, trakteer ik in de Jane. En hij vroeg, wat moet ik terugdoen? Niks. Dat vond ik... Ja, maar ik laat mij niet kennen. Want ik je doet wel slechte wetenschappen, hè? Gewoon eten in de Jane, dat valt wel mee. Hè? Ja, maar, ja, maar niks terug. Ja, maar, dus, maar wacht, nee. Ik heb dat wel toe en ik en Sam hebben nog wel een conversatie gehad. Ik denk ook altijd wel een klein beetje in iets maken. Dus ik denk, ja, als ik nou niks zeg, dan is dat saai een tv. Iets maken. Dus ik denk, weet je wat, per ronde dat ze halen, dan zien we het eigenlijk per gang. Zo ging het dan zijn. Dat was heel duidelijk. Maar jij pakt dat zo letterlijk aan ziet. Dus je voelt zo echt dat mensen die ontluisteren waren, waren echt toen mij aan het supporteren. En een bepaald moment is zo'n Twitter-gesprek gekomen tussen allen met twee. En ik dacht echt zo, Dennis, het is toch heel duidelijk dat deze een feel-good wetenschap is. Maar natuurlijk, jij bleef gaan. Ja, sorry, maar je hebt dat en dat gezegd. Maar ik vond dat hilarisch om er ook zo op in te gaan. Laat dat duidelijk zijn. Hè? Maar het was zelfs zo, als Lakers het won... kreeg jij nog niet alles getrakteerd. Ja, het was per ronde en dan... Ja, het was eigenlijk... Enfin. Maar in principe, de playoffs halen was eigenlijk het voorgerecht. Was de eerste gangen. Dan, als ze de conference finals gingen winnen, dan was het hoofdgerecht. En dan kon ze eigenlijk alleen voor een dessert spelen. Maar ja, ik ben dan eigenlijk gestrand op het voorgerecht. Ja, toen is geworden, het was geworden, als ze de conference finals halen, moest ik 1/3 betalen. Dus halve finale. Als ze de finale haalden... Nee. Als ze de playoffs was het 1/3, conference finals winnen was. Zet dat die weddenschap nog altijd niet duidelijk is. We zijn wel gaan eten. In ieder geval, we hebben een hele toffe avond gehad in de Jane. Ik en de Sam hebben we iets meer betaald dan de rest, denk ik. Het voorgerecht is meestal het beste, hè, zo'n sterrenrest. Dat is wel een feit, maar niet... Daarna kappen ze zo vol wijn dat je het wel beter begint te vinden. Toen heb ik ook de primeur gekregen dat Sam eigenaar ging worden van een voetbalclub. Was er nog niet beslist welke club toen, denk ik. Was dat nog niet 100% wel? Nee, 100%. Nee, dat was twijfel. Toen ging het over twee clubs. Twee clubs, Maar toen hebben we wel gezegd, het gaat waarschijnlijk dat wel. Ja. En ik weet wel dat was wel een heel toffe avond. Ik weet alleen dat denk ik me niet meer veel van dat eten herinneren. Die oester was heel goed, dat weet ik. Ja, die was oester was fantastisch. Ik herinner mij dat Rick die sommelier altijd aanpakte, dat hij op het einde niet meer durfde komen, maar ja. Ik weet dat Rick heel snel in nonkels ging. Leroy? Ja, als het over, weddenschappen gaat, dan moeten we het hebben over je tattoo. En over je oorbel. Die oorbel is weg. Ja, die oorbel is weg. Maar waarom? Ja, omdat ik dat ooit eens een week heb uitgehaald, dan groeit verrassend snel dicht. Maar dat is echt niet waar. Ik heb al nog twee ringjes van thuis liggen. Zo snel groeit dat niet dicht, hè? Ja, dat is bij mij wel blijkbaar. Ja, daar kan ik niks aan doen, maar... Nee, dat was even een periode. Ik kwam daar niet zo mee weg als denk ik. Jawel, dat staat hier. Dat staat echt kale mensen. Nee. Ik vond dat hij vond dat hem te veel op Dr. Pap... Ja, was er proper gelijk. Ook... Ik vond een beetje op een witte versie van Tupac. Ja, nu ben ik aan het twijfelen om hem terug te zetten. Ja. Nee, maar... Zoveel te slachtoffer van Sam en zijn weddenschappen. De strik, mooi Sam, maar het had niet gemoeten. We gaan naar binnen. Ik hoop vooral dat mensen sterken halen mijn daad en dat ze niet stoppen met gevaarlijke weddenschappen met Sam aan te gaan. Want hij moet er toch eens echt ene verliezen deze week. Dus mijn oproep aan de gasten is... Dat ging... Als Harry Kane gewoon die penalty binnen shot. Ja, dus dat was wel... Maar meestal... Wat was de weddenschap in Frankrijk? Gewoon Frankrijk-Engeland. Ja. En Harry Kane trapt een penalty over. En echt dan dat... Ik denk dat jij het erger ging gevonden hebben om een oorring te zetten dan dat ik het vond. Nee? Ik denk hetzelfde, ja. Deed dat pijn eigenlijk? Is wat ouder? Nee, totaal niet, nee. Maar ik heb wel een heel vlezig oorlelletje. Dus ik denk, bij sommige mensen is dat zo wat meer kraakbeen en bij mij kunnen echt aan wikkelen. Oorlel met kraakbeen? Ah, ja. maar je hebt wel echt, jij toch, in vergelijking met mij, heb jij geen oorlel. Ik heb dat geen oorlel. Dat groeit zo deur. En bij mij is dat echt zo een vlezig. Pijn, hè? Bij mij is dat een klein stikje. Ja, ik heb ook een lelletje. Ja, voilà. En dus dat is echt, nee, dat voelde niet. Ik was er wel banger voor dan dat ik toegaf, denk ik. Maar... Uw eerste reactie was letterlijk, oh. Ja, dat deed leuk. Pijn. Deed uw tattoo wel pijn, want dat is ook. In de podcast geweest, die weddenschap, of door de podcast? Ja, dat was een beetje arrogant een bluff. Maar dat is eigenlijk een weddenschap dat ik gewonnen heb, die tattoo. Ja. Hè? Want ik had gezegd, ze gaan de Champions League winnen. En dan zet ik een tattoo, samen met Tijl trouwens. Tijl zijn tattoo is trouwens 5 keer stoerder dan mijn tattoo. Hij heeft echt, maar ook wel lelijk zijn tattoo. Ik weet het. Zo'n gigantische Champions League trofee op zijn dij. Terwijl bij mij is een bescheiden CFC, omdat het mijn eerste tattoo was. Ja, maar ik zou altijd de beker zetten.
Ja, maar toch niet zoals dat Tijl hem gezet heeft. Eerder als een icoontje of zo. Ja. Ik heb spijt dat ik pas jaren nagedacht heb om een N'Golo Kanté op mijn been te zetten. Op die fiets? Met die ja, met zijn fietshelm. Ja, heel dat hoofd. Zo met zijn fietshelm. Heb jij die foto nog nooit gezien? Ja, ik ken... Ja, dat zou echt een briljant... Ik weet niet hoe dat... Sorry, dat is onze volgende weddenschap. Wat? Maar dat is een zieke tattoo, joh. Camera 3, alsjeblieft. Camera 3. Er is zo'n hand soms. Ja, ik weet niet hoe mensen daarop zouden reageren als ik mijn broek afstek, maar dat is wel cooler geweest dan een CFC. Welk gezicht laat jij dan tatoeëren, Sam, als hij voor een N'Golo Kanté gaat? Maar we hebben nou een... van de omstandigheid. Maar we hebben een landschap dit jaar, dus ik ga weer een nachtkalender aan mijn been hebben. Oh, maar dat vind ik echt een goede weddenschap. Wat is een weddenschap? Dus ik moest in de Premier League nabeschouwing van Mid-Mid gaan zitten vorig jaar. En ik heb daar gewet dat Chelsea top 4 ging eindigen, omdat ik echt ervan overtuigd ben dat het spelerskapitaal er is. En als dat niet lukt, moet ik een gouden stut kalender maken. Een gouden stut? Ja, maar als het wel lukt, ik en hè. Ja, als het wel lukt, moet ik samen gaan maken. 12 maanden van, alleen jij. Ja. Alle foto's. Maar ik heb al over het, ik wil mijzelf wel in iconische Premier League momenten. Zoals Average Rob. Zo met een teken die normaal doet en ik die zo juist achter een bal sta of zo. Niet? Met die strandbal bij Ben, steek ik op mijn knieën daarachter. Opbrengst naar het goede doel, toch? Ja, massa's idee. Ja. Robbie, dat is jammer voor dat goede doel. Dat goede doel gaat niet veel verdienen daaraan, denk ik. Kom maar niet zo juist. Maar ik ben wel aan het fitnessen. Hè. Allee, ik ben speciaal daarom dat ik al vrees dat Chelsea niet het top. Ik moet wel zeggen, na speeldag 1... had ik heel veel schrik. Ja, ja. Maar dat waren we goed. Dat was belachelijk dat ze mijn valse hoop gegeven hebben. Maar het is gewoon puur Chelsea. Dus United heeft er niks mee te maken. Nee. Chelsea top 4. Nee, ik ben ook aan het fitnessen. Dat vind ik wel mooier eigenlijk. Maar zou dat verkopen? Hoeveel? Ja, tuurlijk. Ja. 15 stuks, 16 stuks. Je moet dat heel limited maken. Hè? En dan super duur. Hè? Dat zijn kunstfoto's die je gaat maken. Dat ja, we gaan er wel een professionele fotograaf. Ik zeg nu wel, ja, voilà. Lars. En ik betaal er gewoon, wij betalen er 100, hè. Wij delen die uit, hè. Wordt ja. Lars, zijn we heel goed zijn. Ik ga nog eens terug naar Zulte Waregem en ik deel ze daar aan de inkomen. Laten we daar stickers van maken. Ja, alles echt. Kan voor mij. Oké, nu zo in mijn naadje. Maar ik vind wel, bij Kick & Rush hebben jullie wel ook de beste challenges en weddenschappen gedaan. De onderbroeken weddenschap. Ja, dat is dezelfde als mijn tattoo, hè. Ja, dus ik zei dat, ik zet een tattoo als de Champions League winnen. En Tim en Jacob zeiden, oké, dan kom ik je mijn onderbroek presenteren. Ja, dus die moesten effectief in hun onderbroek afkomen. Dus dat was, well, dan is een tattoo toch niks in vergelijking daarmee. Denk ik. Oh, en ja, dan de NAFPOM Challenge is wel het meest uit de hand gelopen idee die we ooit gehad hebben. Ik vind dat geniaal bedacht. Nee, dat is niet echt bedacht. Dat is gewoon gebaseerd op zo... Je hebt zo fantasy in Amerika en daar de verliezers moeten zo 24 uur in een wafelhouse gaan zitten op een eentje. En per wafel dat ze eten, mogen ze een uur vroeger naar huis. Maar wij hebben daar de NAFPOM challenge van gemaakt, maar met 33ers, blikken bier. Dus je moet 24 uur in een... Dat is een tankstation, dat is wel een fancy tankstation. En per pint dat je drinkt in het tankstation, mogen ze een uur vroeger naar huis. Jacob was de verliezer. Hij heeft er 10 uur gezeten, denk ik, dus 14 pinten. En heel plezant, want daar is wel een fan of 35, 40 ook op afgekomen. Ondanks dat het in Roeselare was, wat dus qua regio, want niet heel veel tanks... Ik heb wat scouting gedaan van tankstations. En enkel het tankstation van Roeselare was echt happig om dat bij hen te gaan doen. Dus ja, enkel West-Vlaamse fans. Dus Tim is van Antwerpen als enige van onze podcast, geen West-Vlaming. En is dat gewoon teruggereden, Nadien? Ja, Tim is maar even gekomen, die moest gaan werken. En ja, die kon met niemand babbelen daar, dus voor hem was dat niet gezond. maar ik en Jacob hebben daar wel een heel... we zijn er op het einde ook allemaal in ons bloot bovenlijf. Op het einde hebben wij de sleutels van het tankstation gekregen, omdat de eigenaars van het tankstation naar huis wilden, maar die kenden goed iemand die daar was. Dus dat tankstation was gewoon van ons. En ze hebben mij moeten tegenhouden of ik ging domme dingen gedaan hebben met benzine en zo. Ik heb ook op een gegeven moment gestuurd, log eens uit op Kick & Rush, want die stories die werden... Ja, iedereen stond in zijn bloot boven. Takkie was er niet bij. Takkie is gekomen 's ochtends, die moest commentaar geven 's namiddags en die is Bob geweest voor ons 's avonds. Dus. Ja. Ja, maar ik vind wel volgend jaar, dus na dit seizoen, dat daar een aflevering moet opgenomen worden tijdens de NAFPOM Challenge. Ik weet niet of dat zo is. Na die pinten ook. Niet live. Na die pinten. Niet live. Nee. Gewoon niet live. Nee, maar wel live on tape. Ja. Dat je nog kunt knippen. Of, ja, dat we veel kunnen knippen. Mag ik één algemene vraag stellen? Doe wat je wilt. Een vraag voor de Sam of zo. Want dat zijn mij heel veel hier. Er gebeurt keiveel. En dat zijn dan maar de podcastingen. Er is ook nog de gewone job en zo. Is dat wel een gave dat je moet hebben om op een of andere manier alles te weten en alles te zien en alles te voelen? Van die NAFTOM challenge heb ik zo weinig mogelijk gezien. Nee, maar je weet dat wel... Stories, dingen. En daarom dat het mij eigenlijk opviel.
Ja, maar Leroy is wel Leroy. Dus de helft van de verhalen ontstaan wel gewoon omdat hij dat aan het doen is en ik dat laat gebeuren. Of zo. Ja. Ja. Maar het is algemeen eigenlijk. Er is zoveel dat je moet rekenen houden, maar je voelt dat precies dat je alles gezien hebt. Dat is een compliment, voor alle duidelijkheid. Merci. Andries, is dat voor mijn compliment naar u daarna? Nee, helemaal niet. Ik wou vragen hoe dat je dat doet. Dat was eigenlijk de vraag. Ik weet niet, hè? Geen idee. Goeie mensen in dienst hebben. Hè? Ja, denk het. Delegeren op de juiste moment. En de honger. Nou, wij vinden wel dat dingen saai ook. Ja. Dus we zorgen wel dat het nooit saai is. Nee, voilà. Ja. En ook wel goesting hebben in wat je doet en het plezant blijven vinden dat we onszelf blijven heruitvinden en onszelf blijven challengen. En als er iets goed passeert, wel zorgen dat de mensen die iets goed gemaakt hebben, daar terecht hun pluim voor krijgen, denk ik. En dat wel superbelangrijk is. Want dat is toch een reden waarom dat je het deels doet. Om niet gewoon standaard dingen te blijven maken. Ik zeg nu niet dat iedereen naakt in een tankstation moet gaan. Het zou wel epic zijn, natuurlijk. Dat is voor 5 jaar, Vos. Nee, nee. Naakt ergens zitten, ben ik dus mooi bij het volgende moment. Het meest gênante moment dat jullie meegemaakt hebben bij Friends of Sports. Het is niet gênant, maar ik vind het nog altijd een van de beste momenten. Uw naaktfilmpje in het Mondiaal. Leroy vind ik echt, blijf ik geniaal vinden. Dat is het enige waar ik mijn excuses voor naar mijn moeder gestuurd heb. Echt? Ja, ik zeg, mama, ik ga op tv komen en ook naar mijn zussen, maar het gaat wel raar zijn. In het begin heb ik gewoon gestuurd. Zonder veel extra duiding. Maar ja, het was goed geblurred. Het enige wat raar is, is dat ik ergens in het archief wel niet geblurred zit. Dus goed te doen. Dus iedereen op woestijn die mij wilt kloten, kan daar wel. Maar, en ook wat ook van je is, en wat je niet weet, is Taki zit. Taki zat ook in die aflevering. En Taki was als enige ook al aanwezig. Dus die zit in dat glazen kot, waar ik constant met mijn spel in die richting naartoe ging. Dus die heeft echt die heeft een unieke point of view gehad op dat filmpje. Maar, er zijn nog altijd mensen die twijfelen omdat dat in scène gezet was. Die gaan altijd denken dat het echt was. Ja. Ja, ja. Ja, daar hebben mensen mij ook gestuurd van, maar allee, je smijt die voor de bus. En ik zei, dat? Ja. Die cat, die weet ook niet dat gefilmd wordt. Ze, wat? Ja, dat is wel... Allee, die weet niet zeker, maar dat is in scène, dat is niet echt. Hè. Ja, dat is wel absurd dat mensen dat denken, maar dat was mooi. En vlak na die opnames kom ik aan in... waar dat we altijd samen de matje kijken. En je geeft mij een kussen of zo en ik leg mij daarop. En gaat daar gewoon echt juist uw balzak aan. Puut, hè, maat. Dat was zo fijn. Ik zat bezat. Ik ga daar eerlijk in zijn. Ja. Ja, Sam en Evert, jullie vonden dit tijdens Mondiaal ook... Redelijk gênant, hè? Dat zegt niks. Goedenavond en welkom bij Sports Late Night. We beginnen onze zaterdagse tour door de hoogste voetbalklasse in het zuiden van het land. Daar is hij terug zo gigantisch uit, een van de drie ploegen ja, slecht kader. Dit seizoen. Het gevoel, qua gevoel en qua punten was dat toch een groot verschil. Ja, ik vind dat niet zo gênant eigenlijk. Maar dat waren lange tapes. Ik vind het slecht, hè. De dag dat ik daar was met de mensen van Play Sports veel gênanter eigenlijk dan dat het gebruikt wordt in Meet Mondiaal. Ja, toen voelde ik mij wel even minder. Hoeveel man stond daarop te kijken? 5 of zo. Ja, en dan in die regie daar op Play Sports ook nog een paar. Wie was jullie coach? Mark Uitroef was de coach. Mark Uitroeven en Bart Raas. Dat was super lief. Je stond daar. Een stemtest. Ja, de screentest eigenlijk. Wanneer was dat? 3 jaar geleden of zo? Nee, jongen, langer toch. Was dat na 1 jaar met Mitos? Nee, zeker niet langer. Want ik weet nog, er waren 2 delen. En één was zo interviewen en één was zo dat. Zo in een camera. En ik zei al, ja, maar ik wil dat niet doen. En hij zegt, ja, maar voor interviewen, allee, daar moet je wel wat ervaring voor hebben. En toen zei ik letterlijk, maar jij weet toch, jij zet al een jaar een programma uit waarin ik interview. Ja, maar doe toch maar eerst dat. Oké, ja, maar dat kan ik niet, zo. En de markt bleef nog heel vriendelijk, eigenlijk. Die was heel lief. Die bekeek dat nog altijd positief. Bart, dat weet ik niet. Die heeft daarna ook nooit echt feedback gegeven. Maar vooral Peter van der Keel... Heeft aan mij iets gezegd, je hebt het of je hebt het niet? Ja. En dan een pauze. Dat is ook een signaal eigenlijk. Hè? Ja. Maar ik ging naar water en dacht, ik heb het. En dan Peter van der Keelen, jullie wel bekend, eindredacteur van Play Sports. En ik ging dag zeggen, want ik had er vroeger mee samenwerkt. Ik zeg, ja, wat vond ervan? Hij zei, ja, en teleurgesteld, Evert. Ik zeg, godverdoeme. Maar ik had het niet goed voorbereid. Ik zou het graag nog eens opnieuw doen eigenlijk. Kan geregeld worden, ja. En hoe zal het dan aanpakken? Ja, liever wel dat interviewformat, daar heeft Sam volledig gelijk. Dat Sports Late Night presenteren, dat kan ik niet, dat zal ik nooit kunnen. Zo'n goede explainer zo, of in de newsroom zitten dat we nu doen. Ja, ik vind wel, allee, dat is Evert zijn rol ook niet. En ik weet ook niet, het interview ook niet, maar die mag nu toch wel eens als analist in de Play Sports Studio de vraag vind ik ook. Vind ik absoluut. Ook. Ja, maar jij ook dan toch? En Leroy ook. Jij toch nog meer, vind ik.
Ja. 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 Beelden die er nog bestaan van dingen dat je hebt gemaakt als student, journalistiek of zo, dat is altijd gênant. Moet niet bovengehaald worden. Ik heb ergens een filmpje thuis liggen van dat ik Balogi heb geïnterviewd, hè, de nu regisseur. Ja, toen bij Star Flam, had hij juist zijn eigen, had die Entre les Lignes juist uitgebracht en die trad toen op in, hoe heet dat, festivalletje in Boom toen, dat klein gratis festival. Malamundo. Ja. En wij moesten daar alle 3 dagen lang de interviews doen, ook zelf monteren en zo. En ik moest je dan interviewen. En op een of andere manier, het was een heel warm, heb ik dat gedaan in zo'n mega lange baggy short met van die ruiten en een keistrak marcelletje. Maar ik was niet heel nog smaller dan nu. Waarom? 2 oorbellen in. En echt, als ik dat terugkijk, dan ja... Pretty fly for a white. Ja. Exact. Dat was echt waar. GTA San Andreas eigenlijk. Dat was echt vreselijk. Nee, wat zit je aan het doen, gast? Ja. Ik ga er ook elke podcast van uit dat het meest gênante nog moet komen. Dat zorgt ook voor een soort rust. Ik zit er helemaal niet mee in om mezelf bloot te stellen in een omgeving waar ik me goed voel. Maar heb al veel gênante dingen in podcasts meegemaakt. Als ik denk, bij PlaySports heb ik al superveel gênante dingen meegemaakt als presentator, maar als... Op een gegeven moment voor het... Een vogel. Een vogel. Wauw. Wow. Daar ging ik strijk mee, maar dus, TV. Ja, op een gegeven moment, ik moet zo'n doorlezertje doen van een match van PSV. Tijdens de rust. En de keeper van PSV... Pak de bal. Ik zeg, goeie ring van Zoet. Ineens mijn oor, nee, dat is niet Zoet. Dat is een Vogo. Ik zeg, van een Vogo. En Frank Boeks is mijn analist. En die zegt, Arend. Ik zeg, dat kan. Dus ik dacht dat hij bedoelde... Een Vogo. Dat hij bedoelde, Arend, dat is die zijn voornaam. Dat kan, Arend is een voornaam. En die dacht dat ik letterlijk zei, een vogel. Arend. Dus we gaan gewoon verder. Ik zeg, ik antwoord mee. Die zegt Arend. Dat kan. En we gaan gewoon verder. En dan dat ik zo, je kent die of... Maar je zet het aan een vogel. Was en een paar maanden geleden was ik aan het trainen bij de kinesist. Ineens, wie is er naast mij aan het trainen? Jan een Vogel. Jan een Vogel. Echt? Dat meen ik niet. Ik heb zo naar Frank Boeks een foto gestuurd. Je had nooit wie er naast mij aan het trainen is. En zijn antwoord direct. Ja, dat vertelt hij. Arend. Nee. Ja. Hoe moet je dat ook uitleggen in het Frans? Ja. Ik kan je niet aanlezen. Je croyais que tu étais un oiseau. Ja. En dan even weglopen. Want... Oh, man. Ja, een schoon moment. Ja, vooral de interdactie zei ook niks, hè? In mijn oor, geen reactie. Er zit toch niemand in dit geheel die schrik heeft om op zijn gezicht te gaan, eigenlijk? Allee, denk ik. Ik denk dat we allemaal genoeg gedaan hebben, zeker? Ja, zeker. Ah, nee. Dat is waar. Ja, ja, 100%. Er wordt ook een beetje... mensen zijn te bang om op hun bakjes te gaan, denk ik. Er is schoonheid in op je bakjes gaan. Tuurlijk. En het ogen. Dan vraag ik me dan niet binnen 2 jaar over Hasselt, maar... Hey, toch goed bezig? Allee, wat we hebben net verloren van de laatste, hè? Ja. Oh, van de laatste? Ja. Enfin, daar gaat het hier niet over. Okay. Maar zijn jullie er altijd van bewust als je op je bekjes gaat bij zo'n spreken? Nee, maar daarna wel zeker, hè? Als de uitzending afgelopen is, weten we wel wat je verkeerd gedaan hebt. Toch? Meestal wel. Nee? Trouw, ik weet niet, je bent nooit echt gegeneerd voor iets dat is gebeurd. Maar jij luistert nooit opnieuw. Jij weet het gewoon niet. Dat is ook een van de luxe dingen hiervan. Hè. Dat is als je, hè, ik werk zelf ook veel voor tv en zo. Dat is wel een ongelooflijke luxe dat wij hebben. Dat je zo in het parallel universum van het online of... Zelfs PlaySports is ook uniek daarin. Mm-hmm. Het is veel minder streng of zo. Mm-hmm. En dat is wel iets dat je moet koesteren. Je kunt wat dingen uithalen ook. Ik zie dat bijvoorbeeld heel hard bij u of zo. Ga je dan echt wel zo al je leergeld het kunnen betalen zo... Nee, onder de grens. Achter de betaalmuur. Achter de betaalmuur. En dan kom je Café de Mol en dan is dat... Maar waar komt die? En dan komt dat die zo onwaarschijnlijk goed is. Ah, ja. Veel mensen die nooit die leerschool hebben kunnen doen. En dat vind ik wel fantastisch hier aan. Ik denk dat Philippe dat ook mooi zei in de vorige 90 Minutes. Hè, dat hij vroeger bang was om een fout te maken. En dat hij daar niet van kon slapen. Terwijl dan nu mensen bij 90 Minutes daarop reageren. Die corrigeren wat je fout gezegd hebt, maar op een manier... Maar dat je niet afgestraft voelt of zo van... Oké, jij weet superveel, maar daar zijn de even de mist in gegaan. Dus ik wil u even zeggen dat het zo was, zonder dat die u aanvallen van... Je kent er eigenlijk niks van. Ja, voilà, supervriend. Een gunfactor. Super dankbaar. Ik heb eens dat die een Hongaarse premier of wat? Orbán. Ja. Orbán. Ja. Ah, ja. Ja, dat was mijn schuld, hè. Want ik had Victor gezegd, hè, in plaats van Gift. Zo was het. Ja. En ja, zijn naam nu weet ik het wel weer, omdat we het nu weer zeggen. Maar ik ben super slecht in dat soort dingen. Dus ik denk, oké, wat bedoel je hem dan? Osimhen of... En daarna op Twitter wel, maar die kent weet dat echt niet. Ja.
Ja, als je het dan googelt, dan is het wel gênant, maar... Ja. Kan gebeuren. Shit happens. Kan gebeuren. Bij mij zeker. Meest memorabele moment? Ik ben hier mijn plaspauze aan het ophouden, maar je blijft me maar vragen komen. Maar gaan we naar het wc? Iedereen ik wil niks missen, hè. Maar ja, kijk. Het is wel een ervaring hier gaan pissen, eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. En je krijgt begeleiding tot aan de deur. Ik heb nog wel een paar dingen. En dan staat het in het donker. Dan is op het geluid afgaan. Is er een begeleider? We kunnen ook samen gaan, hè. Jappen, als je mee moet. Ja, kom, ik even mee. Dat doet mij zo hard denken aan Chris Picavet dit moment. Wat? Je kende wel? Ik ben de begeleider. Ik ben de begeleider, ja. Welke sport beoefent u hier, meneer? Ik ben de begeleider. Maar daar heb ik heel veel schrik voor om een vraag, om zo echt zo'n verkeerde vraag of een verkeerde naam te zeggen. Dat vind ik echt... Maar dat werd wel echt goed ontvangen. Ja, tuurlijk. Dat werd niet... Ja. Tuurlijk, maar dat is... Als ik denk, als iemand dat tegen mij zou zeggen, zou ik echt van door de grond zakken. Ik ben de begeleider. Ja, dit. Ik had er nog een week niet goed van. Vooral dat dat eigenlijk foxpopjes waren die de er dan zelf had ingemonteerd. Ja. Ze vonden het wel zelf grappig. Mens is net op pensioen trouwens. Ik respect het. Echt? Ja. Spijtig. Maar de goede stukken. Goed. Ja, mijn meest memorabele moment. Mondiaal hebben we het al over gehad, even. Hè. Ja, maar ik vond een heel speciaal aflevering, vond ik, rond het overlijden van Maradona. Ik denk dat dat ook voor ons wel in heel Mid-Mid een belangrijk kantelmoment was. Daar waren wij heel snel op de bal en hebben Frank Raas en Filip Joos in de studio kunnen krijgen. Dat zijn de twee beste voetbalbabbelaars in België. Dat was het ga je zeep spoelen? Ga je mond spoelen, dat is ook in die aflevering. Ja, maar gewoon wel. Daar kwam al het goede van Mid-Mid en wat een podcast kan zijn naar boven. We waren heel snel op de bal. We hadden heel goede babbelaars die er alles van wisten. We waren de eerste die mee iets konden komen. Die aflevering ging ook super vlot en zat superveel voetbalschoonheid. En ja, dat was fantastisch. En vooral omdat we daar ook konden tonen dat een podcast een surplus kan bieden ten opzichte van de traditionele media, die natuurlijk ook heel zwaar op dat overlijden van Maradona sprongen die dag, maar in echt een soort menselijk verhaal tekortschoten. En dat brachten wij. En die aflevering was heel populair. Schitterende aflevering. Ja. Dat ik het ook niet wist eigenlijk. Ja, dat was echt Zonder dat je onnozel voelde. Ja. Maar het mooie was ook de twee duo's. Ja. Wat dat was het coole was de twee duo's. Ja. Zij keken vaak naar elkaar. Wat zeggen die hier nu allemaal? En wij ook zo. En die overdrijven zo hard. Allee, zo. Ja, dat was cool. Nog een memorabele moment? Ja, wij zijn eens mee op zijn bakjes. Zijn we zo eens naar Londen naar een UFC geweest met Pedro en Robin. Dus ja, dan weten we dat van minuut 1 tot de laatste minuut alles memorabel. Zijn er verhalen die je kan en mag vertellen? Eigenlijk vertel het. Valt dat goed, Babief? Wart was daarbij. En Nico? Nee, ja, oké. Nee, maar dat was ik niet bij. Die heb ik niet gedaan. Dan gaan we het opsparen voor als... Ja. Ja. Daar is zeker van alles gebeurd. Maar, nee, het is wederom Pedro en Robin, dat getrouwd koppel. Ja, Alex was er dan ook bij. En ja, voor hem is dat dan zo... Ja, het is snel door, maar die keek ook soms zo half naar mij van... Ze zei niks, maar van... En ik moest dan zeggen, ja, dat is eigenlijk normaal of zo. Met die ruzie niet over alles. Jij was een begeleider. Ja, ik was echt een begeleider. En ja, dan zijn dat dingen als ze zo in Londen zitten en... Ja, de Robin die per se in zijn Uber-fantasie zit, dat hem altijd en overal een Uber moet pakken. Maar je zit in Londen en je hebt echt een oké metrosysteem. Dat is ook redelijk gekend in de wereld. En dan was dat... Ja, dan moesten we per se een Uber hebben. En dan hebben we eigenlijk een eerste fight gemist. Omdat de Robin per se een Uber moest hebben. Waarom? Ja, ik weet dat niet. Dat is zo, maar je kunt er daar ook niet tegenin gaan. En ja, ik vond dat heel erg ontroerend. Want ik vind een hele... Voor mij, zo'n reis is dan mega gepland. Daar heb ik rust uit, dat alles klopt. Maar ja, die chaos waarin dat die zich dan begeven of zo, dat was wel echt ontroerend en tegelijk supercool of zo. En ook hoe hard dat die tegen elkaar zijn, want dan was er ook zo merchandise. En de Pedro die wil dan af en toe iets goed doen. En dan was hij zo zwarte baseballpitten van de UFC gewoon kopen. Ja, en je komt op, mannen, ik heb een pit gekocht, maar ik moet pakken zo'n pit, dat kost dan €60 of zo. Dus je net dan even €250 om gewoon eigenlijk tof te zijn. En die keer in Alex zit zo, oh, bedankt Pedro, kei lief. En dan die Robin zo... Wat een lelijke pit. en dan, ja, zo. Ja, een unieke wereld om in rond te lopen. Maar. Geloof ik. Ja. Echt legend.
Legends, over Legends gesproken, Jappe. Memorabel moment. Goh. Nu krijg ik dat niet meer undone, de legend. Ja, ik weet niet. We hebben 4 seizoenen vals plat. Dan zijn er zo'n paar. Jij hebt 4 seizoenen. Ja. Sommigen hebben niet eens 1 seizoen. Nee. Ja, ik herinner me nog een moment in seizoen 1 dat ineens de Sam ook stuurde naar mij. Check nu de Instagram van Van der Poel. Ik zei, het gaat u een dag maken. Kijk, door die Instagram open. Ineens had hij geshared van... Volg vals plat, echt zalig. Nee, beste wielerpodcast van België. Beste wielerpodcast, echt? Ja. Zalig. Ja, en vlak voordat we begonnen, tweette ook een begenadigde podcastman, Evert Winkelmans, die zei, volg Jappe Toten, dit wordt de nieuwste podcast-sensatie. En sindsdien had ik zo'n zware kruis om te dragen, dat, dat ik me elke aflevering volgoot met alcohol, om die stress eigenlijk een beetje te omarmen of eigenlijk te bevechten of zo. Ik heb de lat hoog gelegd, of wat? Ja, enorm. Ja. Ja, en wat nog, als ik dan kijk, het seizoen 4, ik spreek echt zo in seizoenen. Ja, we hebben dan zo'n beetje de hype zo wat gecreëerd rond dat WK. Ik heb dan eigenlijk een Belgisch pak laten maken met dan vals plat op die proek en al. En we hebben dan gehyped met een file. Zieke klacht aan ons. Ja, zonder klacht aan ons. Zieke klacht. Ja, ik vond dat wel mooi. Ja, wel mooi. Copyright. Dus eigenlijk voor zo'n WK mag eigenlijk elke Belg dat zich heeft geselecteerd, mag eigenlijk met het Belgisch pak rijden dat hem eigenlijk wilt. Hè. Hij mag dat laten maken met dan hier slagerij op, slagerij dit, mag allemaal. Maar omdat, vals plat en Fresno Sports, we hebben daar eigenlijk een filmpje rond gemaakt, we hebben dat gehyped, iedereen heeft dat opgepikt, dat wel heel veel, dat marcheerde wel goed. Ja. Ineens kregen we dan een officiële communiqué van de bond, van je mocht onze kleuren niet gebruiken om commerciële doeleinden en uiteindelijk, ik moet zeggen, een coureur als hij op zijn fiets zit, die kijkt meer opzij in een vitrine om zichzelf te checken dan vooruit. En ik vond het altijd wel vet als ze die gele letters zo echt afstaken op die zwarte broek. Ik heb ze nog altijd trouwens. En als ik mijn schuif open doe, dan denk ik van oké, dat is echt wel een bangelijke broek. En ook wel, dat was dan een WK Gran Fondo. Het is niet dat ik al zoveel Gran Fondos heb gereden, maar op een gegeven moment was ik een soort van, uithangbord of zo daarover. En ik werd daar heel veel over bevraagd en gestuurd. En ook gestart dan aan die start. Links van u een Australiër, rechts van u een Belg. Selfies. Dus dat was wel tof, die beleving daar rond. En dat is misschien een algemeen hoogtepunt. Dat niks met vals plat te maken had eigenlijk. Jawel. Ja? Ja. Huh? Door de podcast. Volgend jaar terug of wat? Welk? Terug dat WK halen. Met diezelfde broek. We gaan zien, maar je moet je daar toch wel kwalificeren. Welk, ja. Ik moet je selecteren, inderdaad. Ik ga zien hoe dat mijn jaar er gaat uitzien. Het is volgend jaar in Denemarken. Dus we gaan zien. Oh. Ik begrijp niet wat dat voor de bond uitmaakt. Een goede reclame voor hen ook. Nee. Die hebben eigenlijk een eigen partner. Ja. En ik heb een andere partner. Vermark of zo, hè? Welk? Vermark, hè? Ja, Bioracer, waar ze mee samenwerken. Ik had andere onder de arm genomen, Jordana. En ineens een officiële communiqué. En de Leroy, die stond, die dacht van, daar gaat mijn job. Nee, ik heb de Nick, heeft al trillend een mail teruggestuurd, de Nick. Dat was schattig. Maar... Sam die belde mij ineens. Die zegt van, ik heb hier een batterij avocaten daarop gezet. Ik weet niet dat we dat gaan winnen. We hebben gewonnen. Ja. Mooi geseponeerd. Is dat juist zo? Hij heeft gebeld waar Omar Swili. Een beschikking. Heeft dat geregeld, hè? Was de 100ste aflevering van Mid-Mids memorabel? Oei, met wie was dat? Waar kom je hem af? Was dat mannaard? Ik weet niet meer. Ik moest die vraag stellen, dus daarom dat ik die vraag stel. Weer de kijkersvraag. Oei, sorry. Wat was de 100ste? Was dat met die taart? Dat was met een taart, ja. Nu herinner ik me het. Mannaard, die taart, ja. Oh, dus niet. Dat is niet memorabel. Het was een goede aflevering. Ja. Wel memorabel, staat achter u, Evert. Hm? De Gouden Krok of de Podcast Awards? De Gouden Krok. Ah, de Gouden Krok, ja. We moeten beginnen aan seizoen 3, want het is bijna kerst. En altijd met kerst reiken we het uit, dus het is tijd voor de nieuwe. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Dat is dankzij Gilles de Koster. Ja, Gilles de Koster, die heeft dat bedacht. Bij een EK-show. En toen deden we eigenlijk altijd de dag na een match van de Rode Duivels. Ja. Niet elke dag, maar dat. En
Jij had net mogen stemmen op de Gouden Schoen. Ja, ja, ja. Jij had ja. op Rob Schoofs gestemd. Ziek voor afgemaakt online. En dan, ja, voilà. Gianni Bruno. Iedereen gaf hem daar shit over. En hij zei, ja, maar ja, ik strijd voor de beste voetballer van de K12. En dan zei Gilles de Koster terecht. Ja, maar dat is de Gouden Schoen niet. Niet, ja. Verzint dan een eigen trofee, de Gouden Krok of zo. En dan... En dat was de okay. eerste keer dat je mocht stemmen, niet? Ja, en was dan ook, ook een tijdje mijn stemrecht afgenomen. Na die stem. Ja. Echt? En nu mag ik terugstemmen. Daar ja, gebeurt van alles. Bij die, Want dat is niet weer een regel, je moet een journalistenkaart hebben. Of nee, nee. 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 Ah, alleen moet u vragen. Dan, ja, er moet iemand u op de lijst zetten. Ik sta terug op de lijst. Oké. Okay. En op wie stemmen maar ik kreeg, want ex-winnaars mogen ook... stemmen, hè. En ik zat dus naast, want wij zaten toen in Lissabon, toen ik die mail kreeg, ik zat naast Dennis en ik zei, mocht jij eigenlijk ook niet stemmen? En die had dat nog niet. Oei, ja. Ja. Maar ja, die voetballers bereiken is soms moeilijk, hè. Jij het mailadres van Dennis Praat? Ja, ik kan u zeggen, die e-mails zijn niet zo moeilijk. nee, maar... Hotmail.com. Ik vind wel de Gouden Krokkie echt iets zalig, want je voelt wel, en allez, ik voel dat misschien wat meer omdat ik zelf fan ben van een kleinere club, maar er zijn... Er zijn heel veel clubs die weinig in de spotlight komen en dan is zo'n Gouden Krok wel een leuk initiatief. Hoeveel edities zijn er nu? Twee. Dus, Dante van Zijer en? Mathieu Maartens. Maar die mannen vonden het ook toch om te krijgen, hè? Ja. Allebei, ja. hè? Ja, want Mathieu Maartens is iets meer verlegen dan Dante van Zijer. Ja. En als de camera weg was, ja, wat dan was te lachen en was serieus praten. En die zei echt, echt wel dikke merci aan mannen. Ja, en die van Dante van Zijer staan nu in een chique loft ergens in Manhattan. Dus nee, op zich, de Gouden Krok staat wel mooi. Woont je zeker in Manhattan? Dat is nee. New Jersey. Je woont niet in Manhattan, maar ik probeer hier een verhaal te maken. Je woont eigenlijk op linkeroever van New York, eigenlijk. Okay. Maar we hebben nog graven. Maar we hebben ons toen wel ook ergens overschat, want toen zijn transfer werd aangekondigd, stond er Golden Boot winner. Ja, en wij dachten, die Amerikanen denken... Dat was topschutter. Dat was gewoon topschutter. In tweede klas. Dat was zo zonde. Ik leefde even in de waan dat we Amerikaans nieuws waren en dat er misschien nog een foto ging gepubliceerd worden met die krok, man. Dus allemaal... voor het kalenderjaar gedaan is, is het de derde uitgereikt. Ja. Dus we moeten stilletjes aan beginnen. Moet Rob Schoofs dan niet in actie? Ja, KV Mechelen zal weer moeilijk worden. We hebben niet echt zo'n ene die schittert. Rob Schoofs heeft ook gestuurd. Nee, Rob Schoofs heeft naar Evert gestuurd. Gelieve mij niet meer in uw team te kiezen. Wat? Dat was wel hard. Ja, hij zei, waarom? Ja, dat is keihard. Hij maakt er altijd een heel propaganda van. En dan wint daarom altijd mijn manneke die, dat ik nomineer. Omdat ik te hard reclame maak, stemmen de mensen op de andere. Is nieuws. Koita. Stel ervoor dat ze denken. Oh ja, maar Koita heeft in een van de eerste meet-meets gezeten. Hé? Quartas? Dat Sam Schoof. Union is geen K12. Dat zou tof zijn. Ah ja, maar K12 is tegenovergestelde van G6, hè? Nee. Dan is Union standaard, hè? Hij heeft Van Zijer gewonnen. Ja, maar toen waren ze nog... Dat was hun eerste jaar in eerste. Maar dat doet er mij aan denken dat we in die video's buiten de studio ook wel grave dingen hebben gedaan. Die racingvideo zat erbij. We zijn aan die is keigoed, die racingvideo. Ja. Super. Ja. Ja. Dat is omdat ik me daar wel echt als een clown laat behandelen. Ja, dat is gewoon ook goed gemaakt. Dat is ook, wie dat ook gemonteerd heeft. Dat was ook een weddenschap, hè? Ja, zeker. Ja. En dat was heel vet, omdat zo'n ploeg als Racing Mechelen omarmde dat ook helemaal. We mochten daar overal binnen. We zaten vlak voor de aftrap in die kleedkamer. Je had nog met die scheidsrechter liggen praten over omkoping en zo, vlak voor de match. Ja. Dat was hilarisch. Die moesten wel echt op een gegeven moment tegen mij komen zeggen, nu moeten we wel stoppen, want anders moet ik het rapporteren. Want ik begin te twijfelen of ik nog aan het lachen zijn. Toen, oei. Ja. Goeie moment. Ja. Allee, goeiedag. Je bent nog iets memorabel? Ah ja, en die scheidsrechter, zeer opvallend. Je stuurde mij op Instagram een paar weken geleden. Ja, ik doe binnenkort een match van Hasselt, jong KV. Dat was de deal. Daar zit de verhaal in. Ja. Ah, daarmee dat die overlijn was. Probeerde op te kopen een paar jaar geleden, heeft een match van uw ploeg gedaan. Even zeggen. Ik vind het straf dat er nog nooit een scheidsrechter in met gezeten heeft, eigenlijk. Ja, dat is wel wat zo. Ja, jij zit altijd van Frank Beker. Ja, ik zit altijd te pushen. Maar, die heeft sowieso een type mens. Bart Vertenter heeft ook wel een verhaal. Ja. Vragen? Ja, dat is zeker waar, ja. Ik weet wat ze dat echt al alles gehad, behalve scheidsrechters, denk ik. Ja. Nou, we zullen dat wel eens doen, hè. Ja. Nog iemand? Memorabele momenten? Michael. Och, bij Croquetta, ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert, zeker. We hebben het al over Schoofs gehad. Ik was al heel verbaasd dat hij bijna alle afleveringen luistert en ook mee in onze grote poelen is gekomen, eigenlijk. En toen wij nog echt aan het bricoleren waren bij mij thuis, was ik van onszelf en onze overtuigingskracht verbaasd dat in die eerste weken wij deden featurings, zoals matige artiesten doen, om eigenlijk
hun slechte muziek wat meer traction te laten krijgen. En dan was dat met Tom de Mul, met Erwin Lemmes. En die spraken dan eigenlijk een soort uitsmijterke in. En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk wel mis. Dat ik vind dat leuk, zo als een soort extraatje op het einde van een aflevering. Allee, dat is ook man bij het hondachtig misschien een beetje. Maar ik vind dat wel de minuut. En ik ga meer mijn best moeten doen om dat, eigenlijk nu dat we maandelijks zoiets doen, om daar straffere namen in te krijgen. Goed. Wat in de studio straffere namen krijgen is moeilijk. Thibaut Courtois. Mm, via Sky. Hij is in Exxon geweest. Ja, met zijn basketfreak. Wat de? Via Skype? Ja, Skype. Maar ja, kijk. Maar ik wil ook naar Madrid gaan. Dat was corona. Ik wil ook tot Ginder gaan. Dan wil ik gerust dat eigen zak betalen. Ja, maar jij zit in zo'n niche. Daar zijn ze gewoon minder A-listers die in het Spaans voetbal volgen. Ja. Dus dat is ook niet zo erg. Kleinere competitie ook, hè. Je hebt vooral gasten nodig die heel veel liefde hebben. Of we moeten Nederland veroveren, hè. Wesley Sneijder, Ruud van Nistelrooy, die hebben ook allemaal in La Liga gespeeld. Mark van Bommel. Mark van Bommel, ja. Ik denk dat ik die moeilijk ga overtuigen. Loopt niet ver, hè. Nee, dat is waar. Misschien het gemakkelijkste van allemaal om die bij u te krijgen. Ik zal Erwin van der Zanden eens aan zijn oor trekken. Wat is dat? Laat zeker lukken. Zo, dat is die competitie. Dat is zo echt. Je weet dat wel, die competitie. Hè? Spaanse trainers, Spaanse voetballers maken nu competitie. Moeten we de ranglijsten van Champions League en Europa League nog eens afgaan? Hè? Okay. Alle Spaanse trainers in de Premier League. Vorig seizoen moeten dat niet zeggen. De Europese competities afgaan. Nee, maar ja. Sevilla heeft wel de Europa League gewonnen. Laatste 10 jaar. Sevilla heeft wel de Europa League gewonnen. Ja, maar dat doen niet altijd. Ja, Man United doet dat niet altijd. Allee, ja. Nee, dat is waar. Ja, dus dat je weer persoonlijk tegen de Sam moet worden. Dat is, dat was per toeval. Nee, dat is weer onnodig. Dat is niet lief. Nog memorabele momenten? Iemand? Ja, twee eigenlijk. Enerzijds mijn eerste meet-meet. Omdat ik zo nooit echt had gedacht van in podcasten, ook omdat ik het zelf niet luister, dat ik had nooit gedacht van, ik kan daar ooit iets de rol van betekenis in hebben. Ik had ook zoiets van, ik doe dat gewoon met vrienden voor de lol en dan ga ik naar huis en doe ik mijn echte job bij wijze van spreken. Maar dat was in de week ook dat compagnie zijn racistisch voorval had gehad in Club Brugge. En het feit dat ik voor de eerste keer op zo'n een grote podcast, iets wat ik echt wel leuk vond om te doen, dat ik echt gewoon mijn eigen zegje kon doen en niet zoiets had van ik moet beantwoorden op de vragen dat iemand stelt en denken van hoe gaat iemand daarmee omgaan. Dat was wel voor de eerste keer een moment dat ik zoiets had van eigenlijk wat uw mening ook is, als je ze op de juiste manier kunt verkondigen, dan kan ze gehoord worden. Mede door het geluk dat ik heb dat het... via het podcastlandschap en via carrière in het voetbal ook wel was gelukt om daar te geraken. Maar dat is wel de eerste keer dat ik zoiets had van je kunt wel iets betekenen voor bepaalde mensen en vooral voor hun doelgroep kun je ook wel eigenlijk iets betekenen op je eigen manier en dan eerst was dat op een ander platform. En nu effectief zit ik hier ook echt vol tijd. Dat was mijn tweede moment ook ineens. Ik weet niet of dat er echt een moment te pinpointen is tussen ons eerste gesprek en een eerste Barotelli, maar ik heb zo altijd wel echt heel veel respect van hieruit gevoeld en heel veel respect niet alleen gehoord in de manier van praten, maar ook echt in de acties dat er zijn uitgevoerd. En vanaf dat in eerste Barotelli live was, iedereen vroeg me altijd van die gaan geen stress, maar ik had zoiets van wat zou ik stressen van als je letterlijk aan mij vraagt van komt dat toen? Ik deed het al, snap je? Dus het is nu nog anders en in een ander format, maar ik had wel zoiets van er wordt met heel veel respect naar u gekeken en gehandeld. En ik had wel, dat betekende wel veel voor mij. Dus ik was wel blij om dat te zien en te kunnen doen. Ik mag je nu ook wel zeggen, denk ik, zelfs voordat jij al eens in extra time had gezeten of zo, was Sam al tegen mij en tegen andere mensen ook al ongelooflijk lovend over u. Dus, ja, maar ik denk dat ik daar ook weer de credits aan Evert moet doorgeven, eigenlijk. Ja? Evert nooit over gehad, maar jou wel. Let op de die en dat ik er dan op lette. Maar ik denk dat het toen ik bij u gepasseerd was, heb ik dat ook wel tegen iedereen die zeggen zo, deze die moet pakken, is goed. Ja, maar veel mensen hebben dat ook gezegd van, dat geloven we allemaal onderling al wel dat je zegt dus. Maar ik heb ook zoiets van, Maar dat is uw eigen verdiensten, hè, trouwens. Ja, maar nog altijd, je kunt zeggen van iemand van, die doet iets goed of die doet dat goed en daarbij laten, snap je? Je kunt, van spreken, over iedereen een compliment geven, maar het ook bekken en zowel in tijd als in financieel er moeite insteken om dat voor iemand te doen, daar... Ik zeg dat niet altijd en ik toon dat niet altijd, maar ik ben er wel echt heel dankbaar voor dat ik dat hier kan doen. En ik moet niet zeggen wat we vandaag allemaal hebben gedaan en besproken, maar ik heb naar andere mensen ook al toe duidelijk gemaakt dat ik op de juiste manier wel het gevoel heb dat je je platform zeg maar kunt uitbouwen en op een platform kunt aanwezig zijn. Mooi. Ik heb een paar momenten voor mij opgeschreven. De traditie dat je met Thomas hebt, vind ik
fantastisch dat ik dat kan blijven doen. Allee, dat is de mens die dat zo druk heeft. Ik ben altijd verbaasd over hoe op de hoogte dat hij is. Ja. Thomas is gewoon heel goed in een korte tijd zich inlezen. En die heeft zijn basis natuurlijk van de voorbije jaren, van de NBA te volgen, dus dat heeft hij wel. Maar die is heel snel mee, dat is heel, heel handig. En ja, dat concept 4 minuten over een ploeg praten, ja, dat vliegt ook voorbij als je al in een minuut en een half de gegevens zeg, moet doorgeven. Dus dan heb je 2,5 minuten waar je altijd over gaat. Wat ik ook fantastisch vond, wij zijn de eerste podcast die een eigen lied heeft gemaakt. De Johannes Schenaar van School is School, die heeft een lied gemaakt over de New York Knicks. Born in the Ewing Age. Daar heb ik een videoclip van gemaakt, een hele nacht. En dan naar zo'n vrienden die in New York wonen gestuurd om dat opgepikt te hebben. Oh, dat wist ik niet. Ja. Oh, zalig. Born in the USA heeft hij Born in the Ewing Age van gemaakt. Dat is een niks van, ja. Ja. Een beetje omdat toen die mannen van The Ringer, die hadden Halleluja uitgebracht. Ja. Van Jeff Buckley's editie van Halleluja over Luka Doncic. En dan had ik had aan Johannes gevraagd voor te lachen. Die kwam, was een New York Knicks special met hem, met Leender Derk en met Imad Anouri over de Knicks. Echt een hele aflevering. Ik had gevraagd, kun je een lied schrijven over de Knicks? Was echt wel goed gedaan. Om te lachen. Ja. En die kwam dan, ik heb een lied. Ja, en die deed dat fantastisch. Een van de meest onderschatte muzikanten. Ja, die is echt goed. Na dat denk ik het ook. Ik bedoel, hij is een succes. Hij heeft nummer 1 iets gehad en zo. Maar het is niet makkelijk om het te blijven doen. Maar wel een onwaarschijnlijk straffe muzikant. Maar die bracht dat ook redelijk sec gewoon even... Ja. Gitaar erbij. Ja, we hadden 2 micro's en 1 heeft een micro tegen... Imad heeft de micro aan zijn lippen gehouden en dan de Leendert aan de gitaar. Zo heel... Zalig. Heel amateuristisch allemaal. Dat klonk wel, want ik heb dat gehoord. Zo, dat was keigoed gedaan, inderdaad. Ja, dat was echt wel goed. En wat ik hier nog altijd tof vind... Op YouTube, denk ik nog. Ja, dat zou nog altijd op YouTube willen horen. En wat ik ook tof vind, is denk dat wij de eerste waren met de Sideman, die daar niet in beeld was. De Jokke. Ja. Dat is de eerste mensen, als we aan de kant hebben, dan de knoppen deed, maar ook zijn micro erbij kreeg. Mm. En dat is ook verdienst van Jokke, dat gewoon keigoed werkte. Is dat super toffe gast. De Andries ook al niet knoppen en de ja, bij ons bedoel ik hier, hè. Ja, Andries, maar ja, de knoppen, maar dat is niet waar, dat is Welcome to the AA, dat is hun podcast met 2. Dat is altijd van Alex en Andries geweest, hè. Is wel geëvolueerd, maar ik snap wat je wilt zeggen. Bij mij is dat nooit alleen Alex in een podcast geweest. Nee. Dat was altijd mee u erbij. Maar ik mis de Jokke wel, of zo. Wel, ja, hè. Vooral de laatste keer ook, met de Keorik was ze me daar niet bij. Ja, dat is Jokke. Ja. Het is eenzaam onder Jokke. Zijn de podcast awards memorabel? Ja, dat is goed dat we daarover beginnen. Want ik moet zeggen, ik vind dat een van de grappigste momenten ooit. Alleen, Sam, dat je hier zit. Dus de Belgian Podcast Awards, ik kon er geen mening over geven. Nu komt er iets. Kom. Goed. Anyhow. Zwat. Los daarvan. Je vindt het op niks. Niks gezegd. Nee, ik heb niks gezegd. Je hebt al 3 meningen gegeven zonder iets te zeggen. Maar wacht, ik kon op iets goed komen. Dus het moment dat Gelle met 2 die terecht gaat halen, maar ook echt terecht, in een serieuze competitie had het ook moeten winnen, maar dus zeker een niet-serieuze competitie. Dus een van de meest geniale dialogen, denk ik, dat er ooit op online... TV of whatever zijn geweest, is het moment dat die heel vreemde organisator, eigenaar, vreemde man, die een award geeft, die je zegt iets, maar ik moet het parafraseren, Sam, help me, maar die zegt, op een bepaald moment is er een soort conversatie dat jij ertussen floept, maar dat is echt uitgezonden, dat je bijna eigenlijk zegt, ik heb dat hier ook wel voor betaald of zoiets. Ja. Of dat je dat maar jij wordt zo ver heen. Weet je wat ik wil zeggen? Was het de eerste keer? De eerste keer, ja. Dat was iets daar heel raar. Daar legend. Ja, die witte studio maakt. Ik weet niet wat ik zei of zo, ja. Ja, je hebt eigenlijk wil gewoon weten was het rigged of gemaakt. Nee, maar dat is gewoon, correct zei. Eigenlijk zouden mensen dat terug moeten opzoeken. Dus oproep aan de luisteraar, zoek dat op. Dat staat volgens mij, dat was zeker live op YouTube of zoiets. Ja. Als dat er nog staat, dat moment dat jij die gaat afhalen, ik denk dat Savieta Veren is de host, en dan die een hele rare organisator erbij. Dat is top dialoog, maar dat...
Weet je wat ik bedoel? Ja. Die show duurde het langste ooit. Dat weet ik. Nee, de tweede was... dan hebben ze voor elke podcast gewoon een award uitgevonden. Maar die tweede was... Dat HLN al, dat was DPG er al bij. Mijn favoriet moment ook van heel die live-uitzending is... Als je dat won, was dat top. Maar dat was zo'n kleine studio. Dus dit zijn de drie genomineerden waarvan dat je er twee nog nooit van gehoord had. En wat altijd goed was. En dan zag je... Maar als je dat niet won, dan moesten ze wat half er blijven staan. Ja, ik stond daar. We waren genomineerd. Want wij zijn verloren van Tim en Tom of zo. Dat is waar. Ja. Dat weet ik nog. Maar ook bij de sportpodcast, wij stonden daar samen en dan de Polygon Seahorse, denk ik. Overduiken. Maar dan met die host eerste jaar, inderdaad, dan stond ik, dan kreeg die een trofee, dan stond ik daar zo en zo, ja, moet ik nu naar achter stappen, moet ik nu weggaan? Jij wordt ook veel te groot. Dat was host dan. Eerste jaar, ja. Nee. Eerste jaar. Sportpodcast. Ja, maar eerste jaar host heeft toen... Sport is niet boven ons geëindigd, hè. De eerste jaar wel, hè. Eerste jaar wel. Maar, allee, ik heb wel een... Ik ben wel een Spaner, ik ben een nuchter mens. Mag ik dat dan nu zeggen? Het is toch een echte wedstrijd. Powered by Haaland. Was het een beetje van jullie op? Powered by... Sporthuis. Allee, ik kom maar zeggen. Andere sponsor. Wel even één ding, maar bij één van de twee. De andere is powered by Kevin De Bruyne. Oh. Ja, maar nee, maar... Goedenavond wel. Ik heb me twee keer fantastisch geamuseerd. Er zijn toch andere podcastenwaars, maar daar waren we gewoon niet genomineerd. Dus ja, kunnen we daar toch een feestje maken? Jullie hebben wel, jullie hebben wel een oorkonde gehad. Ah, waren wij niet wel genomineerd? Nee, de oorkondes... Dat viel zo wat samen met de Belgische Podcast Awards. We hadden net zo'n zotte oproep gedaan, stem op ons voor de Belgische. Dus je kon zo niet ook nog... Zo, stem ook daarvoor. En dan kwamen we daar aan en ik denk dat we zo van de vijf publieks... genomineerd of zo. Ik denk dat we laatste van die vijf of zo waren. Hebben jullie... Er waren bepaalde creators mee. Gillen heeft dat wel gewonnen. Ik ga dan weer de wonden openrijden. Ik weet het niet. Nee. Dat was niet gewonnen. Die hebben zij zelfs verloren. Alleszins, er waren een paar creators. Nog nooit iets gewonnen. En de kastaard? Waar de kastaard? We worden de enige onafhankelijke genomineerd, maar ja, dan verloren van... Is er ook nog de tweede foto? Nee, oké, dus er waren bepaalde creators mee en we hadden een hotel in Oostende en die hadden veel te veel gedronken daarvoor al en die konden het moeilijker verkroppen dan wij, dat we niet gewonnen hadden. Dus die hadden effectief zo'n oorkonde gepikt. Dus mee. En ik zit daar, hè, waar is AS? En ik krijg ineens 5 minuten later een foto van in het hotel met hij met die oorkonde naast in bed. Ik zeg, oh no. En ze roepen op een gegeven moment daar op dat festival, roepen ze af. Jongens, de oorkonde van cultuur is zoek. Drama. Wie heeft die? En ik, oh no. Je ziet op een moment tussen mijn zijn oorkonde. Yo, this is the man. En daarna, ja, ik ga buiten. Ja, ik rookte nog, dus ik ging buiten sigaret roken. Dat echt die meisjes ontwenen die dat gewonnen hadden. En dan moeten sturen, boys, komt hem terugbrengen. En dan, ja, menen dan nu? Allee, we hebben hem net. Nee, kom echt terugbrengen. En die komen ze afgestapt. Ik stap naar hen toe. Ik pak dat over. Ik stap terug. Ja, die meisjes. Wat? Zeg, ah ja, ik zou niet sigaret halen. Die stond hier. Oh, dank u. Ja, alsjeblieft. Ik weet dat je dat vooral vertelde, want op die receptie toen heb ik ook, dan zei ik ook zo, want dan zei jij dus AS, hè, heeft dat gedaan. En ik kende ze niet goed. En ik zeg, allee, die gaat zo'n braaf manneke. Ja. En dan zeg ik dat ze, je moest iets weten. Ja, dan ken je hem wel echt niet. Hij kan veranderen. Ja, ja. Dat is een hondenlul in de goede zin van het woord. Voilà. Oh, wauw. Ja. Ik ga gewoon naar sportasgroep.com en degene met de initiale AS geeft hem. Is er maar één? Ja, het is maar één. Ja. We moeten nog... Als we nog 7 minuten doorgaan, dus... hebben we het record trouwens. Hè. Het is maar... Ah, oké, ik kan nog gemakkelijk 7 minuten doorgaan. Oh, maar dus dit jaar heel belangrijk. wij gaan niet meedoen aan de Belgium Podcast Awards. Nee, onze kast is te klein geworden. Ja, liever. Dus nee, maar ik vind dat Welcome to the EA ook eens iets mag winnen. Ja, liever. In de categorie sport. Ik mag het niet meer. Als ik me nog 1 keer inschrijf, dan... Heb je al ingeschreven ervoor? Nee, ik schrijf nog niks meer in. Alles kan dat niet meer. Maar een wedstrijd waar je zelf moet inschrijven. Ja, de eerste keer wist ik het ook niet met de Belgian Podcast Awards. Vond ik altijd heel raar. Je hebt er nooit ingeschreven, hè? Nee, nooit gedaan. Maar
ook na standaard podcasten met de Castage nu wel gehad of zo. Bedoel, die Castage was een lachertje. Die Castage was een lachertje. Maar we hebben er wel, het grappige was wel, we hebben toen wel er een aflevering over gemaakt. Ja, en die heeft dan echt zo. Maar jullie zaten zelfs in de top 5 toen. Ja, dat was ook echt ironie. De ironie was dus dat we dan die gedaan hebben erover, waar we gewoon een beetje lachwekkend erover bezig waren. Lachen gehaald, alles onderuit. Alles om onderuit. Die show te maken. Wel terecht. Dat heb ik onwaarschijnlijk, die kan ik nooit laten zien. Dan heb ik veel WhatsAppen gehad van zo mensen uit de media die zo. Ja, maar, bla, bla, bla. Dat was grappig. Maar ik zeg, we hebben vooral een heel goede aflevering daaraan overgehouden die echt al keilang op één staan. Maar, want de Castasis, je kunt dat maar één keer winnen. Hè? Dus ja, maar, als je dit jaar dan genomineerd wordt... Maar ze waren genomineerd, gewoon niet super genomineerd. Alle goeien hebben al eens gewonnen, wil dat hij zeggen. Nee, dus je gaat er dichtbij zijn. Gaat hem dan niet halen? Gaat dan, allez, dat is toch ook awkward dat ze daar afroepen op drie zenders in Vlaanderen? Laat Luca Looij komen halen met een helikopter. Lorenzo Stales, ja. Alex haat dat, dus ik heb die al twee keer overtuigd. Kom, we moeten dat toch eens meedoen. Want dan zeg ik letterlijk, het interesseert ons niet, maar het interesseert ons wel. He, zo dat, de typische dingen. Maar als ik dat nu nog één keer doe, dan heb ik echt aan bras. Maar Andries Bekkers, de laatste van het feest, is toch altijd... Wij hebben ons 3-4, hè. Toen ook. En Alex ook. Ja, dat is waar. Dus zo ambetant. Nee. Het feest was superleuk, hè. Maar zo... Er zijn punten, en dat snap ik ook wel, waarom moeten zo'n tof medium ineens... Het was tof tot dat ineens... De prijs mainstream media zichzelf een soort prijs moet toegeven om het een soort waarde te geven. Maar het is wel waar, ik bedoel. We hebben het er al eens over gehad. Het is ook wel fun dat je wint, natuurlijk. Maar het is ook gewoon een toffe avond. Natuurlijk. Dat is het enige. Dat gaat ineens in. Ik schrijf ons in. Dat gaat ineens En wij roepen op. Dan moet je gewoon ineens mee pita gaan eten bij ons, buiten dat Centraal Station. Bodyshots. Ik ga de Leroy bodyshots laten doen bij zich. Daar was ik bij, trouwens. Oh, dat was ik bij. Ik heb toen een zotte allergische aanval gehad bij hem thuis. Ik heb maar twee keer moeten douchen, omdat ik er echt niet doorkwam. Dus blijf weer allergisch aan katten. Ik heb een kat ineens 's morgens... Dennis, mag je mijn douche pakken? Dat was jij, gast. Dat was er nog. Heb jij echt bodyshots laten doen in een kebabzaak? Ja? Maar nee. Wel, buiten... terras van een kebab. Nee, ja, maar wie heeft er een gedaan? Alleen ik. Alleen jij, ja, inderdaad. Bodyshots daar trots op. Je had gewonnen. We zijn er allemaal, Sam, ga maar, wij komen direct. Ja. Erik, mijn navel is niet een bodyshot, maar bodyshots, hè. Bodycap. Ik heb nog een paar vragen. Droomgast voor elke podcast. Iedereen mag één iemand zeggen. Van der Poel. Gascoigne, denk ik. Wauw. Okay. Dries Mertens. Lukaku. Mag dus ook een internationale zijn. Ja, dan zou ik Thiago Alcantara zeggen, maar anders die bokert. Conor McGregor, maar waarschijnlijk zal die dan niet mogen komen, omdat niemand van ons dan uit je zetel wil. Want volgens Sam mag er geen 5 man in de zetel zitten, dus... Dit is een true story. Maar wacht, zet hem aan de knoppen, gewoon. Wacht, hoe noemt de fighter waar we de discussie over hadden? De fighter? Wereldkampioen kickboxer Rico Verhoeven. Wat? Ja, Rico Verhoeven? Ja. Ja. De fighter. Ja. Maar het feit maar was... Dus, Pedro die niet uit de zetel wou. Niemand in die WhatsApp-groep had er niet uit. Ik ga er niet uit. Maar 5. Ik kan niet met 5. Iemand moet eruit. Nee, ik ga er niet uit. Het was anders. Ik wil niet dat hij eruit gaat. Het was niet... Ik wil niet opnemen zonder Robin. Ik wil niet opnemen, ja. Behalve bij Pedro dan. Ja. Want die zei, ik ga er niet uit. Ja. Maar nu is er wel een extra plaatsje, hè? Nee? Gilles is toch ook de 5e man die in beeld is? Ja, stel je voor dat je hem aan de knoppen zet. Bij argument kun je nu niet meer gebruiken. Dus je kunt iemand... Wie zit aan de knoppen? McGregor. Maar dan gaat het toch viraal, of niet? Je nodigt hem uit en hij moet zelf de knoppen doen. Dat hij ook niet, dat hij ook niet veel zegt. Dat hij zo. Niet dat hij ja, not now, Conor. Dus jij beweert... Nee, Robin. Not now, Conor. En gewoon in het Nederlands blijven verdrinken. Aan de televisie. Gilles, droomgast? Lukaku of Company, denk ik dan. Mooi, ik heb ook Romelu Lukaku. Ja, hij heeft het mij ooit eens beloofd, maar dat was voor het EK. Wat heb je dan al gezegd? Ja, ik heb gezegd, kom je ooit eens langs? Ja, over hem? Ja, misschien dat je iets gezegd had waarom dat... Nee, echt niet. Want we hebben hem daarna nog tegengekomen en hij zei van... Ja, ik heb een moeilijk seizoen. Ik zeg, ja, maat, ik ook. Ik zeg, manneke, hey. Die onderschatten is een podcastseizoen, dat is toch zo hard. Oké, ik heb nog een paar kijkersvragen. Om af te ronden. Nick vragen. over welke sport willen we nog een podcast maken? Pingpong.
Welke sport willen we nog naar podcast? Mag het een segment in de sport zijn? Jot. Ja. De bowling. Nee. Ik zou wel graag NFL doen eigenlijk. Maar ik heb er geen tijd voor. Doe dat vier keer per jaar. Mag ik dan supporter blijven van de Panthers? Die hebben nog niets gewonnen. Hè? Nog 0-6. 0-6 is het. Bryce Young. Die kan zelfs hier over zijn offensive line kijken. Darts, is daar publiek voor? Dat bestaat al, hè. Dat is sport, hè. Zwaar. Dennis, niet de moment. Schaken. Met Frederik de Bakker heb je die discussie over sport al. Denk het, sir. Schaken. Oh. Ja, ik luister toch niet, dus... Ja. Oké. Okay. Waarom duurt 90 minutes nooit 90 minuten? Filip Joos. Ja, dat is een gemakkelijk antwoord. Ik heb en het goede was ook, toen ik met Gilles ging spreken over of dat hij Aster kon vervangen, zei het ding is wel, ik luister wel maar 90 minuten. Zo, als de 90 voorbij zijn en ik stap in mijn auto en ik moet wat is dat dan, 10, 20 minuten? Dat doe ik wel nooit meer, dus ik ga er wel op voor streven. Dat binnen 90 minuten. En ik heb gewoon gezegd, oké, dat is uw battle met succes. Filip. En dan, na één ding echt volledig al opgegeven. Ja, dat gaat niet. Is het moeilijk om gasten te vinden die willen langskomen? Er hebben nog wel meer en meer schrik. Echt? Ja. Het is in golven gegaan. In het begin was het moeilijker omdat niemand u kent. Dan ging het makkelijker omdat ze dachten, het is leuk en het is nog niet te groot. En nu is het van, oké, er kijkt wel best veel volk, dus ik ga nog wel wachten om te komen. Ja. Dat is heel raar. Vincent Janssen bijvoorbeeld, die wil het liever niet omdat ze wat te groot is. Ja. En ik denk ook, om in alle eerlijkheid, Dries... Was schrik, Jan Vertonghen ook. Hoewel die allebei de laatste twee al beloofd hebben dit seizoen dat ze sowieso gaan komen, maar ondertussen toch alweer één keer per seizoen gevraagd al. En toch allebei nu niet. Nee, maar bijvoorbeeld ook een van de beste babbelaars in Belgisch voetbal, Hein van Azenbroek. Die moet toch zeker eens langskomen. En maar die wil dat toch al voldoende gevraagd. En hij wil niet. Weet het niet. Ja. Die zou wel briljant zijn. Ja, tuurlijk. Ja, ik krijg nog veel berichten van voetballers die zichzelf uitnodigen. Vooral fans. En trainers? Ah, ja. Echt voetballers? Of voetballers? Mensen uit de voetbalwereld dat ze zeggen, ik wil echt komen. Nee, fans, nee maar gaat wel zo... Coaches zo, dat bijvoorbeeld een ploeg zoeken. Of, op de raam, Ja, maar fans die zich uitnodigen voor Meet, vind ik een heel vreemd concept. Want je praat toch over de carrières van spelers of managers? Ja, dat is altijd. Eigenlijk. Mensen die reageren. Misschien is een fan uitnodiging als je dan vraagt, oké, wie? Ik ken wel wat van voetbal. Dat is zonder zijn. Maar als ik het concept van Meet niet. Nee, maar bijvoorbeeld een special over een club of over een speler, gelijk van Niemst of zo, dan zeggen dan kan ik er ook eens komen zitten als fan. En dat is misschien wel een valabel punt, maar inderdaad, als je dan doorvraagt, zeggen ze meestal, ik wil zelf graag eens komen. Ja. Oké. Okay. Ja. Heeft iemand soms het gevoel dat die uitgeput... Mag ik daar nog één ding over zeggen? Want soms krijg ik wel zo dingen van, waarom komt van mijn club niemand en zo? Ik ga dan nu misschien wel weer een paar mensen onder de bus gooien, maar reageer op post van uw perschef. Kijk ons daarom zo, want wij beslissen niet dat die niet komen. Dat zijn de perschefs die niet verpushen of die niet afgeven of zo. Allee, wij zitten ondertussen aan zoveel afleveringen dat we echt wel al iedereen gevraagd hebben van alle clubs vragen en zo. Als er van een bepaalde club minder komen, ligt dat zeker niet aan wij die dat niet vragen. Is er een club waar je het gevoel van hebt, van daar hebben we er te weinig van gehad? Jazeker. Ik kan er wel een noemen. Tuurlijk. Maar bijvoorbeeld, er was op een gegeven moment reageerden veel mensen, als we de Paul van Imst zingen, weer Anderlecht. En dan dacht ik, maar weer Anderlecht? Dat valt Anderlecht toch heel goed mee. Wesley Hood en Wouter van den Auten. En dat is al lang geleden. 3 jaar geleden of zo. Antwerp, denk ik ook wel. Gent. Gent, Antwerp. Standaard, maar veel perschefs vergeten vaak dat ze ooit in de journalistiek gewerkt hebben. Dat kan, ja. Ja. Maar Brugge bijvoorbeeld, die werken echt altijd super goed mee. Dus daar de meeste Nederlandstalige Brugge-spelers hebben wel gehad. Beter dan dat je soms van Brugge zou verwachten, denk ik soms zelfs. Ja. Ik heb wel zoiets van, hij is daar altijd heel... Nee, maar bijvoorbeeld bij Zulte Waregem zit een geniale persman die ook snapt dat dat meerwaarde kan hebben. Warm volk, hè, in Waregem. Toen dat Beerschot nog in de eerste was dat er ook... Met KV Mechelen zijn ze daar ook heel open over eigenlijk. Dus er zijn heel veel clubs die wel heel goed meewerken. Oké, laatste. Mag ik nog heel even? Ja, tuurlijk. Is er een kans dat een grote eminentie van het Belgische voetbal langskomt? Hij hangt hier ook in het decor. Jean-Marie? Ja. Zalig, die staat op onze lijst. Ja. We hebben een lijstje gemaakt aan het begin van het seizoen. Als Jean-Marie echt nog eens gewoon terug naar de jaren 80 kan gaan, en daar echt, dan kan dat een geniale aflevering worden.
Oh, ik vrees ervoor. Jean-Marie is toch Jean-Marie niet meer? Hij moet dat mediafiguur zijn even laten vallen en gewoon terug de voetballer Jean-Marie zijn en dan net een geniale aflevering. Dan denk ik ook wel dat je de 3 minuten 17 snel bereikt. Ja. 3 minuten 17. Maar Jean-Marie zou wel top zijn. Als je die echt een blij vorm krijgt. Het is wel, denk wel dat zo het laatste seizoen misschien wel is. En dan dat zijn toch de mensen die we nu allemaal gaan gas opgeven. Ja, een Prudhomme inderdaad. Prudhomme is een hele moeilijke om vast te krijgen. Prudhomme is niet in België, spijtig genoeg. Ja, soms wel. Zeker. Maar dat is een legend, maar Prudhomme. Maar bijvoorbeeld ook een Moussa Dembele, bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook zo'n intrigerend figuur die niet vatbaar is voor de media. Dan wilde die net wel. Hè. Dat heb ik ook met Origi, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat dat een hele fijne aflevering kan worden. Dan Moussa wilde ook niet. Of... Je wil alleen maar over business praten, niet over voetbal. Je wilt dat beleggen. Echt? Ja. Hoe doen we dat? We hebben dat eens gevraagd. Zot trigger. Daar een expert bij zetten. En die zei van, ja, ik wil wel eens langskomen met een podcast over wat. En wij zeiden, voetbal? Ah, nee, dat niet. Ik van, maat, je zei, Moussa Dembele, over wat gaan we anders met je oh, ja, maar beleggen vind ik interessant. Zeg, ja. Poldoren, Moussa Dembele. Samen Evert, dat zou ik wel doen. Al de voetbalvragen aan Poldoren stellen en aan Dembele beleggingsvragen. Wauw. Oké, laatste vraag. Wat brengt de toekomst nog voor Friends of Sports? En toen werd het stil. Ik weet het niet. Ja. Ik denk dat jij er het meeste antwoord op zou moeten hebben. Van ons allemaal. Hebben we daar ooit ver in de toekomst over nagedacht? Nee. De volgende stap altijd. En ik weet nu op dit moment ook niet zo goed wat de volgende stap is. Ik denk, ja... Evert en ik daar een beetje alleen niet discussie, maar wel de laatste weken veel over spreken van hoe lang kun je met nog... Bijvoorbeeld, doen, in het huidige dingen. Dat wordt wel een hele moeilijke, denk ik, voor mij persoonlijk. Om dat... Te blijven doen? Om dat los te laten. Dat, ja, dat denk ik dat wel een speciale gaat zijn. Stoppen, sorry. Ik voel me ook persoonlijk al gesproken. Er is ook niks. Er is altijd een nieuw verhaal. Er is altijd een nieuwe generatie. Er is altijd een nieuwe sterren. Er zijn toch altijd... Plus je hebt bewezen dat, wat ik straks al zei, dat niet alleen maar degene zijn met de beste statistieken, maar dat de kleine voetballer soms veel interessanter kan zijn dan de niet-zeggende pers... training, gecorrumpeerde topster is of zo. Maar ja, we hebben ondertussen, Germain Leeken is verteld, Lierse kampioen is verteld, de Wasilewski-match is verteld, de... Maar je toch de persoonlijke verhalen nog altijd. Ja, maar ik... Niet de sterkste? Ik zeg niet dat met moet stoppen, maar ik voel wel zelf zo wat minder de... We zijn al kijk ook wel uit naar zo een eindpunt of zo. We zijn ook al wel al enorm in de diepte gegaan qua verhaal. Also, dat mag niet onderschat worden. Nee. En we zitten met enorm veel buitenlandse spelers in onze competitie. Ja. Mocht dat niet onderschatten, als je nu per club gaat kijken naar actieve voetballers die heel vlot zijn in het Nederlands en die dan ook nog eens heel graag bij ons komen zitten. Schrap, schrap, schrap. Dat is eigenlijk maar soms 10% van een voetbalploeg, als dat zoveel is. Daar zitten dan nog een helft bij die niemand kent. Die vallen dan soms ook af, hè, omdat ze een jong talent zijn of eigenlijk nooit in de eerste ploeg hebben gespeeld. Uiteindelijk zijn er dan maar x aantal voetballers, daar hebben we al heel veel van gehad, de trainers ook. Dat is het ding, als je zo foto's ziet van zo legend games, dan is gaat. Het stopt, het concept dat met is, stopt ooit. Hè, ja. En denk je over andere talen soms? Ja, andere talen niet, maar een ander concept binnen mid en dan vooral één dat waar gewoon Evert in zijn shine kan laten, maar dan hoef ik dan niet, denk ik, per se te zijn. Daar moeten we nu gewoon op schieten. Dat is de vraag, maar ik denk dat wel dat een moeilijke gaat zijn. En ook in bereik en zo. Je hebt iets opgebouwd met mid en als duo en dat gaat wel een speciale zijn, denk ik. Ik zou er echt heel hard mee oppassen, want je kunt niet... Allee, als je, dat is ook wel jammer aan sommige dingen. Je zei, heel snel... Is dat ook weer normaal dat er niet meer is? Ja, dat is en je waar. Nooit denken dat je... Maar dat weet je. Dat en dat opnieuw krijgen, bedoel, dat blijven altijd is ook een dosis gelukje. Op de juiste moment die toen, dat is toch wel de moeder van alle podcasts hier. Hè? Maar we zijn ook alle twee met heel veel andere dingen bezig of ideeën bezig. En je moet daar ook soms kunnen ruimte voor maken, denk ik. Ik spreek nu dit jaar vooral voor Sam, denk ik, met dat Hasselt er is bijgekomen. Ja, je zit gewoon met een enorm druk agenda en je wilt wel enorme kwaliteit blijven leveren. En je kunt niet alles doen in het leven ook niet. Hè? Dus ik denk dat je en mijn pa is door zijn handicap moeten stoppen met zijn werk en hoe die daar nu naar terugkijkt en dat kan omarmen dat iets stopt. Ik vind dat mooi. Ik denk dat daar vooral ook geluk in zit. Stoppen op het moment dat het niet doodgebloed is. Voordat het doodbloed is. Dat zou ik het ergste vinden, dat mensen zeggen, amai, dit is niet meer wat het geweest was of zo.
En, maar, is, en ik zeg niet, allez, wie weet, vinden we iets nieuws en doen we gewoon volgend jaar los verder. Hè, en, maar er is ook ander talent dat, ja, dat voilà. Die in die ruimte kan springen. Friends of Sports, en alles is ondertussen iets geworden waar dat je van moet hopen dat het alleen maar kan groeien zonder de mannen die er van in het begin bij waren. Want dat is ook niet houdbaar. Dat moet kunnen groeien met nieuwe talenten die ook nieuwe formats gaan bedenken die op een andere manier werken. Hè. YouTube, korter, uit de studio weg. Allee, er zijn nog zoveel dingen te bedenken. Ik denk dat we wel veel we kunnen zeggen. Dat er wel veel talent al ja, via Friends of Sports gepasseerd en op plekken geraakt. Of er nog altijd aanwezig dus. Ja. Is dat iets waar je nog aan denkt van bijvoorbeeld bij Mick Mitt dat je het doorgeeft? Had je wel zoiets van, dat is echt... Ja, ik denk om eerlijk te zijn, ik kan het doorgeven, maar hij niet. Hè. Wie wordt de nieuwe Mid-Mid? Ja, zo K3, zo gewoon volledig die format overpakken. Zo. Dat zit in de pipeline. Mid zoekt Mid. Maar dan doen al die ex-presentatoren van Vals Plat mee aan die audition. Ja, het zijn er vier, hè. Nu. Wacht, hè. Nu ja, vier al geschrapt, hè. 1, 2, 3. Nee, maar die vraag stelt zich toch ook aan, jij zit al... 10 jaar bezig. Croquetta is al lang bezig. Die zijn wel op Actua gebaseerd. Er is altijd een nieuw NBA-seizoen, een nieuw La Liga-seizoen, een nieuw Premier League-seizoen. Voor ons is het op zich... Dat is gemakkelijk inderdaad. Wij praten die verhalen schrijven zichzelf bij ons. Ja. Wij moeten niet op zoek naar waar die verhalen zitten. Dus dat is wel... Als ik de voorbereiding zo bij de laatste gasten schrijf... Alleen ik ben totaal niet zo ondankbaar of zo, maar dan zet je wel zo... Goed, laat ons gaan naar het begin van je carrière. Ja, ik heb het al 120 keer gezegd. Pff. Ik zou het wel tof vinden als je nu zo met een grijze baard Arthur Verberen, die juist de pensioen is, met midzetel heeft. Ah, maar dat vind ik iets anders. Zo, nu even dat iets anders is. Ja. En andere mensen misschien. En zo binnen 3 of 4 jaar zo je... zeggen van oké, nu zit er terug 20 afleveringen in het seizoen te maken. Ja, maar je hebt toch wel nog zo dat aangename verrassing. Zo'n Philippe van der Wallen, die komt voor mij uit niks. Ik vond die briljant. Dat is goed, hè. Die was echt briljant. Dat was nog eens een vintage. En als je, zo gaat er wel altijd om de 5, 6, 7, 8 afleveringen gaat er altijd wel zo een tussen zitten. En je gaat altijd je specials ook hebben, hè? Ja, voilà. Er gebeurt altijd zoveel in het actua nu als we zijn hier ook aan het spreken voor dat er al een keuze over gemaakt is. Maar daar zijn we alleszins wel over aan het spreken. Maar dat heeft ook... En hoe. Dat gaat dan nog veel comments hier rond dingen. Niet stoppen, niet stoppen, niet stoppen. Niet dat er nog aan het luisteren is. Ja, dat is ook waar. We liggen al te slapen op in de PC nu. Het tekort is gebroken. Voilà, het nieuwe Friends of Sports record. Dus, ik denk dat Thomas Roekuit, de bedenker van het concept, al spijt heeft ondertussen. Is hij hier nog? Ja, is hier nog. Het genieten van de montage. Vooral. En slapen. Ik geniet. Het is tijd om af te ronden. Het is tijd voor taart. Bedankt voor 4 jaar Friends of Sports. Amai. Bedankt voor alle herinneringen. Ik denk dat je gebracht wordt, heb ik in ons gezicht gegooid. Bilgeetsgewijs. Mooi. Bedankt voor alle herinneringen, mannen. Bedankt aan alle gasten die zijn willen langskomen in al onze podcasts. En vooral bedankt aan iedereen die ons gevolgd heeft al die jaren. Die luistert van het begin en die nog altijd luistert en kijkt. Dat is het belangrijkste. Mooie foto. Op naar nog 4 jaar erbij. Voilà.